Een hele goede avond. Nou, dit keer niet zo'n mega lange intro, want er zitten een heleboel mensen op me te wachten. Hoi! Je had dat waarschijnlijk al gezien. Al een jaar lang roep ik van dit gaan we niet meer doen, jongens. Maar het is toch zover. Ik heb iedereen bij elkaar getrommeld. Nou ja, bijna iedereen. We hebben ook 2 gasten vanavond. Nee, 3 gasten. Maar we wilden heel graag een keer een reunie organiseren. Dus ik had al eerder geprobeerd om dat te regelen, maar dat... niemand wilde dat. Wacht daarvoor, want ik hoor mezelf ook ergens. Kijk. Wacht. Kijk. Ik heb mijn eigen stream ook aanstaan, dus ik hoor mezelf kletsen in mijn oor. Dat is niet chill. Maar jongens, we gaan vanavond voor de eerste keer in een hele lange tijd weer Among Us spelen met z'n allen. We spelen vanavond met Kitta, met Rick, Hugo. Bibi, die zou eigenlijk ook meedoen, maar die heeft net afgezegd op het laatste moment, want er kwam toch iets tussen. Dus Bibi die doet vanavond niet mee. Febe doet mee, Attika doet mee, Rob die doet mee, Hugo die doet weer mee. En we hebben 3 gasten dus vanavond, die hebben nog niet eerder meegedaan. Eentje is Jeroen, dat is de lover van Dionne, die doet vanavond ook mee. Had ik Dionne gezegd trouwens? Onnedi doet ook mee. En de andere 2 gasten zijn namelijk Emily en Mila, mijn dochtertjes. Die doen vanavond ook mee. Jee, leuk dat jullie er allemaal zijn. Gezellig. Ik zit even te kijken. Want ik moet heel eventjes zo meteen aan Rick vragen of hij nog wel voor wat dingen start. Want volgens mij gaat er iets nog niet helemaal goed. Want ik zie mijn viewer count niet hier in beeld. Dus ik heb geen idee hoeveel er zitten te kijken. Jammer dat Bibi niet meedoet. Ja, jammer. Hè? Maar ja, als er wat tussen komt, komt er wat tussen. Het blijft natuurlijk gewoon een spelletje. Maar we zijn zo meteen met z'n 11. Tegenwoordig kan dat in Among Us. Maar ik heb het zelf al bijna een jaar niet meer gespeeld. Dus het kan zomaar zijn dat ik er echt heel slecht in ben. Ik ga het echt voor de eerste keer weer met jullie spelen. En de mensen waarmee we spelen dus ook. Dus het is lang geleden. Maar ik heb er wel weer zin in. Hey, je hebt mijn comments nog niet opgestart. Je comments? Mijn dingen, mijn alert dingetjes en zo. Oh, als het goed is wel. Oké, nou, voor de mensen. Als je vanavond lekker aan het kijken bent, je hebt zin om gezellig mee te kletsen in de chat. Zorg dan in ieder geval dat je even geabonneerd bent op dit kanaal. Want dan kan je dus live meechatten. Het kost niks, het is gewoon gratis. Je kan ook lid worden van de CreaChick Crew. Dat is de knop daarnaast. Daar staat join of lid worden. Dat kost wel geld. Dat kost €2,99 per maand. Maar dan krijg je dus allemaal andere emojis en een badge achter je naam. Kijk, je ziet wel af en toe van die groene namen voorbij komen. Nou, dat dus. Doe het even een beetje kort, want we hebben al een lobby geopend met elkaar. En ze zeiden al, doe er niet te lang over, Maris, want dan sluit de lobby weer. En dan moeten we weer allemaal opnieuw gaan joinen in die kamer. Start! Oh jongens, dat is lang geleden. Hey, maar nog eventjes. Adinda is trouwens ook vanavond live. Dionne is ook live vanavond. En Rob is volgens mij ook live op Twitch. Dionne en Adinda is in ieder geval allebei live op YouTube. Sharon, dankjewel voor je mijlpaalbericht. Alweer 2 maanden lid. Yay! Nog niet begonnen, maar Crea 6 op de lavalamp. Superleuk. Nou ja, ik kom nog niet in beeld. De alerts doen het nog niet. Waarom is dat? Dat weet ik niet. Ja, er moet altijd iets fout gaan. Anders is het niet een stream voor ons natuurlijk, hè? Dan is het natuurlijk niet... hij komt niet in beeld. Het spijt me. Dankjewel, bezig buurtje op beetje. Ik vind je livestreams altijd superleuk. Ah, thank you. Nou, we proberen nog snel voor de overlees te fixen. Want normaal krijgen we altijd de melding in beeld als iemand een superchat stuurt en zo. Maar die wil het eventjes niet doen. Dus Rick gaat het nog even fixen. Ik ben hier hoor, jongens. Nee, het is niet erg. Ik zit gewoon verstopt achter Rick. Ja, Hugo is altijd zus. Ja, wel vaak inderdaad, ja. Hey, maar... wat ik nog wilde zeggen is dus Adinda en Dionne en Rob, die zijn dus ook allemaal live. Je kan natuurlijk ook bij hen meekijken. Hartstikke leuk. Mag natuurlijk. Je mag ook gewoon gezellig hier meekijken. Dat vind ik natuurlijk helemaal gezellig. Mocht je nou bij een van de anderen meekijken en je ziet bijvoorbeeld dat zij een imposter zijn, hou het dan lekker voor jezelf. Wij vinden het zelf heel leuk om zelf uit te zoeken wie de imposter is. Dus ga dat alsjeblieft niet lopen spoilen in de chat. Ik heb ook mijn moderators vanavond helemaal extra warm hiervoor gemaakt. Dus die geef je dan echt gewoon een time-out of die blokkeren je voor de chat. Dus dan kan je niet meer meekletsen. Dus niet doen. Oké, gewoon lekker kijken. Je mag best wel uitspreken op wie je een zus hebt, maar je hoeft niet te gaan verklappen als je het hebt gezien. Dus no spoilers. Margie, dankjewel. Heel veel succes en veel plezier vanavond. Thank you. Nou, ik wacht nog eventjes totdat Rick alles geregeld heeft. En dan ga ik jullie lekker meenemen naar de game. Lekker kerstmuziekje erbij. Helemaal gezellig. Ja, ik zie dat members die hebben al de zus-emoji al gevonden. Kijk, dat valt lekker op. Dus als jullie vanavond nou een beetje met me mee kunnen denken. Want ik zal waarschijnlijk weer niet mega goed opletten. We kennen mij ook weer allemaal langer dan vandaag. En ik heb het al lang niet gespeeld. Als ik nou weer niet mega goed zit op te letten. Kunnen jullie even een beetje met me meedenken, goed? Even kijken wie het zou kunnen zijn. Je haar zit weer leuk. Ah, oh, thank you. Heel leuk kerstmuziekje. Ja, gezellig toch? Rick gaat toch niet in zijn streng, toch? Ik ga even snel voor je checken, goed? Ja hoor, hij heeft hem aan. Hij heeft gewoon al zijn string en zijn vliegenmasker op. En ik zie er ook gewoon nog steeds hetzelfde uit. Het is gewoon grappig, als je het dan al die maanden weer opstart, ziet het er gewoon nog steeds uit. Zelfs onze instellingen staan volgens mij nog steeds goed van de game. Dus alles ziet er volgens mij nog steeds redelijk hetzelfde uit. Oké, nou, ik ga jullie in ieder geval vast meenemen naar de game. Dan kan Rick in de tussentijd nog even fixen, maar dan kunnen jullie wel voor lekker iedereen alvast te horen. Oké, hebben jullie zin in? Ik heb er zin in. Let's go. Zo. En dan doen we deze even aan. Je mag niet de stream hallo van... Oei. Hallo. Oei. Hallo. Hey, ze hebben natuurlijk weer even een kleine complicatie. Kleine maar hoor. Dus we moeten eventjes nog... ja, ik heb alleen eventjes last van dat we mijn alerts eventjes niet in beeld wilden laten zien. Dus vandaar. Maar goed, ik dacht ik ga in ieder geval vast hierover. Dus we zijn live. Bij mij. Dionne is nog bezig. En hallo, Adinda is ook nog bezig. Oké, nou, het is nog even rommelig begin. Maar ja, we zijn Hugo er met z'n allen. Hugo is een gameverlater? Wat? Ja, Hugo is gewoon weggegaan. Oh, nou lekker dan. En dan komt hij vast zo wel weer terug. Is Hugo helemaal weggegaan? Hij is ook uit de Discord gegaan. Ja, hij is helemaal weggegaan. Yeah. Oh nee. Oh, volgens mij zijn Action Airpods, jongens. Action Airpods. Dat zal het zijn, hè? Dat zal het zijn. Oké, wacht, ik ga even kijken. Ik heb nog even geen... Hij probeert het te fixen, zegt hij. Oh, oké. Nou, rustig aan. Dan hebben we allemaal issues. Wacht, ik probeer in de tussentijd even te kijken waarom ik mijn game niet hoor. Dat is very weird. Mama. Ja, want ik hoor mijn game niet. We hebben toch al 2 imposters. Nu hebben we 1 imposter. Hebben we oh, heb ik er eentje aangezet? Oh, nou dan gaan we er sowieso nog even uit. Dan doen we de 2 eentjes wel echt heel moeilijk als we ook nog eens een keertje met z'n elf zijn. Bij de computer. Ja, kan dat? Nee, de imposter niet volgens mij. Dan moet je van tevoren aangeven. Oh. Hallo. Hoi. Hey Rick, ik heb nog wel één klein vraagje. Want ik zie dat mijn game audio... Ja, sorry. Ik zie dat de kijker hoort mijn game audio wel, denk ik. Tenminste, volgens mij horen jullie het allemaal, toch? Alleen ik hoor het zelf niet. Oh. Dat is raar, hè? Oh ja, ik hoor het wel. Never mind. Sorry jongens, ik stikte even. Ik dacht dat je hier ook altijd die dus van je voetjes hoorde, zeg maar. Hallo, ik ben er. Hallo. Het zal. Jullie horen alles. Oké, nou dat is het belangrijkste. Dus wat gaat er allemaal fout? Hallo. Alles. Oh, je altijd alles, joh. Ja, alles, joh. Oh, kijk nou, mijn meldingen zijn gefixt. Thank you, Rick. Yeah. No! Yeah. Ja, maar het is Hugo zijn schuld, hè. Wij waren op tijd. Ja, ik zal er meteen nog 2 imposters zetten. Hey, zullen we trouwens beginnen met de Skeld? Dat had ik net niet eens gevraagd. Ja, laten we makkelijk beginnen. Ja, dat lijkt me ook goed. Oké, ik aan de game. Ja, wat erg. Maar dat doen we nog niet. Dat doen we nog niet instellen, hoor. Oh, Jessie komt iets fixen. Oh, dat is ook overal hetzelfde. Oké, daar komt de code. Skeld, ik heb een nieuwe code gedeeld. Dat is gewoon standaard, toch? Ja, dat is gewoon het begin die we altijd deden. Oké, ja. Ilona die zegt, je kan het gewoon aanpassen. Veel plezier. Ja, wel dus. Oké, nou dat had ik niet helemaal duidelijk gezien. Dankjewel. Oh ja, oké. Nou, het is toch wat. Maar kijk nou toch, we zijn er gewoon. En hadden jullie je poppetjes gewoon nog hetzelfde aangekleed of niet? Nee, automatisch. Ik heb hem wel bewust zo aangekleed. Is er alweer een nieuwe code? Mensen in de chat zijn er niet blij mee. Ja, ik heb een nieuwe code in de Discord gezet. Ik heb even snel oranje genomen. Oké, iemand vraagt waar onze kindjes zijn. Ja, Emily is hier. Emily is dat beertje. Kijk, en Mila de baas. Ja, daar kan er maar één wezen. Mila de baas. Die staat er ook echt als een baas gekleed bij. Die Jeroen kijkt zo boos. Waar is Jeroen? Ja. Waar is Jeroen? Ja. Oh ja, de boze. Angry Jeroen. Ik ben een heel schattig beertje. Wie is Jeroen? Vraagt ze in de chat. Ik kan ook mensen doodmaken, hoor. Ik vertrouw het niet. Je kan ook mensen doodmaken. Oké, we gaan over naar... Among Us. Kijk, ik mute ze gewoon eventjes. Kijk, Jeroen is de lover van Dionne. Zo, ik heb ze gewoon eventjes gemute, hoor. Dankjewel bij Patrick voor de superchat. Je kan nu ook rollen aanzetten via de computer. Ja, ik heb het gezien inderdaad, maar we beginnen nog even makkelijk. Oké. Noord-Amerika? Ja, nee, geloof me wel. Volgens mij. Oh, Europa? Ja, Europa. Oh, oeps. Ja, Oké, nou, Europa werkt. Mensen in de chat die zeggen al bij mij. Ja, hey, Dionne, weet je dat er trouwens echt superveel rollen zijn toegevoegd? Ik heb ze allemaal uitstaan hoor. Oh, maar mocht je Among Us nou te saai en te simpel vinden, je hebt tegenwoordig 4 soorten rollen die je kan toevoegen. En ze zijn niet heel ingewikkeld, maar best wel leuk. Het voegt wel echt wat toe, zeg maar. Je kan nu ook scientist zijn, of guardian angel, engineer of shapeshifter. Oh mijn god. Ik heb het niet aanstaan hoor, zo'n no worries, no stress. Zeker niet voor Jeroen, die voor het eerst gaat spelen. We beginnen gewoon met 2 imposters en een shitload of crewmates. Dus voor de rest nog niks, niks raars. Ik heb een hartje op mijn hoofd. In real life of hier? Oh, dat is echt alleen in het spel helaas. Heb ik dat niet in het spel? Oh, dat was echt sad. Hoe kom je aan een hartje? Oh! Dit zit erbij. Ik wil die ook. Oh. De vleugeltjes ik zijn eruit gehaald. Oké, wat doe ik erbij? Mijn vijand? Oh, Mila, jij ziet er echt cool uit. Ik ben jouw vijand, Attika. Waar is Mila? Waar is Mila? Oh ja, dat is leuk. Mila, dat is echt vet schattig. Hé, het is nu alleen, hoe heet haar kleur? Donkerroos? Gewoon donkerrood? Oh, schattig allemaal. Ze zijn allemaal dark. Ja, leuk hè? Want je kan nu ook met 15 mensen spelen. Dus je hebt nu ook heel veel nieuwe kleurtjes erbij zitten. Zoals blijkbaar dus lichtroze. You are fake Rob, Fieps. Kijk, wat voor leuk ding ik op mijn hoofd heb. Hey, waar is Rob eigenlijk? Is Rob nog bezig met zijn stream openen? Ik denk het. Altijd wachten op Rob hè. Altijd wachten op Rob. Oh, Jeroen ziet het superleuk uit. Hé, je bent al 2 maanden lid van de game. Kost dit iets, dit groene? Nee hoor, Jim, je krijgt 1 keer per maand. Als je, ik zal even mute. Je krijgt elke keer als je zeg maar member bent geweest en je doet er weer een maand bij, dan krijg je 1 gratis bericht dat je hier op mijn scherm kan zetten. Het is een mijlpaalbericht. Dus je hebt nu een mijlpaalbericht, dat kost geen geld, maar je moet nu wel weer een maand wachten voordat je er weer eentje hebt. Dus volgende keer hem goed besteden. Hé, we wachten nog eventjes totdat iedereen klaar is, want Rob is blijkbaar ook nog eventjes bezig. En Hugo is nog even aan het fixen, want die, ja. De mensen die de vorige streams hebben gekeken, die weten inmiddels een beetje hoe het gaat. Ja, Rick die heeft inderdaad weer zijn string. Hé, maar we gaan zo meteen beginnen. Rustig aan, het is pas 7:15. Ik ben zelfs al een kwartier eerder gekomen voor al dit soort dingetjes. Dus we hebben alle tijd. Blijft deze stream online staan? Ja, deze stream blijft inderdaad online staan. Dus je kan hem ook gewoon later terugkijken. Voor de mensen die nu pas binnenvallen. Bibi die kon dus vanavond niet meedoen. Dus ze staat nog wel op de titel en op de thumbnail. Maar ze kon dus op het laatste moment er toch niet bij zijn. Dus vandaar dat ze er dus niet bij is. Waar is mijn trui van? Dit is zo'n rood baseballjasje. Die heb ik op Shein besteld. Maar hij zit echt heel lekker. Ik ben er heel blij mee. Start! Ja, nou, zodra het kan gaan we beginnen. Is dat nu live? Yep. Wat is live? Ik doe snel mijn geluid uit. Nou. Hey, op wie wachten we nog? Op Hugo en op Rob? Ja. Ik zal mijn... Ik ga even checken wat Rob aan het doen is in de tussentijd. Is dit beter? Even checken op zijn Twitch. Rubik's Cube. Nou, denk ik. Rubik's Cube. Oké. Heel goed. Hey, ik zie Rob nog niet online. Ging hij het ook streamen of niet? Ja, maar Rob was denk ik bezig met zijn stream, want die kwam net even en die zei, oh, neem mijn geluid. Ja, hij is ook nog steeds niet online namelijk. Dus of hij streamt op YouTube, ik ga even checken, maar ik weet het niet. Nou, ik duw me te lang hoor. Ik ga de livestream van Adinda kijken. Alles loopt kijken of daar wel wat gebeurt, want hier gebeurt niks. Nee, deze stream is super saai. Moet er iets gebeuren in mijn livestream? Ja, meer dan hier bij mij, want die van mij is saai. Onder stream kijken, want dit is zo saai dit. Mijn stream is helemaal vastgelopen. Ik weet ook niet wat ik eraan kan doen. Oh, echt? Meen je dat? Ja. Oh nee, moet je maar even opnieuw starten. Oh, deze lobby gaat sowieso weer gesloten worden. Oh, daar gaan we weer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, wacht. Ik ga even... Ik weet ook niet. Ik ga even checken bij Dionne. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, gewoon uitzetten. Iedereen vast. De sneeuwman. Ik zit even te kijken. Ik zit te kijken hoor. Ik zit intussen even op Dionne de stream te checken. Ja, bij mij loopt hij inderdaad ook vast. Ja? Ja. Ik weet ook niet. Shit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, afsluiten en een nieuwe aanmaken. Ja, ik zie ook niks. Nee, hij zit bij mij ook vast. Ja, inderdaad. Nee, hij is gewoon echt gestopt. Oh no! Kan ik nog wel dezelfde aanklikken? Ja, toch? Je kan het proberen. Ja, je kan het proberen, maar meestal niet. Meestal moet je gewoon even een nieuwe aanmaken. Ja, dat sucks, hè? Dat sucks. Maar ze vinden je wel, dan komen ze gewoon weer daar erbij. Ik zal het hier even oproepen, jongens. Dionne, die start hem even opnieuw. Gaat niet goed. Oh, wat irritant. Nou, we hebben allemaal iets... Dan voel ik me iets minder een kneusje. Dat het bij mij altijd allemaal verkeerd gaat. Gaat bij jou ligt gewoon aan YouTube, goed, dat is het. Blijkbaar. Ja, dat zal het zijn. Maar ja, ik wil net zeggen... problemen met YouTube? Nee, gaat geen prima. Ik had alleen mijn alerts nog niet aangezet. Maar bij Adinda, jij had niks, hè? Ah. Bij Adinda gaat het gewoon goed. Oh, maar Adinda is gewoon weg. Die denkt, jongens, ik ga misschien wat anders doen. Ik ga een verhaal vertellen. Hey. Ik zit tegen mijn stream te praten. Ja, zei ik ook al. Ik geef je groot gelijk. Nou, ik ga mijn stream nog wel eventjes... We gaan eventjes lekker een vragenrondje doen. Laat maar weten als het allemaal lukt. Oh, Rob! Kitta! Ja? Kitta! Wow! Kijk. Oh my god. Wat wilde het niet lukken? Ik sta hem hier. En daar is Rob, mensen. Rob is er. Hey Rob. Mijn god, het was altijd een avontuur, maar yes. What happened? Ik moest mezelf even in die IT-man... Ik had IT-man nodig, maar hij kwam er niet. Dus ja, nee, IT-man was aan het streamen, dus hij kon niet. Ik heb het zelf op moeten lossen, dus maar het is gelukt. Ik ben zo trots op je, Rob. Oh man, ik ben zo blij met je. Oké, Rob, vanaf nu ben jij professional streamer. Yes, professional streamer. Ja, echt sowieso. Yes. Of ben je nog niet live? Want in dat geval... Ik ben live. Phoebe left the game. Oh no, Phoebes. Lief je ons niet? Nou, ik denk sowieso dat wij zo meteen allemaal gaan lieven, want het duurt echt 800 jaar voordat we hem aanzetten. Ik ben eruit van mezelf eigenlijk. Oké, ik ga nu supersnel de code halen. Nee joh. Want hebben we dan weer even een refresh, zodat hij weer wat langer dan blijft? Oké. De code is bijna ABBA. Ik denk het niet. You are the dancing queen. You are demonetized. Onnedi die heeft trouwens even issues met haar... Onnedi heeft even issues met de stream. Dat mogen jullie natuurlijk niet zien, dus... Nee, je moet er wel een balkje voor zetten, hè, Adinda? Ik heb een gezicht ervoor. Nice. Hartstikke goed. Ik heb gewoon een black balk vandaag. Voor je gezicht doen. Ja, van een balkje voor je gezicht, want je moet wel anoniem blijven natuurlijk. Een balkje voor je hele hoofd, anders... Jeroen die denkt echt, waar ben ik vanavond mee aan het gamen? Ja, zeg. Ik ben aan het luisteren. Je bent aan het luisteren. Ik moet helemaal opnemen. Ja. Hij zit nu even te luisteren hoe we klinken als we niet liegen, zodat hij zo meteen precies weet wat hij moet doen. Doe je goed. Oh nee, moet ik een andere kleur zijn? Oh god. No. Ja, Dionne is vastgelopen, dus die... Dus ik mag roze zijn als zij... Anders neem je koraal. Dionne is toch altijd... Ik zit ook naar te kijken, maar wie neemt er ook koraal? Vief is koraal. Ik zat te twijfelen tussen oranje voor mijn string of banana, die vind ik ook leuk. Banana? Heb je tegenwoordig een bananenstring? Ik vind ook wel zo tan. Waar heeft dit persoon getand? Op de vuilnisbelt? Wat is dit voor tan? Hey. Racist. Hoezo? Dat is een hele rare kleur dit. Ik bedoel, ik word niet zo grijzig bruin. Dit is maar banana. Ik wel. Oh ja. Ja, dit is typisch mijn huidskleur tan. Wat maak je mijn huidskleur nou belachelijk? Zo zie ik eruit. Sorry hoor, ik zie er gewoon meer uit als coral. Oh ja. Ik ben meestal een beetje rood. Dat staat je wel, die korrels. I want to speak with the monitor. Hé, maar banana is wel een mooi kleurtje. Banana. Maar het wordt sowieso wel even een dingetje. Sowieso van, ja, lichtroze is zus. En donkerrood of gewoon normaal rood. En elkaars namen, toch? Ja, dat is waar. Nee, ik heb geen idee wie jullie zijn. Wie spelen? Ja, dat is weer gelukt! Again! Oh jongens, het is gewoon zelfs vanuit. Ja, tuurlijk joh. Gewoon één grote chaos en er gebeurt niks. Toch lager? Dat vind ik echt een leuk idee. Zo, nog een beetje lager. Ik denk dat dit... dankjewel dat je weer opnieuw lid bent van de CreaChick Crew. Hoi, wat gezellig weer allemaal. Ja, leuk hè? Oh, en Anouki, ik heb je donatie gemist, zie ik, met de superchat. Thank you voor de donatie. En Hasselino, succes vanavond, dankjewel. Oh, sorry dat ik jullie berichtjes heb gemist. Ik heb nog steeds mijn geluidje niet in mijn oor. Dus ik ga proberen goed op te letten. Anders moeten jullie allemaal maar schreeuwen in de chat. Donatie! Want dan krijg ik hem tenminste mee, oké? Okay? Moet ik maar even weer een nieuwe aanmaken? Hoe staat het met Dionne de stream ervoor? Weet jij dat, Jeroen? Oh jongens. Ik hoor niks. Ik zie hem, Rob. Het is druk van alles aan de gang. Ja, dat denk ik ook. Oh, kijk, daar is ze. Oh nee! Daar is ze. Nou ja, ik krijg hem gewoon niet meer live. Ik ben live op mijn OBS, maar ik kom niet meer live op YouTube. En als je even een nieuwe stream aanmaakt, even een nieuwe schedule... Dat heb ik net gedaan. Maar dat doet hij dus niet. Ja? Ik kom niet te... Ja, volgens mij ben ik gewoon niet te zien. Ik sta al gewoon op live. Ja, maar als je nu even een nieuwe maakt en die doe je dan schedule... Nee, dat heeft ze al gedaan. Maar... Oh, dat heeft ze al gedaan. Heb je... In je, hoe heet het, je go live dingetjes, heb je daar die knop go live nog staan? Ja, nee, die heb ik al gedaan. Er staat nu alleen maar end broadcast, maar... En hij geeft aan de linkerkant geeft hij ook niks aan van waiting for input of wat dan ook. Waar? Ik maak in de tussentijd even een nieuwe camera aan. Even kijken hoor. Oh. In het YouTube gedeelte zeg maar. Nee, er staat gepland. Op wat punt staan? Even kijken. Als je naar je studio gaat, je YouTube studio. Ja. En je gaat dan naar je... Ja, hoe kom je dat in dat gedeelte, dat live gedeelte? Ik zal hem eventjes zo muten. Ik zie jullie ook echt zo in de chat. Ik doe helemaal niks slap van dit technische gepraat. Nee, niemand. Iedereen is ook gewoon heel stil aan het wachten. Maar het is wel natuurlijk heel sneu voor haar dat er even de hele stream helemaal niet werkt. Ze is net overgestapt van Twitch naar YouTube sinds een hele korte tijd. Dus dan moet het natuurlijk wel goed gaan. Het is wel een beetje sneu als dat dan niet lukt. Dus ik dacht, nou, laat ze maar eventjes in ieder geval dan lekker even dit fixen. Als is het ook zo sneu. Dankjewel Queen voor de superchat. Thank you. Lief. Maar goed, we gaan dus zo meteen beginnen. Jongens, het is nog geen 20:30, dus we zijn nog vroeg. We willen ook heel graag gaan starten. We zijn niet voor niks al 3 keer een kamer gejoind. Maar goed, dat duurt heel eventjes. Want het is echt sneu als ze hem niet aan het praat krijgt. Want ze wil natuurlijk ook gaan streamen. Dus, even geduld. Even geduld. We gaan het zo meteen helemaal doen. Hoe gaat het met jullie trouwens? Gaat het met jullie allemaal goed? Wat leuk trouwens dat er weer zoveel mensen ook zitten te kijken. 2631 mensen zitten nu live mee te kijken. Oh, 2635. En die komen nu binnen en die denken, nou, gezellig, leuk. Among Us streams zitten alleen maar te kletsen. Gaan we ook nog gewoon niet spelen? Waarom hoor ik helemaal niemand? Kleine complicaties. We gaan zo beginnen. Hey, dankjewel All Things voor de donatie. Super lief. Ja. Is ze live? Oh, ik zie jullie typen erin. Ze is live. Oh, nou kijk, wat goed van haar. Oké, wacht. Zal ik even luisteren hoe het gaat? Goed? Dankjewel, Daisy, voor de super sticker. Een hamburger. Nice. Thank you. Oké, ik ga even luisteren in de Discord hoe het bij ze gaat. Attika is mijn vijand, kijk maar. Ja, wil het allemaal lukken? Ik hoorde dat in mijn chat dat Dionne weer live is. Nee, jongens, die zit er nog niet in. Ik ben Coral. En dan, ja? Kan je het aan, Rob? Nee, het is heel veel. Ja, Hugo. Ja, maar anders doen we eerst even een potje zonder Hugo. Is ook oké. Hugo die is nog onderweg. Zijn audio wilde niet helemaal fixen. Ik kan Hugo wel even nabootsen door gewoon, zeg maar, heel hard in mijn microfoon te hijgen of zo. Wie, Hugo? Wat? Dat is echt een Rob. Ik kan herinneren. Ik kan me alleen herinneren, luister niet naar mijn mond. Omdat hij er een Malteser in had gestopt. Niet naar mijn mond. Oh, maar jongens, we hebben zulke leuke quotes altijd. Oh, man. Ja, maar echt. Dat was altijd gezellig. Dus ik vind het ook eigenlijk wel weer heel erg gezellig dit, hoor. Ook weer iets met Discord, hè? Ja, discordoverleven.nl. Heel goed. Kijk, onze kinderen worden goed opgevoed. We gaan meteen dat ook nog weten ook. Ja, en daar staat inderdaad ook nog steeds... Voor iedereen, check discordoverleven.nl. Die staat nog steeds online. Dat is echt... als je de oude streams hebt gekeken, dan weet je waar het over gaat. Als je de nieuwe streams nu voor het eerste keer kijkt, dan denk je... Oh jongens, ik heb dit... zeg maar, we lopen zelfs smooth. Zelfde kleren hebben nu, zeg maar, animation. Kijk dan. Ja, het ziet er wel echt wat verzorgd uit. Ik heb alleen wel het idee dat het spaceship echt veel harder beweegt dan vroeger. Nog harder. Zie? Hij bibbert er ook helemaal van. Oh my god, Febe. Ten eerste, wat is er met je naam gebeurd? Ten tweede, you look a bit pale, girl. Ouch. Ze zit al een jaar binnen, joh. Dat arme kind. Doet pijn. Ja, ik weet het ook niet. Hè. Ja, kijk, iemand wou geel zijn, dus ik gaf mij geel af en nu ben ik lichtrood. Niemand is geel. Nee, ja, er is... inderdaad. Maar iemand wou geel zijn. Mila wou geel zijn. Nee, Mila is donkerrood. Mila wil alles zijn, joh. Ja, Mila maakt niet uit, joh. Neem maar lekker geel, Fieps. Jij bent geel met een ei. Neem maar lekker geel. Nee, maar geel met een ei, toch? Je mag gewoon zijn. Ik wacht even totdat. Wacht nog heel veel op Dionne, oké? Maar nu moet je wat anders vertellen. Ja, beter. Jij bent fantastisch. Dankjewel. Ik ga wel Fiep noemen en niet Bibi. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Wacht, mag ik dat nog snel veranderen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, we gaan maar. We wachten wel. We wachten al zo lang, dan kunnen we nog wel even langer wachten. Snel beginnen, snel beginnen. Oké, Jeroen, ik geef je alvast een hele kleine tip, nu Phoebe er toch niet is. Gewoon altijd Fiep framen, altijd. Nee. Oh shit, kan ze natuurlijk horen. Daar wordt ze niet leuk van, hè? Nee, niet weggaan. Jij moet ik voel me echt niet. Nee, joh, is een grapje. Is een grapje. Oh ja, en Hugo is er nog niet, hè? Oké, Jeroen, ik ga je vast vertellen. Je weet altijd dat Hugo de imposter is als de lampen uitgaan en hij kilt in een electrical. Als je daar een dood lichaam vindt en de lampen waren net uit, is het sowieso Hugo. Dan weet je dat vast. Ik trap in deze leugens niet. Ik trap hier niet in. Nee, ik lieg niet. Heel goed. Ik lieg nooit. Nee, dat is... Nou, oké, ik hoor al, de toon is gezet. Kan je nog 2 seconden praten zodat ik weet hoe die klinkt? Jeroen, hoi. Ja, Jeroen. Hallo. Wil je beginnen? Jeroen, hallo, okay. Waar zat je ook alweer precies? Ik zit boven. Altijd zo. Ja, dan kunnen we even horen hoe die klinkt als die nog de waarheid spreekt. Ik zit boven, zo klinkt die als die de waarheid spreekt, oké? Nee, we hebben er niks aan. Ja? Zullen we gewoon een potje doen? Zullen we beginnen? Gaan we beginnen? Ja, Dionne, gaat het bij jou oké? Ja. Alles is weer helemaal stabiel. Nou. Hey. Ah, we gaan het gewoon doen. Oké, nice. Vergeet niet te muten. Mute. Mute. Daar ben ik. Oké, gemute. Jongen. Nou, dit is spannend. Dit is lang geleden. Hoe werkt dit ook alweer? Oké, jullie moeten me echt helpen. We gaan eindelijk echt beginnen. Maar ik ben geen imposter. Dat vind ik ook helemaal niet erg, want dat vind ik doodeng om nu al imposter te zijn. Wat deed je hier ook weer altijd? Oh ja, swipe card. Oké, dit is echt zo ontzettend lang geleden. Rick is hier met Emily. Ja, taken. Taken gingen we doen, dat is ook zo. Rick, je bent eng in je string. Ga weg. Nee, ik wil niet met Rick alleen zijn. Oké, ik vond dat echt... Ik durf ook niet met Attika. Ik ga dood. Ik weet het nu al. Oh, Rob is bij me. Ik weet niet, maar somehow vertrouw ik Rob nu. Dat is vast niet goed, maar goed, ik vertrouw hem toch. Oké, wat hebben we hier? Wow, er kwamen er veel uit communications. Wie waren dat allemaal? Jeroen? En Fieps, volgens mij? Oké, voor de mensen die niet weten hoe dit spel werkt. Nee, ik ga niet eens uitleggen. Tika, waarom ben jij overal... Oké, maar ze heeft me nog niet doodgemaakt, dus... Kunnen we er vertrouwen? Ze staat er wel heel lang. Ik weet mijn taakjes nog, mensen. Ik weet het nog. Ik weet nog hoe dit moet. Ja, Rick, de lavalamp is zus. Hey, Emily. Ik ben zo benieuwd hoe onze kinderen dat gaan doen. Ik vind het ook wel een klein beetje spannend, want zometeen moet ik gewoon liegen tegen mijn eigen kindjes. Mila. Mila, waarom sta jij hier stil? Don't trust it. Iedereen is nog een beetje roestig, merk je dat? Gebeurt nog helemaal niks. We hebben zometeen alle taken al gedaan. Waar is Shields ook alweer, jongens? Waar zit dat? Helemaal rechts of zo. Waar is Shields ook alweer? Hé, daar is iedereen weer. Rick en Jeroen. Ja. Nee, hier moet ik helemaal niet wezen. Dit is niet Shields. Ik vertrouw die Rick niet, hoor. Nee, Jeroen. Ik ken jou niet zo heel goed, dus jou vertrouw ik ook niet. Ik vertrouw gewoon niemand in dit spel. Dat was ook inderdaad weer hoe het ging. Mila vertrouw ik ook niet. Waarom kan ik niemand vertrouwen? Upper Engine. Is er al iemand dood? Waar is Upper Engine? Ik weet het niet meer. Waar is Upper Engine? Wie vindt je zus? Ja, mezelf. Waar is Upper Engine? Is dat hier? Ja, dit is Upper Engine. Oh ja, dat ding gingen we doen. Kijk. De hier. Oh! Dat wow! Is epic. Zieke nieuwe animatie, alles. Wow! Dat ziet er echt leuk uit. Oh, ik wil. Hey, maar... Ik was zo bang om daar naar te lopen. Nee, Fiep! Ik was zo bang om daar naar binnen te lopen. Ik dacht, ik hoop dat ik niet gekild word. Maar er lag gewoon een lijk. Oh, maar waar? Waar is daar? Iemand die weet in electrical. Oh. Iemand die weet... Ja, maar Hugo is er nog niet, dus het is niet Hugo. Nee. Ik wilde al bijna stemmen. Ik denk ook dat ik ga op Hugo. Hey, even hè. De map. Die is nu gewoon te zien in het spel zelf. Ik zit de hele tijd te googlen voor een map. Dat was altijd dat was altijd al, bij, als je op tab drukt. Is het plaatje veranderd? Maar, kijk, we gaan nu natuurlijk wel even bedenken wie het is geweest. Dankjewel Nienke en dankjewel BFF-account Lotte en Jill voor de superchat, thank you! Toch? Want we waren met z'n 11 of niet? Ja, ja, ja. Maar er zijn wel heel weinig... Wie is er nog niet klaar met zijn taken? Ja, want ik moet er nog één. Ik moet nog een heleboel maken. Ik ben heel erg scheiterig. Ik zei ook al, volgens mij zijn we allemaal nog een beetje roestig, want we durven allemaal nog niet echt iets te doen, denk ik, als imposter zijnde. Ik was even bang dat Jeroen imposter was en dat hij niet wist wat hij moest doen. Dat zou ja, dat zou echt super sad zijn. Er is één iemand die iemand vermoord heeft. Ja, dat zijn we. Maar dat is in ieder geval een kill in Electricon. Ja, ik ben daar even niet geweest, dus ik weet niet wie dat zou kunnen zijn. Ik ook niet. Ja, ik had net wel een Zullen we maar gewoon taken afmaken dan? Ja. Daar ben ik het mee eens. Dat zou een imposter zeggen. Nou, oké. Ja, ik wil heel graag imposter zijn, please. Maar dat ben ik nu niet. Wie heeft er nou weer op mij gestemd? Adinda, it was you! Ik was het niet oprecht. Nice. Ik was vergeten waarom ik dit spel ook niet meer speelde. Ik kan niemand vertrouwen en niemand vertrouwt mij. Dan lijkt het. Dit is prima, wij zijn toch... Oké, nou we hebben nog eentje een lower engine. Ik weet nu waar dat zit. We gaan naar beneden. Jullie denken dat het Onnedi is? Nee, ik weet het echt niet. Maar ik denk wel, het is wel iemand die roestig is. Ik denk Adinda. Omdat ze nu ook zo achter mij aan komt lopen. Oké, we glijden nog niet uit. Attika die heeft me gezien dat ik hier ben. Dus als ik nu dood ga... Maar Adinda is mijn veilige groepje. Oké, nou, ik ben klaar met mijn taken. Dus ik mag wat dat betreft dood. Hier, maak me maar dood. Ik wil dood. I can die now. I'm done. Mila die behapert helemaal als ze loopt. Zie je dat? Jullie denken dat het Rick en Mila is? Ja, ze zijn wel veel bij elkaar. Kijk, dat Jeroen gewoon nog lekker... Oh. Ik weet wie het is. Ik weet ik ook, want wij waren met z'n vijven bij elkaar. De meeste mensen zagen waar die body lag, hè? Ik heb nog geen body gezien. Waar lag hij? Ja, maar wie heeft het gedaan dan? Want ik heb het op cams gezien, live. Het was gewoon live op tv. Oh, nice. Vertel. Gewoon midden op een scherm, Attika gewoon flash. Gewoon Attika! Attika. Gewoon no Ja, Attika, wat heb je daar op de... Wie? Ja, slap it at hem. Oké, nou, ik geloof het. Ik ga mee met deze. Ja, same. Want ze is verdacht stil. Ja. En ik weet dat Rob op de cam zat. Ik heb hem gezien daar. Ik sta altijd wel een beetje stil. Ik zat er bovenop, alsof ik naar de show moest. Als ik dat niet weet, dan ben ik wel bereid mee te gaan. We vertrouwen Rob volledig. Bye. Waar was de body eigenlijk? Geen idee. Ja, vlakbij... Je hebt het gezien! Piu piu. Oh, piu piu. Ik heb mijn taak al allemaal gedaan. Ja, same. Hey, sst. Oh, sst. Oh, Emily. Als je dood bent, mag je helemaal niet praten. Sst. Oh, sorry. Hey, dankjewel BFF-account Lotte en Jill voor de volgende superchat. En Desiree, welkom bij de CreaChick Crew. Superleuk. Ik loop een klein beetje achter op de meldingen. Hey, ik ben inmiddels gewoon helemaal klaar, dus ik heb hier verder niet zoveel te doen. Zullen we even gaan checken om te kijken waar wat gebeurt? Attika is eruit. Dus dat betekent dat er nog één imposter in zit. Ik vind het stiekem wel weer leuk. Wat vinden jullie? Ik vind het eigenlijk wel weer heel erg gezellig. En er zitten dus heel veel nieuwe rollen in. Maar dat hebben we nu nog niet. We doen even gewoon even rustig potje. Is dit Insecurity? Jeroen daar. Ja, dit was Insecurity. Het komt ook zo dramatisch in beeld tegenwoordig. Wie heeft mijn boyfriend gekild? Ja, degene die mijn dochter ook heeft vermoord. Waar was dat? Waar was dat? Oké. Ik doe mijn nadenkroute op. Pap, waar was de body? Wie heeft de body gereport? Security. Oh. Dus waar je die camera's checkt. Oh. Thanks again, BFF-account, Lot en Jill. Waar je iedereen kan zien. Hoe heet dat? Ja, ik weet niet meer. Ja. Ding dus. Zag ik dus iemand venten van Med Bay naar security naar electrical. Med Bay naar security naar... En Rob stond op camps. Ja. Nee, ik was rondjes aan het lopen en ik denk, dit kan ik natuurlijk niet nog doen. Ik liep achter Rob aan en toen ging ik daarna naar camps en daar lag die. Ik liep, zeg maar, vlak voor electrical, zeg maar, vlakbij, ja, net bij Rick vandaan, zeg maar. Maar ik ging dus lopen naar security toe, omdat ik dacht, oh, volgens mij is er iemand vermoord. En toen kwam ik Onnedi tegen. Ik zeg niet dat ze het is, maar, you know. Ik weet niet. Ik denk, zou het niet kunnen dat jij het gewoon bent geweest? Want het is wel een heel mooi verhaal natuurlijk, dat je bent gevent vanuit security. Security? Inderdaad. Ik weet. Maar Dionne is wel erg stil. Ja, ik weet het anders ook echt niet, want ik heb ook niemand anders gezien behalve jou. Maar heb ik jou gezien? Dionne, je zag me lopen richting security. Ja, ik weet het oprecht niet, want ik zoek de hele tijd een kaart. Ik weet bij god niet waar ik ben. Ik vind het allemaal veel te... Het is allemaal te lang geleden. Oké, weet je, dat klinkt als excuses. Tussen alle verhalen die ik nu heb gehoord, denk ik dat, zeg maar, Kitta, die is veel te overtuigd hiervan. Dus ik denk dat zij gelijk heeft. Maar als zij geen gelijk heeft... En dan is er vanavond een Sjaak. Dan is zij het. Oké, ja, ik weet ook weer niet zeker. Ja, en je weet het zeker. Ik ben weer heel erg stil. Mila is heel stil. Of ze is in slaap gevallen, dat kan ook. Ik weet het niet. Mila, wakker worden. Wat? Ik praat de hele tijd tegen jullie. Oh, je had hem nog gemute. Dan heb je je microfoon uitgezet. Nee. Oh, is niet erg. Was je de hele tijd aan het zeggen, nee, het is Onnedi helemaal niet, nee. Please. Ik was het. Doei. Ja! Oké, we kunnen je vertrouwen. Ik snap oprecht niks meer van die map. Het is wow, ik ben level 2! En ik krijg ook allemaal achievements. What? What the hell? Ik heb pass, alles. Ik heb 154 bonen. Ik heb 206 beans. Wat zijn die beans? Ik heb precies dezelfde als weet ik niet, but I like the beans. Waarom heb ik er zo weinig? Ja, ik weet het niet. Heeft iemand anders ook meer dan 200? Ja, omdat jij zo'n grote brain had met het nadenken over dat het Attika was. Omdat op camp zien. Ik deed niks, nou, dus dan krijg je minder beans. Ik heb ook 206 erop. Oh, Dionne, ik wist dat jij het was. Ik wist het. Ben je nou gewoon in het allereerste potje ooit? Ja, dus je speelde meteen gekild. Ja, man. Ik heb mijn eigen boyfriend gekild. Dankjewel voor alle donaties, BFF-account Lotte en Jill en Noortje. Echt super lief, thank you. Gebeurt al. Maar het is wel echt super sad. Gewoon in de eerste potje ben je het gewoon gekild door je eigen vriendin. Dat is wel echt cruel hoor. Gewoon. Ja, dat geloof ik. Ja. Maar het is slachtoffer. Maar het, ja. Nou ja, iemand moet het doen. Dat kaartje staat nog steeds in de Discord. Dus als je die nodig hebt. Ik heb het nu geopend. Ja, dan kan je gewoon de map zien. Ik wil weten wat ik met die bonen kan. Ja, Adinda die is even gemute. Wat kun je met die bonen inderdaad? Ja, iemand zegt in mijn chat, je kan met die bonen, kan je heads kopen. Oh. Nice! Dus je unlockt skins. Ik ga meteen even kijken. Iedereen naar de wardrobe. Maar ik heb al vet veel hoofden. Ja, maar dan krijg je dus nog meer hoofden. Ik zie geen extra heads. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar ik ben ook bij level 2, dus misschien... Ik zei nog dat ik echt geen imposter wilde zijn, het eerste potje. Ja, maar dat moet je ook nooit zeggen, dat soort dingen, want dan ben je het meteen. Je maakte mij maar al gegaan, jongen. Los van het verhaal van Kitta dacht ik dat jij het niet was. Want ik had je op camera meerdere keren zien lopen, weg van mensen. En ik dacht van, dan is zij het sowieso niet. Ja, weer gaan beginnen. Ik doe altijd onlogische dingen, omdat ik gewoon echt oprecht het spel niet begrijp. Nee, gewoon een ton door mijn... maar je doet het hartstikke goed. Schildje heen, hè? Ja, nee, maar hartstikke goed, jongens. Maar... Jij stoute Rick. Wat? Sorry. Ik zag dus dat ik met een roze iemand imposter was. Dus ik dacht, oh Rob. En toen zag ik opeens Onnedi. Ja, dat is heel verwarrend, hè? Rob is altijd roze. Sorry jongens, ik ben koraal. Ja, maar ik vind koraal je wel beter staan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, roze is wel echt meer mijn kleur. Nee, maar dit staat je echt goed. Ja, maar dit matcht. Ik vind het ook hoor. Dankjewel weer BFF-account Lotte en Jill. Niet te veel doneren, hè? Straks al je geld op. Is goed zo. Maar thank you. Of is het meer gewoon een beetje zaalmoroze? Nee, het is gewoon... Ik zou het noemen... Ja, ik vind het typisch Rob. Ik zou het gewoon laten. It looks good. Een beetje als een vis op het droge. Ja, ik had trouwens even nog aan Hugo gevraagd wat de status is. Maar ik krijg geen reactie. Dus hij is denk ik... Ik neem aan dat hij heel hard probeert is de Action Airpods te fixen. Mensen in mijn chat vinden trouwens Rob is verbrand. Nee! Wow. Nee, Rob is helemaal niet verbrand. Nee, hij ziet er lief uit. Niet verstoppen, Rob. Je hoeft niet te verstoppen, Rob. Hey, en Mila, heb jij je microfoon nog gemute? Flames in chat. Nee. Oh, oké, hartstikke. Oh, lekker. Lekker chill. We gaan beginnen. Ja, nou, we kunnen wel weer beginnen, denk ik. Start. Dankjewel, Laura, voor de donatie. Thank you. Ja, druk op start. Rick zei dat 1 keer, op die manier. Dionne, maar nu nog een keer gehoord, dan wil ik het nooit meer spelen. Dat snap ik. Oh jee. Dankjewel weer, BFF-account. Let's do it. Let's do it! Let's go! Druk op start! Maar mijn chat is het niet vergeten hoor. Wie moet er kotsen? Niemand gaat kotsen hoor, ik ga het niet opruimen. Oké, ik ben weer gemute. Even checken, even checken. Ja, ik ben weer gemute. Oké, nou, weer geen imposter. Maar ik moet natuurlijk heel eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg. Want ik kan ook even rustig opstarten nog steeds. Swipecard, let's go to the swipey swipe. Kijk, Jeroen, die heeft dit spel nog niet gespeeld. Dus als ik hem dan al zo swipecard hier als eerste zie doen... Ik kan het nog steeds niet, jongens. Jeroen heeft er ook heel veel moeite mee. Gok ik dat hij wel oké is. Febe? Wat zou je in hemelsnaam daar doen? Oké, wacht. Ik hou Febe in de gaten. Don't trust Phoebes. Als Jeroen mij doodmaakte, hè? Jeroen, niet mij volgen. Dude, je moet hierheen. Oh, Onnedi is hier met Rob. Oké. Oké, ja. Nou, oh. En Emily heeft hem hier gefixt. Oké, goed zo bezig, Emily. Oké, dan vertrouw ik Emily wel. Denk ik dat het wel goed zit. Ik vind Febe wel een beetje verdacht. Wat vinden jullie? En waarschijnlijk... Wacht. Ik ga dit niet doen. Oh, ik wou zeggen, waarschijnlijk ligt er een dooie in Electrical. Ik ben die freaking blaadjes bezig. Are you kidding me? Oh, mijn man! Electrical! Nee, papa! Ja, ik had al zo'n vermoeden. Wie lag in Electrical? Febe. Is ze weer voor het eerst? Oké, mag ik wat zeggen? Je mag alles zeggen. Ja. Ik was met Rob en Dionne bij het fixen van de admin. Dat alarm dat afging. Toen ben ik daarna naar O2 naar boven gerend. Maar ik had eigenlijk een beetje mijn zus op Febe en Jeroen. Maar die gingen namelijk richting Electrical in plaats van dat ze dat ding gingen fixen. Dus toen die alarms zeg maar gefixt waren. Toen wilde ik juist eigenlijk meteen al naar Electrical rennen. Om te kijken of daar een body lag. Nou, toen hadden jullie al gereport. Dus ik denk Jeroen. Maar vind ik eigenlijk een beetje zielig. Want hij begint net. Ik ben het 100% eens met die Jeroen. Want die stopte opeens, toen zag je iemand anders en toen bleef hij een soort van naast me staan. Ik denk dat dit maar dat kan ook nog beginners noob zijn. Ik was toch wel een beetje zielig. Ja, ik had je gezien, Emily. Jeroen, wat heb je erop te zeggen? Wil je nog wat zeggen, Jeroen? Ik merkte vooral dat Dionne veel te gretig is om mij aan te wijzen. Dat het ook Dionne zou kunnen zijn. Om heel eerlijk te zijn, Jeroen, Dionne is altijd gretig, dus... Dat weet hij ook gewoon altijd, al te goed. Dat weet hij zelf ook wel. Ja, we gaan op Jeroen. Dat ik gemute ben. Gaan we op Jeroen? Ik ben het niet. Ik ben het ook echt niet. Ik ben het niet, ik ben een makkelijk doelwit. Wow. Oh ja, maar dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik vond wel dat je heel lang bij admin swipecard stond te doen. Dus dat, ja, de poepie. Ah, swipecard is ook wel moeilijk. Het is wel een beetje raar dat Jeroen op iedereen stemt. Ja, ik heb wel op Jeroen gestemd, jongens. Maar hè, wat ik zeg van die swipecard. Kijk, als hij het nog nooit heeft gedaan, het spel. En je staat zo lang te prutsen bij swipecard. Denk ik niet. Maar hij zei wel, ja, ik heb wel een aantal filmpjes gekeken. En als je iets snel leert, is het toch wel dat swipecard, zeg maar. Dus ik vind het lastig. Oké, er gaat weer een alarm af. Jongens, ik ga weer even... Komt er hier iemand uit het leuk? zien we hier iets met het luik? Er is sowieso iets bij Electrical. Ik ga kijken. Ik word vet gestraft hier zometeen voor, denk ik. Dat ik er niet was. Ik ga checken bij Electrical. Let's check it. Er moet iets zijn bij Electrical. Nee, niks. Oké, nou dan ga ik hier meteen mooi mijn taakjes doen. Nu ik hier toch ben. Oh nee, download. Dankjewel Rico voor de 2 maanden in een rij alweer lid zijn van de CreaChick Crew. Among Us! Met een hartje, yay! Leuk. Ja, dit duurt lang hè. Het valt op dat Kitta muisstil is. Ah, ik ga er zo meteen eens even heel goed op letten. Zullen we Kitta eens even opzoeken? Navigation Clean Vent. Is dat wat met die blaadjes? Hey. What's this? Waarom ben ik opgesloten? Wat is er aan de hand? Waar is iedereen ook? Hallo? Ik zit ook echt niet goed mijn taken te doen. Is hier iemand dood? Wilde iemand mij opsluiten? Attika loopt hier de hele tijd rond. Is het Attika? Maar ik wil ook echt even wat taken doen in plaats van alleen maar... Hey, gadver. Oké. Het gaat weer dicht. Zie je dat? Maar ja, het zou kunnen natuurlijk dat dit Jeroen allemaal doet. Omdat Jeroen natuurlijk voor de eerste keer dan nu gewoon al die knopjes heeft waar hij op kan drukken. En dat hij nu gewoon lekker aan het saboteren is als een gek. Kan natuurlijk. Je bent live! Ja, jee, ik ben live! Ik probeer echt heel druk mijn taken uit te voeren. Ik heb er ook zoveel. Ik had het idee dat ik er net heel veel sneller doorheen ging. Of was ik net ook echt veel geconcentreerder... Wat is navigation? Clean vent. Waar is navigation ook alweer? Hier toch? Clean vent? Oh. Oh, dit is nieuw. Dit heb ik nog nooit gezien. Wie stopt zijn pizza in de vent? En waar is iedereen? Waarom is het zo stil? Waarom ben ik zo eenzaam? I'm so lonely. I'm so lonely. Waarom is dit dicht? Waarom zijn hier geen bodies? Waar is iedereen? Oké, lelijk. Ik stop, jongens. Attika is hier. Oh, hier is iedereen. Ja, ik weet het niet. Oh, Sabi, je moet niet op mijn muis gaan liggen, mop. Kom, dan kan ik niet het dingetje besturen. Ja. Emergency meeting, master. Ja, lijkt me een goeie. Oh, Emily is wel dood gegaan. Oh, Emily. No. Ja, ik was heel de tijd echt zo eenzaam. Dan weet je dat, Rob. Ja, oké, wacht even. Dit is het idee. Als je daarom op maand weet je nou waar de kill is gemaakt? Nee, ik weet niet. Want dit is eigenlijk niet zo'n goede timing. Mag ik? Wacht even. Met de knop. Oké, doe je verhaal. Doe je verhaal. Doe je ding. Oké, there we go. Heel simpel. Er is maar 1 imposter. Ja, want Jeroen is eruit. En het feit dat het zo lang duurt, dan gaat dit heel lang duren voordat we zeg maar erachter komen. Want iedereen kluit bij elkaar, maar er was 1 iemand die constant niet bij het kluitje was. En dat ben ik zeker weer. Yes. Ja, maar ik was jullie alleen maar kwijt. Ja. Ik heb wel vet veel taken gedaan. Iedereen was de hele tijd bij elkaar. Ja, oh, wij waren bij camps met z'n drieën. En ja, ik weet het, maar ik was jullie echt aan het zoeken. Nee, ik zweer het je, ik ben het echt niet. Ik heb nog 2 of 3 taakjes, dus jullie kunnen nog met me meelopen. En jullie mogen met de hele kluit met me mee. Die taakjes kan je ook volbrengen als je een spook bent. Maar dus een spook? Ik ben niet een spook. Ik zeg... Nog niet. Oh, als jullie me er nu uitstemmen. Oh ja, dat mag, maar ik ben het niet. Er is toch maar 1 imposter, right? Ja, nou, ik denk dat het Adinda is. Oké, als ik het... Luister, mag ik nog wel even wat zeggen? Ik ga er nu uit. Ja, ik wou het zeggen. Ik ga er nu uit, want jullie stemmen nu op mij. De hele tijd achter me aanlopen. Luister nou, verdamme! Ik ben zo bang van jou. Luister! Ja, ik ga er nu uit, maar ik ben niet de imposter. Dus er is er sowieso nog eentje in. Stem dan de volgende ronde op Adinda, want ik denk namelijk dat het Adinda is. Maar die heeft de hele tijd achter mij gestaan. Ja, oké, maar ja, geen idee voor gevoel. Maar oké, succes. Ja, ik maak mijn taakjes wel van spook. Bij de vorige kill, dat we Jeroen eruit hebben gestemd. Ja. Volgens mij zag ik ook paars in de buurt. En als ik het trouwens was, hè. Ik was degene die Jeroen had geframed dat hij de imposter was. Dus waarom zou ik dat in hemelsnaam doen? Kijk, zie? Told you. Told you. Maris, de liegdagen zijn voorbij, jongens. Ik spreek alleen nog maar de waarheid. Nou, set me. Ik ga wel even mijn stempeltje afmaken. Ze geloven me weer niet. Het is Mila. Mila? Oh, het is gewoon Mila. Oh, daar zegt ze niks. Oh, boefje. Oh, Mila! Ja. Oh, die had ik zo erg niet zien aankomen. Wat lekker, maar wel Adinda. Oh, maar Jeroen dus niet. Go frame the new guy. Oh, Jeroen, sorry. En goed gedaan. Goed gedaan, Mila. Well played. Ja, maar Mila heeft gewoon niks gezegd. Niks liegen, ze heeft gewoon niks gezegd. Ik was niet de enige die de eerste die Jeroen vreemde. Dat was Maris. Nee, nee, dat neem ik terug. Dat was ik niet. Dat was pijnervaring. Het spijt me, Jeroen. Oh, sorry. De rest van de avond wordt voor jou pijn. En de tweede keer spelen. Maar beleven er echt ook de andere twee, want er zijn er twee niet. Oh, daar is Jeroen. Ja. Hugo is nog steeds bezig om zijn audio te fixen. Het is hem nog niet gelukt. Ja. Eigenlijk heb ik nog alleen maar de waarheid gesproken, hè, deze potjes. Dus jullie hoeven niet meer te wachten. Oké, vanaf nu gaan we. En dit samen met Kitta. Ja, echt super goed gedaan jullie. Netjes. Guys, zullen we nu gaan beginnen? Oh, ik stond op mute. Ik maak kletsen, jongens. Ik denk al, het was weer total ignore, maar nu snap ik waarom. Die heel graag wat neersteken. Oké, starten. Hugo, deze lekker gedaan trouwens, Mien. Even... Ja, lekker gedaan. Hey Hester, welkom bij de CreaChick Crew. Leuk. Dat was wel lekker, ja. Ik ben al... Oh, dat muziekje erbij is ook zo creepy. Oké. Oh jongens, jullie willen mijn hart niet voelen. Oh nee, ik wil dit helemaal niet. Oké, wel samen met Rick. Dat is wel echt superleuk. Oké, jullie moeten me eventjes steunen, oké? Want ik was heel eng. Oké, mijn kinderen lopen hier. Ik weet niet wat ik moet doen, jongens. Ik durf niet meer te killen. Het is veel te eng. Oh, nee. Ik krijg helemaal zweet ervan. Oh, oké. Nou, gelukt. Ik ga weer lekker weg hier. Kijk. Oh, zullen we Jeroen maar eventjes doen? Want Jeroen is toch een newbie? Oh, en Dionne. Ja, oké, wacht. Oh nee, er zijn er al te veel. Hé, jammer. Ik dacht, ik doe eventjes... Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Kan ik deze deur dicht doen? Ja, is deze deur nu dicht? Ik was zo langzaam. Oh, snel weg. Oké, doe hier inspect samples. Zo, gedaan. Oh. No, auto. Oeh, jongens. Oh, auto ging af. Oké, ik was hier, ja. Als ze het vragen, dan ben ik vanuit Reactor naar beneden langs gelopen. 6, 9, 2, 9, 1... Zo, kijk, ik heb hem gefixt toen daarna. Oké. Ik heb hem toen gefixt. Nou. Het was in ieder geval niet... Oh, het loverteam. Nou, het is sowieso aan Attika. Want het lag al... De twee lichaampjes lagen bij Electrical. En het is niet Attika, want ik ging met Attika samen binnen. Wait, is het double kill? Oké. Ik denk dat het een kill was via de vent, want echt letterlijk Onnedi haar lichaam lag letterlijk gewoon op de vent. Waar is de double kill? Waar is Hugo weer? Die lagen te ver uit elkaar voor een double kill te zijn. Ja. Mila kwam maar ze lagen allebei in Electrical. Ja, de ene lag zo helemaal van achter en de andere lag helemaal van voor. Maar dat is wel... Maar hoe dan? Double kill zijn geweest. Geen idee. Ja, ik was bovenin bij O2. Maar met wie was ik daar? Met mij? Ik denk met Rick en met... Oh, Rob. Was het Rob? Ja. Maar Rob kan het niet zijn, want Rob was die altijd bij mij en Attika ook bijna. Ik ben ook niet bij Electrical geweest. Klopt, want we zijn gesplitst voordat we naar Electrical. Ik ben ook niet in Electrical. Ik moet ook nog naar Electrical. Ik ben bij Emily gebleven, want ze had die enge taak aan de linkerkant. Ik weet niet waarom, maar ik verdeel. Die enge taak, oh, dat is lief van je. Ik had het ook zo vaak fout, hè? Okay. Ik heb een beetje het gevoel... Het ook ik heb het gevoel dat Maris het is. Ik weet niet waarom, maar... Ja, hoor. Ja, ik ben weer zus. Gaan we nou gewoon elke... Ja, tuurlijk. Ga gewoon weer elke ronde op mij stemmen. Maar als er zo weinig mensen dood zijn, dan kunnen we toch ook gewoon even nog skippen. Dat klinkt wel iets dat een imposter zou zeggen. Nee, ik stem op Rick. Ik stem op Maris. Dan. Ik ook. Sorry Maris. Gewoon puur gebaseerd op dit ene. Ja, echt op niks. Ik ben het niet, jongens. Ik zweer. Nee! Ja, dat is nog op mij stemmen. Wie stemt er nou weer op mij? Maar hoe dan? Waarom? Nee. Ja, omdat jij voor opeens iets zegt. Ja. En het is dat klinkt wel echt iets als iets dat een imposter zou zeggen. Ja. Oké, nou. Sakkie, ik ben in mijn eentje over. Maar Rick, die was wel echt mega sus. Ik denk, als ik daar niet op reageer, dan zou ik normaal gesproken echt wel op reageren. Ik ga ze in de gaten houden. Ja, dat ben ik aan het doen. Nee, ik doe wel blaadjes hier zo. Ploep. Zo. Eens even kijken. Hé, ik zie Rick ook gewoon. Is dat, terwijl die er toch uit is? Is dat nieuw? Dat ik Rick dan ook gewoon nog steeds zie wat hij aan het doen is? Oké, ga ik het doen? Ik weet niet hoe verstandig dit is om Emily nu dood te maken. Er is niemand. Dus het kan. Let's do it. Sorry Emily. Het spijt me. Oeh, Rob die wilde daar bijna heen komen. Ik ga snel weg. Bovenlangs. Oké, waar ben ik geweest jongens? Wat heb ik gedaan? Ik ben in... Hier, ik kwam vanuit Medbay. Toen ben ik naar Shields gegaan. Ik ben voorheen heel veel aan de rechterkant geweest. Shields. Oké, wacht. Ik moet wel snel naar die melding toe. Want anders dan... Oh, ik ben helemaal in de paniek, jong. Rick is niet dood. Jawel, Rick is eruit, toch? Ik ben toch in mijn eentje? Oh! Nee, het is sowieso niet Rob. Het is geen self-report, want ik was op de camera's aan het kijken. Ja, ik zag het lijk liggen op de camera's. Oké. Ja, cool. Waar was het? Terwijl ik op de camera was en het lijk zag liggen en wegrende, was vlak voordat ik, zeg maar, echt op het... Ik ren weg en meteen gaat dat alarm af. En met wie sta ik op camera? Met iemand die ook het lijk kan zien en niet wegloopt en niet daarheen gaat en niks doet? Rick. Huh? Ik dacht dat Rick er al uit was. Huh? Ik weet dat ik al dood was. Was maar Rick Fiep niet net eruit gestemd? Wacht, maar Fiep, kwam jij Rick tegen? Nee. Ik kwam Maris met Rick tegen. Ja. Ja, met Maris. Met Rick. Ik ben helemaal niet met Rick geweest. Ik was... Oh, jawel, heel van net bij camps. Ja, klopt inderdaad. Maar ik kwam er pas net aan op. Ik zag dat Rick al op camps stond, dus toen ging ik naar die dingen toe. Oké, maar Rick stond nog op camps. Rick stond op camps, ja. Maar ik dacht dat Rick er eigenlijk al uit was. Nee, het is Maris en Rick. Het was net Maris en Rick. Nee, ik kwam serieus net aanlopen. Rick, je bent gemute. Ik wil weten wat Rick... Ja, ik hoor Rick ook niet. Ik wil Rick's defense weten. Ja, sorry. Ik stond echt op twee plekken gemute. Excuus. Oh, maakt niet uit. Ik stond bij jou. Ik stond inderdaad bij camps, maar ik heb verder niks gezien. Maar waar lag de body nou? Hoe heb je die body niet zien liggen? Ik heb geen body zien liggen hoor. Maar waar lag de body nou? Ik weet nog steeds niet waar het lag. De body ligt in de gang van de cockpit af. En je kon hem op camera echt net zien. Nou, maar sorry, maar dat heb ik echt niet gezien. Zou een imposter zeggen. Ja, of zou iemand zeggen die mij probeert te framen, want ik weet het niet. Voor een poepje lijk dat echt aan de andere kant van het schip ligt. Daar kan ik niet eens bij zijn gekomen. Hoe kan ik dat dan gedaan hebben? Oh my god. Hoe kan ik dat dan gekild hebben als het helemaal aan de andere kant ligt? Waar hebben jullie nu op gestemd, Mila, Febe en Attika? Allemaal op Rick? Ja, ik heb op Rick. Omdat ik het niet heb gezien. Ja, ik weet niet. Twijfel tussen Rick en Rob. Welke kleur was dit? Rob, je moet stemmen. Je hebt nog 5 seconden. Ze stemmen op mij omdat jij ze mijn kant op leidt, vriend. Wat? Ja, ik heb geen idee. Ik heb Rick helemaal... Waarom op mij ook? Wat heb ik gedaan met leven? Hey, ik dacht serieus net dat Rick eruit was. Ik dacht echt dat hij de meeste stemmen had gekregen. Maar blijkbaar ben ik echt super scheel. Oké, jongens, dus verdenken mij wel echt heel erg. Vooral Febe. Dus ik moet eigenlijk even zorgen dat ik Febe dood ga maken. Want ik ben het echt zat. Mila die heeft het volgens mij allemaal niet zo heel erg door. Dus dat is oké. Kijk, ik blijf gewoon lekker bij Mila in de buurt. Kan ik heel te zeggen, ik was bij Mila, ik was bij Rob. Kijk. Maar Febe moet wel even dood. Waar is Febe? Oh, lights. Oké, nice. Waar is Febe? Febe. Waar is Febe? Febe, je moet dood. Febe, je moet dood. Je hebt te veel zus op mij. Don't like it. Er staat iemand op cam, zodat ik zie de lampjes knipperen. Kijk, ik kom hier lekker de lights fixen. Zo. Kijk, even kijken voor een lijkje. Attika is een beetje in twijfel. Ik denk wel dat Rob mij ook wel het eerste verdenkt. Oh, Febe staat hier de hele tijd op cams. Febe gaat weg in er eentje. Nice. Waar gaat Febe heen? Als Febe in de buurt is van een lijk, jongens, dan maak ik er dood. Febe moet dood. Febe, kom hier. Oké. Oh nee, vent. Oh. Oeh, denk je dat ze dat gezien heeft? Jongens, ik vind het zo eng. Help mij. Oh, ik ben erbij. Fiebs. Wat toevallig. Waar lag de body? Wat toevallig weer. Ik was aan de linkerkant met Mila en Rob. En toen ging ik helemaal naar rechts. Toen zag ik Fiep daar liggen in, even kijken, Navigations. Dat kan niet. Dus ik was trouwens Maris met... als enige niet links. Ik wou zeggen, ik was met Mila en met Rob juist beneden bij, hoe heet dat nou, Communications? Ik heb letterlijk... Ja, mama, ik zag jou. Ja, ik was de hele tijd bij Mila. En Rob die ging naar boven en ik was met Mila beneden. En toen uiteindelijk ben ik nog bij Weapons geweest. Ja, ik heb Attika niet gezien. Klopt, ik was links. De enige die ik heb gezien is Attika. Ja, ik zag jou ook. En ik liep achter jou en de deuren gingen dicht toen wij beneden waren bij Communications. En toen was ik met Mila en met Rob. Ik stond bij Cams met Fiep. En toen gingen de deuren dicht. Toen verdween Fiep echt van tussen de deur vandaan of whatever. Ja, klopt. Daar was ik. Daar was jij ook. Ik vind mama wel zus. Was Mila daar ook? Hoe zou ik nou ineens? Mila, was jij daar toen ook? Nee, ik was de hele tijd met Mila. Oké, dus jij hebt ook Fiep zien lopen, Mila. Niet allemaal tegelijkertijd. Mila. Ja? Mila is hard aan het nadenken. Rob stelt je een vraag. Oh! Oh! sorry, ik zal het duidelijker stellen. Mila. Ja. Toen jij met CreaChick, je moeder, bij Cam stond en jij zag Fiep lopen. Heb jij gezien waar Fiep heen ging? Nee, maar ik was niet bij Cams. Ah, nee, Mila was met mij beneden, bij Communications. Maar ik heb Attika aan de rechterkant gezien toen ik uiteindelijk bij Weapons was. Dus ik denk dat het een self-report is. Dus ik heb op Attika gestemd. Ja, is goed. Ik denk CreaChick nog steeds. Jij liep zeg maar zo vanuit... nee. Oh, nou, laat maar. En jullie hebben alweer op mij gestemd. De imposters zijn erbij. Oh. Oeps. Nou, hoor je dan? Mila, wat heb ik nou aan jou? Je moet niet tegen mij zijn, je moet mij steunen. Altijd. Ik vond het wel weer een beetje eng, eigenlijk. Het was wel even spannend, hè? Goed. Dan weet jij wel vanaf het begin. Ja, daarom dacht ik ook, Febe moet dood, Febe moet dood, Febe moet dood. Oh, ik vond het echt een beetje spannend dit, om weer imposter te zijn. En papa en ik. Papa en ik. Want zelfs in de dood moet je nog taken uitvoeren. En wij kilden ook echt Dionne en Jeroen zo samen, zo daar. Was dat de eerste keer? We zijn allemaal van romantisch zo doodgaan. Nee, al één keertje. Toen hebben we wel gewonnen, maar nu helaas niet. Naast elkaar. Ik dacht echt serieus... Nee, ik dacht echt serieus dat jij er de tweede ronde al uit was of zo, maar dat toch maar niet. Toen was het niet genoeg stemmen of zo. Oh. Nee, echt aangeschoten wild hier. Er was één stem voor CreaChick, 3 voor Skip en 3 voor Rick. Oh, dan had ik het niet goed gezien. Ik denk ook dat ik in mijn eentje was. Ik denk, waarom zie ik Rick nog steeds lopen? Ik zie geesten. Maar het ging goed. Onterecht. Maar gelukkig is het hem goed gekomen. Hey Mila, je had het wel goed door hoor. Ik probeerde nog te liegen, maar je kent me te goed. Ja, ik had Rob moeten killen. Rob is te veel. Maar dan was het te veel opgevallen. In mijn chat zeggen ze ook, lekker Mila! Hey, mijn chat hoort voor mij te zijn. Wat is dit? Nou, nog een potje? Zal ik al starten? Ja! Oké. Ik moet zeggen, ik vind Skeld wel weer even moeilijk zat. En die is vergeten te muten. Oké, succes. Deed ik dat niet? Oh, was ik gemute? Oh, even relaxed weer, jongens. Oh my god, mijn hart die klopt helemaal, joh, ervan. Het is echt... Ik ben dat echt eventjes ontwend, zeg maar. Oké, dan gaan we weer. Even lekker chill. Lekker taakjes doen. Even niet hoeven na te denken. Swipe kaartje, jongens. Gewoon even een beetje kabeltjes verbinden. Emily zag ik voorbij rennen daar beneden. En volgens mij, Rick is hier. Wat staat Rick daar te doen? Eeuwenlang ruzie te hebben met zijn swipekaart. Rick, ben je nou nog steeds niet klaar met je swipekaart? Emily en Jeroen gaan daar naar binnen. Fix lights. Oké, ik ben heel dichtbij. Ik fix het meteen, die lights. Oh, Attika had al gefixt. Ik heb hier gewoon geen taken. Nice. Let's go. Ja, oude vibes dit. Ja, echt hè. Maar stiekem eigenlijk ook wel weer leuk. Als je het dan... Ik was het uiteindelijk wel een beetje zat. En iedereen ook wel. Dus niemand speelde het meer echt. Het is wel altijd even een gedoe om iedereen bij elkaar te trommelen. Want je moet echt 10 mensen altijd hebben voor een beetje een leuk potje. Oké, wacht. Even opletten. Die. Bloep, bloep. Bloep, bloep, bloep. Emily, don't kill me. Oké, nou, ik sta hier gewoon rustig dit ding te doen. Bliep, bloep, bloep. Oh no. Waar lag de body? Oh. Ja, waar lag die? Oh no. Oh my god, Fiebs. Waar lag de body? Ja. Jij hebt hem gereport. Ja. Waren er ook mensen bij elkaar? Heb ik niet gereport? Huh? Jeroen, jij doet echt vreemd. Je zit echt in mijn naad. Er waren 2 mensen bij elkaar. Maar... Ja, er was iemand bij mij toen dat die body werd gereport, maar ik heb nooit op report geklikt. Wat? Ik heb ook niet op report. Zij heeft mij doodgemaakt. Ja, nooit. Een glitch, denk ik. Ik heb nooit op report geklikt. Ik heb ook niet op report geklikt, als dat helpt. Ik weet niet. Hebben we zelf iemand... What just happened? Fiep is gewoon ons aan het brainwashen. Er was iemand bij mij in Reactor. En toen werd de body gereport toen ik de Reactor binnenkwam. Ja, maar je moet wel met iemand zijn geweest, want er was een Reactor... Ik was ook bij Reactor, want ik zag eerst Fiep bij de camera's. Ja, en toen gingen we naar... Toen ging de Reactor af. Toen ben ik naar beneden gegaan, toen heb ik dat handje gedaan. Toen wilde ik naar boven lopen en toen werd er een body gereport. Nou, ik denk dat hij in de glitch is, want ik heb echt niet gereport. Ik was in Reactor met nog iemand. Weten we waar ze ligt dan? Ja, in Reactor. Want ik was in Reactor. Maar hoe weten we dat? Of heb je er gezien en niet gereport? Ja, kijk, dus kijk, er was iemand met mij in de Reactor en ik wou gaan reporten en toen werd er op report geklikt voor mij, maar die report wordt aan mij gegeven. Maar wie... Oké, maar... Nee, geloof er niet! Ja, dat weet ik dus niet, want dat ging te snel. Ben je kleurenblind? Ja. Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het, volgens mij was dit gewoon een zieke glitch, want ik heb echt niet op report geklikt. Oké, maar... als jullie mij niet geloven, dan... Maar Rick was er ook. De liever, dat is Rick was bij security toen ik even de glitch aan het checken was. Op de persoon stemmen die een glitch had. Maar was er... Ik had hem zo gezegd, die glitch had goed zo. Aan de rechterkant. Die Jeroen, die doet het goed, joh. Ik was in de computer. Ik was bij Dionne. Ja, maar ik kan sowieso Rick verdedigen, want ik heb op Jeroen gestemd, of niet dat hij echt mijn hele tijd te achtervolgt, maar echt een hele rare manier. Ik ga skippen. Nee, Dionne, ik ben het niet. Ik denk heel erg alsof je cooldown aan het afwachten was. Ik weet niet wat een cooldown is. Arme Jeroen. Dit wordt op de bank slagen. Kijk, dit is goed. Die Febe, wat een schurk, jongen. Die komt er ook gewoon nog mee weg ook. Oké, ik ga mijn reactor afmaken. Ik ga wel zorgen dat ik mijn taken af heb. Nou, dat was ook weer eens een keertje te verwachten natuurlijk. Oh mijn hamster. Oh, hij ligt hier gewoon nog. Kijk nou, hij ziet me. Ik ben hier. Hallo. Bertha. I'm here. Mag ik hem nu dan alsjeblieft afmaken? Oké, maar Febe dus blijkbaar. Wie is de ander? Ik denk niet Adinda, want Adinda zat er best wel scherp op. Oh ja, deze heb ik ook. Ik wil eigenlijk even gewoon weten wie het is. Oh, was dat een 7? 7-3, ja, knap hoor, Maris. Echt super knap. Oh, wat erg. Oké, shields, clean vent. Intussen dat even checken. Hier, ze moeten hun lights fixen. Kijk, Phoebes die staat hier alweer klaar hoor. Klaar om te killen. Ja, don't trust her. Don't trust her. Ik ga kijken trouwens, ik wil dit zien. Screw die taakjes. Kom op Jeroen, ik heb alle vertrouwen in jou. Jij zegt wel dat je het voor het eerst speelt, maar stiekem ondertussen. Ondertussen. Dankjewel Jennifer voor de superchat. Jij weer een keer een nieuwe Among Us livestream. Ja, ik hoorde van je vader dat je ze al helemaal uit je hoofd kent. Al die oude Among Us streams. Dus het werd wel weer tijd voor een nieuwe. Ja, Rick, je gaat dood. Oh, je gaat dood. Oh, je gaat dood. Oh, arm jij. Oh. Oh, cooldown. Phoebes. BFF-account Lotte en Jill, dank jullie wel weer voor de superchat. Thank you. Ik dacht dat het Emily was. Ja, zou kunnen. Misschien dat Emily dan de ander is. Oh. Oh. Papa. Dus jij ik had niet eens door dat hij dood was. Ik wilde niet iets zeggen over imposter of zo. Oh. Ik wilde twee dingen zeggen, eigenlijk. Je moet naar de wc. Want... Wie heeft zijn taak al af? Ik. Ik. Ik ben er. Ik nog niet. Je moet alleen nog naar Lower Engine. Ik heb ze namelijk allemaal af. En zullen we... Ik heb nog één taak. Ik volgens mij nog twee. Ze doen het wel goed hoor, die kindjes van me. En zullen we de volgende ronde ook met die... Ja, met dat ene doen. Gedaan. Dat je ook andere rollen kan hebben. In plaats van alleen maar imposter en... We gaan eerst deze afmaken. Mila, ik vind het niet op de zaken vooruit lopen, hè? Het is echt een succesvolle waste van je emergency meeting. Ja, dat wil ik echt doen. Het is een beetje asociaal geweest, geluid uit te doen. Heel schattig hoor. No, I'm loving it. I'm loving it. Dat is toch lief? Gewoon lekker. Ja, sorry hoor. Echt een heel random ander onderwerp, maar hè? Het schiet me ineens te binnen. Ja, allemaal volwassenen en dan echt twee van die kinderen. Ja, super schattig, maar ze doen zo leuk mee. Emily is al wel ietsjes ouder. Mila is dan nog net even wat jong. Die is dan gewoon zo van... Ja, dit is dan wat ik nu heb bedacht. Dat moet ik gewoon even melden. Maar heel schattig. Maar goed, of we zo meteen ook nog even een andere rol aan kunnen zetten. Jawel, ja, maar niet. Het is nog niet moeilijk genoeg of zo, Mila. Jeetje. Oké, maar ik heb nog steeds geen idee. Ik weet, dus Febe is het. Ze gaan dit potje volgens mij best wel winnen trouwens. Tenzij ik nu even misschien... Waar is Shields? Waar is Shields? Ik vergeet steeds waar Shields is. Help mij, waar is Shields ook alweer? Shields. Ik vergeet het. Oh ja, ik weet het weer. Shields is hier. Kijk, clean vent. Is het ook al pizza? Moeten we ook geen pizza doen? Oké, ik ga nog even snel uploaden. Dan heb ik in ieder geval mijn taken gedaan. Misschien winnen we het dan op taken. Want die Febe, Febe houdt iedereen voor de gek. Oh nee, ze is dood. Ja, ik ben hartstikke dood. Het is Rick? Ja, echt? Denk je dat het Rick is? Ik ben klaar. Ik heb al mijn taken gedaan. Dus we gaan even kijken, goed? We gaan gewoon kijken wie het zou kunnen wezen. Even zoeken. Waar is iedereen? Waarom ben ik toch altijd iedereen kwijt? Zo groot is deze map niet. Ja, de kinderen zijn inderdaad 9 en 11 jaar. Klopt inderdaad, ja. Oh, kijk, iedereen is hier. Febe is hier. Rick is er trouwens niet, hè? Want Rick is dood. Die is samen met mij dood. Ik weet niet, ik denk dat dat Adinda ook niet is. Ja, jullie zeggen ook, ja, maar Rick is al dood. Ja, Rick is al dood. Ja, wij staan hier ook heel sad dood te zijn. Ik zal maar vragen of hij al zijn taak heeft gedaan. Laat me eruit. Laat me uit de chat. Hoe kom ik uit de chat? Oh, zo. Oké, nou, Mila en Rob die staan hier nog steeds op de dinges. Rob die komt weer terug. Rob die komt Mila doodmaken. Hij durft niet. Hij vindt dat toch wel zielig. Get it. Maar wat zei Rick nou? Rick denkt dat het Emily was. Oh, Rob die vindt het tijd voor emergency meeting. Ik kwam... Oké, jongens, sorry, ja, ik wil zeg maar niet een anticlimax zijn, maar ik ben imposter en mijn keelknop doet het niet. Ik kan niet met mijn muis klikken, mijn toetsenbord doet het niet, ik kan niks. Ik kan letterlijk helemaal niks. Dus, zeg maar, ja, ik kan letterlijk alleen maar het potje uitstappen of zo, want ik kan gewoon niks. Ik kan niet winnen. Ja, maar dit is wel het eerste potje waarbij ik langer dan een minuut leef. En nu weet je waarom. Ik kan letterlijk niemand doodmaken. Dus, zeg maar, ik weet niet of Febe heeft, jij hebt dit niet, denk ik. Nee. Hey jongens, ik weet dat ik dood ben, maar ik denk dat dat Rob is. Ja, ik snap er echt geen reden, maar... Ja, oké, dan stemmen we Rob eruit. Ik kan gewoon helemaal niet... Oh, dat is zinnig. Oh, zet Rob. Ja, hoezo doet hij het niet? Is iedereen bijna klaar met zijn tasks? Nou ja, ik ben helemaal klaar. Ik weet niet zo goed. Hoezo doet ze knap het ook niet? Hoe lang is dat Among Us nu al een ding? Je ligt ergens onder een mat. Je moet een mat vinden. Goed potje dit zeg, ja. Oké, nou dan is alleen Febe nog. Rob is dus blijkbaar de ander. Als je mijn spookje volgt, dan leid ik je naar die mat. Wat? Doe het dan! Adinda die houdt. Jeroen, maak de taak nou af! Zullen we trouwens voor het volgende potje die leuke map met dat sneeuw spelen? Oh, de leuke map! Oh, Adinda is dood! Ik voel me af waarom we zo'n map aan het spelen waren. Ja, die kinderen lijken een beetje op mij, weet je. Het schiet er binnen en dat moet dan nu gezegd worden, weet je wel. Moeten we dan ook dat je een hebben in plaats van... Jullie weten dat jullie moeten muten, hè? Hou je mond! Dit is de proximity chat. Ja, wat is dit? Ja, de spoken mogen ook weer praten. Iedereen leeft weer. Iedereen is in proximity. Maar er snapt iemand letterlijk een taak niet. Dat geeft niet. Het is zo donker. Ah, dat maakt niet uit. Even serieus, die Febe is even gewoon echt... Terwijl wij allemaal zitten te ouwe hoeren, is Febe wel even vet geweest, hè? Even shout-out naar Febe hier, hoor. Ja. Er staat volgens mij een briefje boven met de code erop. De code staat erboven. Oh nee, maar het is bij de reactor. Oh nee. Dan moet je gewoon 1 tot en met 10 doen, volgens mij. Nee, niet! Ah, Kitta! Ik laat ze nog wel eventjes, maar... Rob, die zei ook letterlijk, Febe, heb jij dat ook? Emily, waar lijkt dat? Niemand heeft het gehoord. Dionne stond bij mij, volgens mij. Naast de electrical. Ik weet alleen niet hoe de plaats heet. Maar er is 2. Jongens. Ja. Rob, ik vind het heel saai. Toen hij, voordat hij eruit werd gestemd, doet hij het wel bij jou, Fiep. Dus ik denk dat het Fiep is. Mila! Zal ik je wat verklappen? I'm so proud! Volgens mij wisten we allemaal dat het Fiep was. Oh my god! Nee! Oh my lord. Volgens mij proberen we nu vooral Jeroen te helpen. Mila is zo scherp. Dit is een geweldig potje, bedankt hiervoor. Maar even, je ging echt lekker, Febe. Je was echt zo goed bezig. Ook gewoon met je glitchen, smoesje. In de plaats van dan te drukken, klikte mij ook gewoon en zegt, nou doet hij het bij jou, Fiep? Dacht ik zo van, ja, ik had het niet eens gehoord. Mila, zo scherp. Ik had echt zo gewoon dit kunnen winnen als je dat niet had gezegd. Hey, weet je, volgende keer... Ik hou van dat zelfvertrouwen. Jongens, nu wel verschillende mensen op mijn keel staan. Je wacht even. Ik wil zeggen. Ja. Doe het. Jongens. Ja, we luisteren. Zeg nou. Oké. Zullen we nu... Ja, ik heb niet... Ja, hou nou op. ...die nieuw zijn... Ja, we gaan jou eruit knikken hoor, Mila. Ja, Mila, hou op. Nee, willen jullie dat? Willen jullie Polus spelen? Ja! Ik vind het goed. Oké, we willen de map met sneeuw! Oké. En ik wil ook eigenlijk share mode. Ja, maar dit kan niet, schat. Oreo cookies. Is die er ook bij? Ja, ik wil cookies en ik wil wijn. Ik wil ook op. Wat een combinatie. Maar lekker, ik wil ook. Ik heb Prosecco gehaald. We zetten een fundamenteel random combinatie, though. Nee, ik heb de code al gestuurd. Nee, dat gaan we samen drinken zo. Oh, we komen eraan, Dionne, is goed. Mag ook, iedereen is welkom hoor. Yes, ik stap nu de auto in. Kom erop. Oh, er is ook nog niemand jammer achterin. Ja, Rick achterin, wat? Oh my god. We gaan daarvoor. Oh, nee, we gaan straks die champagne samen kopen. Ja, dat is goed. Oh, is er al nieuwe code? Ja, zeker. Staat al in de dinges. Top, oké jongens. Oh, mensen in mijn chat zeggen ook allemaal. Modus doen, hè? Dionne. De mensen in mijn chat zeggen nu ook: wij bij Dionne. Oh, gezellig. Dus iedereen komt. Ik neem mijn hele chat ook mee. Oh, mama? Ja, Mila. Oh, koekjes en wijn, yes. Wat is er? Kijk hoe cool. Heb je ook dat de andere rollen kunnen zijn ingesteld? Ja, ja, maar dat doen we niet nu. Dat heb je nu genoeg gevraagd. Klaar. Zo schattig. Laatste keer dat je mag meedoen, Mila. Ja, ja, maar echt. Oh nee. Maar je doet het wel goed, Mila. Jij bent wel scherper dan dat ik ben, eigenlijk. Het is nog een jong brein. Wij hoeven niet ook nog een livestream te doen in de tussentijd. Oh, bij mij in de chat zeggen ze nu ook: zijn er iemand wijn? Oh, Ilona. Oh, lekker wijn. Lekker wijn. Ilona. Het miste nog iemand. Ja. Kom maar aan. Hold up. Ik was het wacht dus op Jeroen. Oh, Jeroen die zat al aan de drank. Ja, Jeroen zit natuurlijk heel dicht bij de koelkast. Ik dat zit ik ook, maar daar zit niks in. Ah. Doe mij maar gewoon een whisky. In mijn chat zegt ze, Maris, ik weet nog dat toen jullie een heel ritueel om Rob gingen doen met die proximity mod. Ja, Rob. Iemand zegt, ik weet dat jullie nog een heel ritueel gingen doen om Rob heen toen met die proximity mod. Omdat jij dat toen niet hoorde. Het gingen we met z'n allen om jou heen zo. Rob. Wat hoort u ons weer niet? Nee. Nee. En dan, oh jongens, ik hoor Bibi over de hele map, jongens. Even Ctrl-R. Ja, even Ctrl-R. Oh nee, ik hoor nu helemaal niemand meer. Ja, ik mis het wel hoor. Ze hebben die trouwens echt vet geüpdate, hè, die proximity chat. Ze hebben nu allemaal dingen voor Discord, of hoe heet het, OBS overlays en weet ik het wat allemaal. Hoi. Het werkt, schijnt vet goed te werken. Dus wat doen we volgende week vrijdag? Oh joh, mijn camera doet raar. Niemand. Momentje, hoor. Lekker. Ik heb geen keus. Ik hoor dat ik ontslagen ben als ik niet meedoe, dus... Ik zit... ik kom nu 6 pillen op. Ik heb nog steeds hoofdpijn, maar ik durf niet te stoppen, hoor. Nee, je moet ook niet stoppen, Rick. Ik bedoel, je wordt betaald met liefde, Oreo en wijn. Dus, hè? Hé, dat is bij Dionne thuis. Dat is niet hier. Sorry. Hey, dat wist ze nog niet, Rob. Hier krijgt Rick gewoon niks. Als hij niet meedoet, slaapt hij niet op de bank. Of als hij niet meedoet, slaapt hij wel op de bank. Oké. Dus het is... je wordt betaald met wat? Een liefde, een bed en gummibears? Wat? Ja, een bed. Dat was het een beetje. Een fles limoncello op. Oh, dan wordt wel goed voor je gezorgd. Oh, lekker. Ondertussen een hele fles ook op. Lekker bezig. Dus je bent er klaar voor? Ja, zeker. Ik kan weer snel doodgaan. Weer? Klinkt als mijn eerste potjes. Nou, het klinkt ook als mijn potjes nog steeds. Succes! Succes! Nee hoor, nee. Rollen hetzelfde. Nee, daar moet je 100 keer om vragen. Dan word je eruit getrapt. Hebben we nieuwe rollen? Rob, hou nou op over die rollen. Kies faken. Oh, je kies faken. Oh ja, kies. Oh, daar zijn er rijen bij. Ja, die... Is die nou goed? Huh? Nee. Huh? Die? Oh, kijk. Ja, oké, nu is die gelukt. Ja, en dan ben ik hier weer als allerlaatste. En dan heeft iedereen weer een zus op mij. Ik was het niet. It isn't me. Ik ga naar office. Oh, leuk ook weer Polus. Oh, deze emergency button, die hoef ik natuurlijk niet te doen. Swipecard, waar doe je dat ook alweer? Hier? Hoi Rick. Maris, heb je cola of nee? Ik heb wel koffie gedronken net. Ik heb vandaag de hele dag staan filmen bij op de school van Emily. Want ze gingen de kerstmusical optreden. En mijn ouders mochten nu natuurlijk niet komen kijken vanwege de coronamaatregelen. Dus toen hebben ze gevraagd of wij het wilden filmen. Dus we hebben het vandaag gefilmd. Maar we hebben het natuurlijk weer veel te uitgebreid aangepakt. Met allemaal mooie b-roll en weet ik veel wat. Dus ik was wel een beetje moe, want het duurde echt tot 4 uur. Het duurde echt super lang. Intussen zat heel veel opletten hoor. Dus ik was een beetje moe. Dus ik dacht, ik drink even een bakje koffie. Een klein cappuccinootje moet kunnen. En heb je M&M's? Nee, ik heb als kinderen wel wat lekkers gegeven en wat te drinken. Maar mezelf helemaal niet. Ja, alleen water. Super sad. Oh, oké, zij doen het al. Ik was met Mila en Emily. Oké, dat klinkt ook mega zus. Ik met al mijn kinderen daar. Specimen Room. Oh nee, Specimen Room. Er zit iemand op camps, want ik zie die lampjes knipperen. Ik heb met Mila en Emily lights gefixt. Ik zag hier Febe bij de dingen een hele lange tijd geleden. Ik ga naar Specimen. Sowieso dat daar een lijk ligt, wat denken jullie? Ik vind je kinderen echt zo schattig. Ja, ze zijn lief, hè? Ze zijn heel schattig. Gaan we nog andere rollen toevoegen? Oh. Volgens mij ging ik anders dood. No! Oh. Holy shit. Ik weet het. Ik zat een beetje op de camera's te loeren, maar... Ik zag net wit weglopen van bruin. Nee. Voordat je mij gaat beschuldigen. Ik kwam aanlopen en toen zagen we samen de body. Ik zag jou niet aanlopen, hoor. Jawel. Maar ik... Oké, dan. Je bent safe. Denk ik. Ik ben Attika tegengekomen in het donker. En ik zag ook nog iemand vent, alleen ging het zo snel. Ik wist niet welke kleur het was. Je zag iemand venten? Ja. Waar? Maar dat vond je niet belangrijker om te vermelden dan dat Attika erbij stond? Mm. Ik kijk Mila. Ik wil je natuurlijk niet meteen... ja, ik wel hoor. Ik heb op Mila gestemd. Ik zag het gebeuren op de camera. En jullie kwamen wel met z'n tweeën tegelijkertijd aanlopen. Ja, nou, ik zat daar ook te kijken inderdaad. En ik kan Rick ook uitsluiten dat hij het niet is. Ja. Ik heb voor de laatste keer Emily en Mila samen gezien bij Leids. Heeft Jeroen nou wel of niet kies gedaan? Volgens mij deed iedereen kies. Nee, Jeroen niet. Ik heb hem geen kies zien doen, in het begin in ieder geval. Ja, maar ik ben een makkelijk doelwit. Ja, dat is wel waar. En ik geef Jeroen het voordeel van de twijfel, maar ik vind Mila wel erg zus. Sorry, Mimpje. All the Ronnie, all the Miller. Ik weet niet wat. Ik kan mij geloven. Ik ben het niet. Echt niet? Ik denk het ook niet. Nee, ik denk het wel. Oei. Nee, we zullen het niet weten. Ik weet het lekker wel. Nice try, Mila. Nice try. Maar ik denk toch echt dat jij het was. Normaal. Mila's nooit een body reporten. Maar ja, het was te proberen natuurlijk. Het was te proberen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ze het wel was. Wat denken jullie? Ze had het wel goed geprobeerd. Bieboep. Ik ben nog in mijn eentje hier. Oh, wie komt er aanlopen? Het is Febe zeker weer. Piep, 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 piep. Oh, I did it. Ik vind het zo dom dat mensen zeggen dat je kinderen schattig zijn... terwijl de kinderen zelf jonger zijn dan jouw kinderen. Ja, dat is, maar die zijn zelf ook schattig. Jullie zijn ook schattig. Hey, ik ben nog steeds niet dood. I'm still alive. Kijk, alles gaat gewoon goed. Als wij hierna gewoon lekker bij elkaar blijven... dan weten we in ieder geval zeker... dat wij het allemaal niet zijn. Hey. Rick, Dionne en Fiebs. En Mila is sowieso imposter. Ja, dat denk ik ook. Die is sowieso de imposter. Maar het is wel een goed teken dat mijn kind niet zo heel goed kan liegen, toch? Doet ze ook niet zo heel erg vaak. Maris, noem je mij nou schattig? Je bent super schattig, Elin. Oké, ik blijf hier. Dit is mijn veilig groepje. Veilig groepje. Is er al iemand dood? Jeroen is dood. Oh, zet Jeroen. Jeroen is dood. Oh. Waar is Jeroen? Waar is hij dood? Ik weet het niet. Waar is hij dood? Kitta. Jeroen. Huh? Waarom stond jij de hele tijd bij die vitals te kijken? Zag je de hele tijd dat hij dood was? Maar deed je niks. Hoe moet ik weten waar die ligt? Dat vraag ik niet. Hoezo moet ik iets doen? Je hoeft niet meteen boos te worden, hè? Ik vraag alleen maar waarom je niks deed. Ik vond jou al zus, maar je maakt het niet. Rick is sowieso safe. Nee, Rick is sowieso safe. Rick, Onnedi, Febe en ik waren de hele tijd met elkaar in Specimen. We zijn echt de hele tijd bij elkaar geweest. Maar eerlijk gezegd, ik vertrouw echt niemand meer. Het is denk ik Adinda. Ja, ik denk het ook. Ja, tuurlijk denk je dat. Ik vind Attika nog steeds de meest... Mila was onschuldig. Attika, wat was jij aan het doen? Ik ben heel frank langs Kitta gelopen. En Kitta. Ik stond op medbay scan. En toen heeft Mila helemaal niet gelogen. Maris, op wie heb jij gestemd? Ik heb op Adinda gestemd. Het zijn sowieso, jij bent het sowieso niet. Ja, maar dan zijn het Attika en Adinda, denk ik dan. Oké, maar op wie stemmen we dan? Nou, als het nu Adinda is en we stemmen Adinda eruit en er zit nog een imposter, dan is het sowieso Attika. Ik heb niks te doen als spookje. Nou, wij vieren kunnen het sowieso niet wezen, want we zijn echt de hele tijd bij elkaar geweest in Specimen. En wat denkt Dionne eigenlijk? Dionne heeft gemeld, maar niks gezegd. Oh, Dionne is waarschijnlijk al gemute, joh. Ja, Dionne is naar boven gegaan en Jeroen die is naar de limoncelli gelopen. Nee! Oh, nee. Wie heeft er op medicines? Ouch. Nou, als het nu niet, dan moet het Attika wezen. Bye, Kitta! Oh. Jongens. Jongens. Dan moet het wel, toch? Oh, zei ik juist al Attika en niet Adinda. Oh. Het is Attika. Ja, het toch is wel, hè? Uitgestemd. Ja, denk het wel. We gaan gewoon... We hebben jou nooit gehoord. Nee, weet ik. Maar Kitta zei dat ik veilig ben en zij is het niet, dus... Nee, het is sowieso niet Maris. Ja, dan moet jij het toch wel lezen. Maar hey, we kunnen... Terwijl Dionne of terwijl Attika. Maar kijk, we kunnen heel makkelijk winnen. Ik? Als we gewoon ik heb al mijn taken af. Afmaken. Ja, ik heb ze allemaal al af, dus... Mijn taken zijn ben ik het. Nee, jij bent het niet. Rick, ik zag jou nog die scan doen bij Matt B. Dat klopt. Ik weet daarom kon je mij ook niet killen. Ik geloof Attika niet, sorry. Ik ga op Attika. Ja, maar we gaan gewoon shotgunnen. We gaan gewoon net zo lang de mensen eruit knallen totdat we het hebben gewonnen. Er is nog één taakje. Iemand hoeft nog maar één taakje te doen. Maar Rick, Maris en ik zijn klaar. Wie heeft er nog een taak? Doe taken, doe taken. Nee, de spookjes kunnen ook taken doen. Ah, ja. Wie heeft er meisjes? Jullie zijn slecht, nee. Oh, dan zijn er toch wel twee imposters misschien nog. Hey. Zijn wij nou zo dom? Ja, ik denk we hebben toch wel gewonnen? Oh, nee! We zijn echt zo dom. Zijn we echt zo dom? Nou, dan is het Dionne. Waarom? Silence! Ik weet het niet. Ik voel me zo dom. Jongens, wat denken jullie? Nee, maar echt, zijn we nou zo dom? Het is Dionne, kom, haal Dionne. Het is Dionne. Nee, maar ik vertrouw jullie nu eigenlijk ook niet meer. Ik vertrouw jou ook niet, want jij roept alleen maar namen, behalve waarschijnlijk die van jezelf en de imposter. Ja, wie gaat er? Hallo! Wie wil er op mij stemmen? Hallo! Ik kan het niet zien. Ik kan het niet zijn, want ik bedoel, ik was de hele tijd met Maris en Riek. Dus dan ja, maar dat zegt toch helemaal niks? Ik was ook best wel vaak met Maris. Waar nog... Maar ik denk dat je ook gereport en zij niet. Wij stemmen ook gewoon iedereen eruit, dus je hoeft ook niet te killen, blijkbaar. Nee, daarom. De imposter is niet... Een van die imposters is niet zo heel veel aan het doen. Nou, luister. Rick is het sowieso niet, want Attika gaf toe dat ze Rick had zien scannen. Dus dat kan het niet wezen. Ik weet van mezelf dat ik het niet ben. In de vorige ronde ben ik echt non-stop met Febe geweest. Tenzij de dode body bovenin lag bij Specimen Room. Maar waar werd die body toen gereport? Ik ben echt de enige die ik geloof is Maris. Niemand die het weet. Dank je, Fee, wel eens echt de first. Nou ja, dan denk ik toch Dionne, maar dat had in het vorige potje wel heel gek gemaakt. Jongens, het is goed hoor. Ja, inderdaad, Fee, dat maakt je eigenlijk ook wel weer zus. Rick, geloof mij gewoon alsjeblieft. Ja, ik ga skippen. Kan ik het ook. Ik ga skippen. Ja, ik weet het ook niet. Zijn we nou zo dom vandaag? We zijn echt achterlijk. Als ik nu niet klap, dan ben ik echt achterlijk. Nou, we hebben verloren hoor, ik weet het zeker. Dionne is echt boos op mij nu. Nee hoor. Ja, zie je wel! Maar met wie was je het dan? Wie waren het nou? Ja, Dionne en? Wie waren het nou? Zo sneaky. Oh, jongens. Wie was het nou? Ja, met? Sowieso Dionne. Met? Attika? Attika. Jawel! Oh, Mila! Ja, maar... Oh, Mila, je vertelde de waarheid. Ik riep jongens maar wel juist, hè? Oh, jongens. Ja. Sorry. Je hebt het helemaal goed. Febe, je bent zo op dreef vanavond. Echt. Wie waren het? Wie waren het? Ik ben echt op dreef vanavond. Het waren Dionne en Attika. Ja, sorry Mila dat we je niet geloofden. Je had het gewoon helemaal goed. Het spijt me. Nee, ik zat het niet goed. Mila? Echt goed. Oh, nou dankjewel. Ik ging echt gewoon mee in jouw leugen toen je zei, nou nee, ik ben het niet, ik kan opname gaan. Ja, maar dat kan zij altijd zo goed en dan staat, ja, maar ik snap deze map niet, jongens. Dan geloof ik er. Ja, maar dat is wel oprecht altijd de waarheid. Ja, daarom. Nee, maar ja, als het niet is, zegt ze dat ook. Dus het is gewoon, je weet het gewoon niet. Maar dit was wel echt heel erg slecht hoor. Oh my. Het is wel altijd de waarheid. Dat is, ja. dat is gewoon altijd de waarheid. Heeft ondertussen al zijn Action Airpods gefixt? Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Hugo gewoon lekker zit te kijken inmiddels. Hij zit gewoon iets anders te doen. Ik ben gewoon niet zo goed in het spel, maar ik kan gewoon wel liegen. Nee, maar dat is het hele spel. Dat is het hele spel. Dan ben je vet goed in het spel. Nee, ik heb Hugo nog gevraagd van wil het al lukken, maar hij heeft daarop nog niet gereageerd. Dus ik ga ervan uit van niet. Ik kan even kijken of rollen toevoegen? Of op zijn minst een rol toevoegen? Ja, natuurlijk. Lijkt me leuk. Oké, mag ik dan alsjeblieft scientist? Want die lijkt me zo leuk. Ja, ik snap het niet. Nee, ik ga het voorlezen. Luister, ik ga het jullie vertellen. Je mag gooien wat je wilt, maar je moet wel even zeggen wat het is. Oké, luister. Je hebt in Polus heb je een optie Vitals. Hè? Dat is dat mapje waar je dus gewoon kan kijken wie er allemaal nog leeft en wie er dood is. Nou heb je een scientist, dus een rol. Dus één van ons, je hebt een imposter, je hebt crewmates en één van ons wordt een scientist. En het leuke van die scientist is, die heeft een soort van mobiel waar die eeuwig Vitals op kan checken. Dus overal kan hij Vitals checken. Dat is de rol van de scientist. Dat is het ook. Dat was het. Oké. Dus maar opgeladen zijn. Ja, hij moet wel opgeladen zijn. Dus je kan niet de hele tijd maar op Vitals kijken. Je moet taken doen om die batterij weer op te laden. Oh ja, ik zie het. Op Vitals, dan kan je dus zien. Dan zie je wie er dood is. Ik heb het nooit vergeten. Oh, nou, als je bij Vitals kijkt, dan zie je daar alle members die meedoen. Dus iedereen, dus wij allemaal. En als er dus rood is, dan is er dus iemand dood. Weet je waar je je pas moet swipen? Nee. Dus naast de meeting room is er een kamer waar je die pas kan swipen. En daarnaast, in die kamer, is Vitals. En dat is gewoon een scherm waar je kan kijken of iemand nog hartslag heeft of niet. Oh, aha. Je ziet niet waar, maar je ziet wel dat er iemand dood is. En nu heb je dus een portable, dus dan zit hij zeg maar op een soort van mobiel. En degene die dus de scientist is, die kan dus de hele tijd naar Vitals kijken. Maar hij raakt een keertje op, dus als je taken doet, dan laat die batterij weer op. En dan kan je dus elke keer kijken van, leeft er nog iemand of is er al iemand dood. Dus je weet niet waar, maar je weet wel dat er iemand dood is. Dat is het idee. Oké, dan hebben we nog Guardian Angel. Guardian Angel, zeg maar de eerste die sterft, die wordt Guardian Angel, de eerste crewmate. Dus dat ben ik dan altijd. Ja, en die krijgt, die krijgt dan de rol, die kan nog wat doen. Dus die hoeft niet alleen maar als spookje taken te doen, maar die kan dan zijn andere crewmates beschermen. Dus op die manier kan hij de imposter moeilijker maken, doordat hij zijn crewmates gaat beschermen. Dus Jeroen, dan kan je Dionne beschermen als hij nog leeft. Oh, ja, die kan wil. Je kan een soort schild zijn voor iemand. Ja. Je moet het wel goed timen. Ja, je moet het wel goed timen. Wat ga je allemaal doen dan? Ja, dat weet ik dus niet. Zullen we die er ook gewoon bij doen? Doen we gewoon een Scientist en een Guardian Angel? Ja, Scientist. Ja. Wat is die Shapeshifter dan? Nou, Shapeshifter is zeg maar als je de imposter bent, dan kan je dus ook een appearance aannemen. Dus dan kan je eruit zien als één van de crewmates. Dus dan ben je gewoon in één keer Rob uitgekleed. Maar die werkt maar een tijdje. Dus stel dat ik te lang dan in Electrical sta als Rob, dan in één keer verander ik dan weer in mezelf. En je laat dus blijkbaar denk ik ergens dat lichaampje, dat pakje wat ik aan had getrokken van Rob, dat dump ik wel ergens. Dus je laat wel evidence achter, zeg maar. Dat is het idee. Plus het kan dus wezen dat je opeens 2 keer CreaChick Crew en dat je denkt, ja, precies. En dat je denkt, hé, hier klopt iets niet. Nee. Ja, dus dat is de Shapeshifter. En je hebt nog Engineer. Mama, verandert je naam dan ook in diegene? Ja. Ja, dan ben je echt even gewoon helemaal diegene. Dus je kan helemaal doen alsof. Je mag helemaal, Dus dan kan je gewoon mensen verwarren van, ja, maar Rob was er wel bij toen de kill gemaakt werd. Ja, en je hebt nog de... Ja, je bent gewoon nog steeds imposter, alleen je ziet eruit als iemand anders. Dus je kan gewoon in één keer Dionne zijn als je dat wil. Gaan we dan maar wel maar voor eventjes. Altijd al gewild. Nou, en dan heb je nog ook nog erbij. Ja, jeetje. Dan heb je nog één rol, dat is engineer. En als engineer, dan kan je... Dus dan ben je gewoon een crewmate ook. Maar dan heb je de optie dat je ook de fans kan gebruiken. Net als de imposters. Ja, die engineer is en dan kan je ook... er ook bij. Dan kan je ook vermoord worden. Ja, doen we er gewoon een YOLO'tje. Gewoon alles aan, kan ons het schelen. We zien het wel. 50% kans. Gewoon lekker de imposters in de war maken. En de crewmates in de war maken. Oké. Ik heb er zin in. Dit wordt... Als je nu iemand ziet Adinda. Weet het niet dat het een imposter is. Guardian Angels, de eerste crewmate die doodgaat, die krijgt dus nog extra rollen waarmee die dus de andere crewmates kan beschermen. Dus die heeft een soort van... Die kan nog wat dingen doen. Net zoals saboteren dat de imposter doet als hij dood is, zeg maar. Je moet gewoon even een schildje opgooien voordat iemand doodgaat. Okay. Ja, dus je hebt de scientist, die kan altijd op vitals kijken. Je hebt de engineer, die mag de fans gebruiken, terwijl die geen imposter is. Je hebt de guardian angel, dat is degene die als eerste sterft. Ja, maar voor wie... Kom maar op. Who cares? Oké, zoek het uit. Let's go. We zijn hele sterke learners. We leren het vanzelf wel. Toch? Zoveel opties, hè? Zoveel opties. En wat word ik? Crewmate. Zo saai. Maar oké, dit maakt het wel van lastig. Want als we nu dus iemand... Jeroen doet weer geen keys. Why don't you do keys? Dat zegt vet goed Engels. But why do you not do keys? I do not trust this. Ik ga meteen trouwens naar specimen, jongens. Hier, ik zie Attika daar. Oh no. Oké, als ik nou een keer als eerste dood ga, hè? Dan... doe alles 100%. Oh, je hebt maar 50% kans dat hij erin zit ook. Oh, dat is helemaal moeilijk. Oké, wacht. Dan doe ik hem zo meteen op 100%. Biep, boep, biep. Biep, boep, biep, boep. Wie komt er aan? Mila? Biep, boep, biep, boep, biep. Oké, ik ben hier met Mila. Gaat goed. Oké, we gaan een swipekaartje doen. Is Mila te vertrouwen? Denk het, ik leef nog. Yay! Oké, Mila. Oh. Fieps! Nee, en Onnedi. Nee. En Onnedi. Waar was de bodypop? Oh, een dubbelkilt waarschijnlijk. Maar wie? Nee, het is geen dubbelkilt. Oké, wacht. Dit was heel raar. Want ik kwam namelijk naar boven lopen. Ik kwam admin in. Of hoe heet het daar? Waar je die swipecard hebt. En ik zag, wat ik dacht dat ik zag, was Onnedi die gekild werd door Febe. Nee, sorry. Febe die gekild werd door Onnedi. Hè? Maar die zijn allebei dood. Maar, ja, dat zal dus een shapeshifter geweest zijn. Maar ik heb Onnedi... die heb ik op vitals al dood. Die was al dood. Die was al langer dood. Dus ik weet niet wie gevonden is. Heb je Fiep gevonden? Fiep, ja dan. Ja, oké. Zeg maar, Onnedi was al eerder dood. Die is al sowieso 30 seconden tot een minuut dood. Oh, dus... jongens. Wat verwarrend. Trouwens, nog één ding. Ik heb trouwens de kans dat de rollen erin zitten op 50% gezet. Dus het kan zijn dat niet alle rollen er ook in zitten, zeg maar. Ja, dus er is een kans dat... Dus er is inderdaad 5% kans dat die rollen erin zitten. Dit is wel heel erg shapeshifter. Ja, dit was een shapeshifter sowieso. Ja, maar dit moet een shapeshifter zijn geweest. Of een shapeshifter, of Rick, die is enorm aan het bullshitten. Nou, heb je me dat ooit wel eens horen doen? Ja! Dat is een shapeshifter. Zo vaak. Dat is dat verhaal wat we net vertelden over dat ze kunnen veranderen in iemand anders. Dus, met die Oreo en die wijn, weet je nog? Ja. Ja, dat verhaal, ja. Zo, ik stik er een pins, hè? Ja, oké. Nou ja, ik was trouwens... Ik was trouwens... Attika was met mij. Ik was ook met Mila in Spaceman. En Mila, ik weet niet of die zo'n masterplan kunnen maken. Mila en ik waren de hele tijd in Spaceman. Dus wie er overblijft is CreaChick. Ik was met Mila in Specimen en Mila heeft me niet gekild, dus ik denk dat wij er wel bij wel safe zijn. Maar ik was met Mila in Specimen. De enige die dit kan, dat is Rob. Maar ik skip. Wat kan ik? Ik skip ook. Dit? Ja, zo shapeshift en zo. Dit is waar. Ik kan alles. Dat is zeker waar, Rob. Dat is zeker waar. Zonder dat ik shapeshifter ben, kan ik shapeshifter zijn, jongens. Man. Wauw, hoe doe je dat? Magic. Oké, dit is echt even Among Us next level. Snappen jullie het nog? Snappen jullie die rollen? Want op zich zijn ze niet heel ingewikkeld. Oké, waar heb ik de outside record temperature? Is dat... Oké, hier gaat een hele bubs die kant op. Ze zijn niet heel ingewikkeld, maar het maakt de hele gameplay in één keer wel echt meteen een heel stuk anders. Oh, dat is wel leuk, jongens. Oh, wacht, doolhofje. Oké, Mila is bij mij. Mila vertrouw ik, dus ik maak me geen zorgen. Nee, ik blijf ook gewoon lekker bij Mila. Waar is Mila? Attika. Nee, nou weer. Attika. Waar was ze? Attika, no. Waar was het? Rick, je bent gemute. Niet allemaal tegelijkertijd, man. Ja, het heet daar. Hallo, Rick, welkom. Laboratory. Laboratory. Oh, het laboratorium. Ik zag Rick en Jeroen die kant op gaan. Ik zag Emily was bij mij. Die liep voor mij uit. Ja, en Mila en ik waren in ieder geval buiten. Lukte, maar... wat was je aan het doen dan, Jeroen? Nou, het lukte niet. Ik drukte alleen nog op een knop. Ik kon net aanlopen, dus ik kan het niet geweest zijn. Wacht even. Nee. Maar weet je wel hoe die werkt, of niet? Ik liep met iemand... Je moet meerdere keren op de uitroeptekentjes klikken. Oké. Ja, je moet ze gewoon spammen tot ze weg zijn. Ze worden steeds kleiner. Ja. En dan moet je ze bij alle vier doen en dan is het klaar. Okay, maar ik heb Jeroen daar niet gezien hoor, bij die raket. Was dat voor dan? Ik zag Jeroen buiten lopen, die ging juist naar boven toe en toen was ik met Mila buiten. Waarom zou je denken dat hij hierover kan liggen? Nou, ik weet niet eens wat die raket is joh. Ik weet het niet hoor, jullie hebben het toch over die raket? Ja, omdat Jeroen je legt hem woorden in de mond. Ik wil dus nu een ijsje. Iemand anders ook ijsje? Ik pak nog wel limoncello, want pak jij lekker die limoncello? Ik ben al lang blij dat ik er nog in zit, joh. Ja, ik wil ook een ijsje, papa. Ik ben heel trots. Ja, ik heb ook zin in ijs. Ik wil ook een ijs. Jullie krijgen allemaal niks. Nee, niks. Mag ik ook niks? Oh, jullie mogen niks. Maar we hebben helemaal geen ijs. Jongens, we zitten te kletsen over ijs. Wat doen we nu? We moeten stemmen. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, ik weet het ook niet. Het enige die ik daar heb gezien was Emily. Maar volgens mij heeft Emily het niet gedaan. Want die liep voor me uit. Wie is er nog bezig met taken? Ja, ik. Ik heb er nog 3 of zo. Ik heb er nog eentje. Ik zal even doorwerken. Ik ben de hele tijd die bodies aan het zoeken. Hè. Jullie doen niks. Ik zoek ze wel hoor. Ik heb niks te doen. Zoek ze of jij vermoordt ze. Jawel, jij bent altijd aan het shapeshifter op. Je bent vet druk. Oh man. Ik vertrouw Rick nog steeds niet. Het is gewoon heel veel supports. Ik vertrouw CreaChick ook niet trouwens. Ik ook niet. What the fuck? Waar is dit? Hoezo? Dit was echt zo erg out of the blue. Why? Wie? Waarom? Ik heb helemaal niet eens iets gezegd. Ik was gewoon... Nou, dude. Shit. Echt zo van, we weten niet waar we op moeten stemmen. Oh, dan is het vast weer CreaChick. We stemmen gewoon massaal op haar. Hallo, wat is dit nou? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ik ben het niet. Nou, oké, we gaan wel rustig planeetjes zoeken dan. Hè? Maken we wel... Maken we wel gewoon die taken? Wat is dit? Ja, dat kan toch niet? Of we swipen. Hoi Emily. Ze hebben me nog zomaar uitgegooid. Ja, dat is een beetje zo random. Waar? Ik heb het zien gebeuren op cams. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat Jeroen nog niet weet waar die cams zijn, hoe die werken en wat het inhoudt. Ja, toch Jeroen dus. Dus ja, Jeroen stond echt midden op de camera. Jeroen en Kitta, die inchten echt naar elkaar toe om te soort van, yo, ben jij goed? Ben jij goed? Slash! Niet goed. Alles blijft goed. Echt tegenovergestelde goed. Evils. Maar ja, sorry Jeroen. Sorry Jeroen. De camera's zien er in dit level anders uit dan bij die andere map. Ja, ik zag maar in de vorige map waren het rode lichtjes, maar die heb ik hier nog niet gezien. Of ook niet opgelet. Hij is wel scherp. Hoe zien ze er hier uit precies, guys? Zijn het hier van die rondjes? Van die 3D-units? Ja, het zijn hier van die rondjes met van die rode lampjes in het midden. Ja, met een rood lampje. Dat is geen camera met een rood lampje, maar zo'n rondje, zo'n rond glas-unit met een rood lampje. Maar dan weet je dat voor de volgende keer. Ja, nee, precies. Nee, maar dit was een leuke pot. Maar goede kill. Even tegen Dionne zeggen. Ik zeg, Jeroen doet het wel goed hoor. Voor de eerste keer. Maar goede kills gezet in ieder geval. Kitta was ook een goede kill. Jij moet nog stemmen. Tenzij je nu lang gaat praten over hoe leuk. Ja, graag. Vind ik ook leuk. Vind ik ook goed. Hè? Ik heb het enorm naar mijn zin. Waarom hebben ze ook echt zo meiden uitgestemd? Zo zonde. Nee, dat is niet waar. Waarschijnlijk ik. Nee hoor, ik niet. Ja, dan moet het wel Rick wezen, want Rick die liep de hele tijd met Jeroen. Of toch? Als het toch... Oh nee! Ik ga snel mijn taak afmaken, maar het moet dan wel Rick wezen. Want ik zag Rick met Jeroen naar boven lopen. En omdat zij elkaar zo indekten, dacht ik oké, en ik vertrouwde Jeroen, weet je wel, nieuw in het game. Dus, maar dan moet het wel Rick wezen, kan niet anders. Ik ga Rick in de gaten houden. Het moet Rick wezen. Ja, kijk, Siki zegt ook, het is Jeroen en Rick, ze gingen samen met Attika naar Labs. Ja, Janneke, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Emily, je gaat nu dood. Oh. Nee! Nee! Plot twist! Het was mijn evil dochter! Oh, het is Emily. Jongens, ik heb al mijn taken af. Ik ook. Kijk hoeveel kills. Oh, er zijn nog maar 3 mensen. Oh mijn god. Rob is nog steeds gemute. Waarom zegt Rob niks? Rob, je bent gemute. Rob, je bent gemute. Oh, sorry. Ja. Ik ben hier, hallo. De vraag, jij zegt ik heb al mijn taken af, toch? Ja. Heb je er in de tussentijd ook Rick even doodgemaakt, of niet? Nee. Waar was die body eigenlijk? De vraag is meer, waar waren jullie? Ik was boven bij... Ja, maar hier kunnen we kijken. Ik weet niet waar ik was. Oh ja, ik was in Weapons. Oké. En Emily? Ik was bij dat verrekijkerding daar bovenin. Oké. En heeft iemand Rick zien lopen? Nee, ik heb niks gezien. Nee. Maar... Oké. En wie van jullie twee denken jullie wie het is? Ja, ik denk Emily en Mila. Oh, en niemand denkt dat ik het ben? Nee, ik denk Emily. Ik denk Mila. Dit helpt niet. Dit helpt even geen meter. Rick, Maris, wat doen jullie maar aan? Wat is dit? Wat is dit? Sorry! Je moet kiezen. Je moet kiezen tussen onze dochters. Welke dochter vind je het leukst? Emily of Mila? Kies! Dit is zo verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, en nog het ergste is... Ja, 100% hebben we verloren, Rob. Ja, dit is... Yes! Emily kan liegen! Oh, Emily! Jullie hebben het supergoed gedaan. Ja, Jeroen! Jeroen, je hebt gewonnen! Je hebt gewonnen, Jeroen! Ja, ik heb gewonnen. Rob, dit was wel echt heel moeilijk voor je. Maar ik was dus op een gegeven moment Dionne. En dat zaaide zoveel verwarring bij jullie. Jij was shit. Ja. Oh, nice! Jeroen kilde mij ook als allereerst. En dat was ook nice, denk ik. Ik ga voor al die taken op 100% zetten. Ja, ik ga voor al die taken, die rollen op 100% zetten. Ik wil één ding zeggen, hè. Als ik de volgende keer vraag wie heeft er niet doorgetrokken, dan geloof ik niemand meer hier thuis. Het antwoord is altijd jijzelf. Papa, dat wil je niet in de livestream te zeggen. Er zijn geen gummy bears meer, oké? Oh my, Emily, wat kan jij goed liegen? Oh, ik had het echt zo erg niet door. Maar jongens, even serieus. Ja, Rick, alles voor Rick. Het enige dat ik hoorde was dit. Maar jij bent het! Nee, jij bent het! Ja, maar je moet niet vallen voor hun schattige stemmetjes, want ze zijn echt evil. Ik vond het ook gewoon zielig. Ik dacht dat het Rob was. Ik denk, ah nee. En dat ik twee meisjes moet zoeken. Naar welke naam er oplichten van de freaking Discord ding. Maar Jeroen en ik waren het. Ja. Hé, Jeroen? Oh ja. Jeroen gewonnen te hebben. Oké, wacht. Mila begint voortaan elke zin met Mila zegt dubbele punt. Ik zou ook zeggen, Jeroen is noob. Maar Jeroen heeft dingen wel snel door. Ja, ik wou zeggen, Jeroen, je doet het echt supergoed, hè? Ja. Je hebt wel gewonnen. Ja, nee, maar echt, Jeroen, je doet het echt snel goed mee, zeg maar. Vind je dat leuk? Ja, het is leuk. Oh, nice. Nou, ik vind het leuk dat je erbij bent. Zeg maar, die fles limoncello, die heeft me goed gedaan. Ah, dat is een geheim. Die heb ik nodig. Ah, kijk. Ik zie een heel schattig blond staartje. Oh, ik wil die ook. Ik wil ook een blonde staart. Ja, het is nog steeds hetzelfde. Oké, maar dat pak is echt lelijk dan. Wacht, we doen ook iets anders aan. De code is nog steeds hetzelfde. Die missen we. F. Een string. Nee. Is de code hetzelfde? Is of dat we een andere? Ja, nee, de code is nog steeds hetzelfde. G. Ja, Z. 9, 4. Jij niet allemaal aan elkaar en niet dicteren. Oh, sorry. Ik denk ik help. Oh, jongens, wat een verwarring. Daar ben ik, jongens. Ik ben er. Oké, ga maar. Ja, klaar voor? Oké, ik heb trouwens even nog tussendoor fieps. Ik heb alle rollen op 100% gezet, dus alle rollen zitten er zo meteen in. Oké, dus goed. Oh, en ik heb een string aan. Guardian Angel. Oh nee, mama. Guardian Angel beschermt degene, de crewmate die als eerste doodgaat, die beschermt de andere crewmates. Dus dan heb je nog opties die je kunt doen. Start hem. En vergeet niet te muten. Oké. Dank je, Mila. Te abonneren en te liken. Ja, geef me even een like, jongens. Geef Dionne even een like. Adinda even een like. Rob, kan je op Twitch ook liken? Hij is live op YouTube, toch? Ik kan gewoon praten, ik ben gemute. Oh nee, ik ben de imposter. Oh nee. Oh nee. Oké, ik samen met Mila, hè? Dit is toch al eventjes wat. Oké, nou, niemand doet keys, dus ik doe ook geen keys. Ik ga naar Office Swipecard. Zo, let's go. Kijk hoe cute ik eruit zie in dat bolle pak. Met mijn hamster. Swipecard. Oké. Guys, spannend. Hij wil weer niet lukken, hoor. Oké, gelukt. Ik ben weg hier. Ik heb swipecard gedaan. Toen daarna, daar zag ik Dionne en Emily. En toen daarna ben ik gegaan naar O2. En wie vond ik daar dood? Terwijl Rick daar vandaan kwam met Attika. Niemand, helaas. Oké, ik dacht misschien ook even snel een killetje maken. Maar nee. Dit is Emily. Oh ja, Emily is ook iets roods. Dan is Emily dus de... Oh nee! Ze is natuurlijk gewoon geshapeshift in... Oh jongens, dit is zo confusing. Dit is zo confusing. Dit is te moeilijk. Oké, ik ben dit aan het doen. Oh my god, guys! Jullie moeten me helpen. Dit is moeilijk. Oké, gelukt. Oh, nu is ze weer Rick? Oh nee, dat is gewoon Rick. Oké, ik ga Rick wel doodmaken. Goed, dat kan best. Kijk, ik ga met Rick mee. Oh, dat kan niet. Schiet op. Ja, kom maar hoor. Ik ben gewoon te vertrouwen. Kom maar met me mee. Ja, ik snap het nu. Ik snap nu dat... Ik ben nog steeds met Mila imposter. Ja, ik snap hem helemaal. Oké, ik ga Simon Says doen. Rick vertrouwt me niet. Rick vertrouwt me niet. Hè, lights. Kan ik Rick nog even snel doven? Ah, jongens, ik heb te lang gewacht. Oh, ik moet toch echt wel even een kill maken. Oh my god, ik durf niet. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Oh, ze zijn allemaal daar. Oké. Oké, jongens, help. Help, help. Ik ben helemaal in paniek. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, ik doe monitor 3. Help. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe ga ik die reactors ook weer af laten gaan? Hè? Oh, wat doe ik nu allemaal? Wat doe ik nu allemaal? Oh nee. I'm so confused. Oké, ik moet echt even killen, jongens. Ik weet niet of dit de beste kill ooit was. Maar ik moet even killen. I did it. Oh. Nou, wordt niet zo hard gekild in ieder geval. Jongens, ik zag net bij zelf lopen. Jongens, ik was net ergens bij hokjes en ik zag Rick Fenton. Toch wel? Ik dacht ook een keer saboteren. Ja, maar... Wacht, laat me even uitpraten. Ik denk dat die persoon is die een crewmate is... Die gewoon kan venten, want ik zag hem letterlijk venten. Ja, dat klopt, maar wat heb je aan die engineer? Skill? Jij kan, als er iets gefixt moet worden, kan jij dat instantly doen van ver af. Nou ja, dat ging ik dus nu proberen, maar ja. Ja, en je kan heel snel achter de imposter aan. En je kan dus venten. Of je bent de imposter. Ik dacht dus dat ik het zou saboteren, maar... Het was CreaChick. Attika is veilig in ieder geval. Nou, jongens, het maakt niet zoveel uit wat ze stemmen, want we zijn al bijna klaar op taken, dus ze gaan sowieso winnen. Lopen, dus maar was Febe dood of is ze er gewoon uitgeknikkerd weer? Ja, ik hoorde wel een plubloem. Ik ben echt gekilld, jongens. Ze is dood, ik heb namelijk het lijk gevonden. Ik heb er namelijk... Oh, oké. En daarom vraag ik waar iedereen was. Ik zag naar mijzelf lopen, dus er ligt ergens nog zo'n kleedje. Oké, maar waar was je? Waar zag je jezelf lopen? Ja, ergens. Maar ik zag ergens mezelf lopen. Er liep in één keer iemand voorbij. Nou, iemand. Ik weet niet wie. Maar hij had zich als mij verkleed. Mm. En ik was het zelf niet. Nee, dat snap ik. Wie zou jou kiezen, denk je? Oké. Okay. Mila, 100% zeker. Hey! Oké, sinds we nog thuis konden hebben... Ja, maar het is nog steeds... Ik hoor Emily gewoon liegen. Jongens, ik doe een skippie. Ik lieg niet. Het enige dat ik weet is waar ik het lijk heb gevonden, zag ik 10 seconden daarvoor CreaChick lopen. Het enige dat ik weet. Dat is het enige dat ik zeg. Ik vermoed CreaChick ook. Ja, tuurlijk. Maar de what else is nieuw. What else is nieuw? Je bent gewoon zo'n zus. Ja, maar hoezo eigenlijk altijd? Want ik ben het nu echt niet. Omdat je gewoon als een zus bent. Ik ben toch helemaal niet. Nee, ik denk van wel. Hoor die Jeroen gaan dan. Jeroen mag voortaan niet meer meedoen. Oké, maar wij gaan dit niet winnen, jongens. Ik ben zo langzaam vandaag. Dat hadden we veel harder aan moeten pakken, want ik ben echt veel te langzaam. Oké, ik ga scannen, ja. Dat is echt super dom. Dat zou niemand doen. Dat zou ik altijd hebben gebruikt als middel om... Oh, kijk hier, Dionne. Kill jij Dionne, Mila? Nee, Mila gaat ook achter Emily aan. No! Waar was de body? Bij Camps. Ik kwam van buiten aflopen. Ik liep Camps in en toen zag ik daar zo'n reportknop opkomen. Dus ik ben meteen teruggegaan en toen zag ik daar inderdaad een body liggen. Self-report zeker. Ik denk het wel. Zij is echt ik zweer het je, ik was de hele tijd buiten. Ik kwam zelfs helemaal vanaf boven afgelopen. En daar was ik met Emily en met Mila. En Dionne zag ik later buiten nog. En toen ging ik daar camps in om te kijken of er iemand stond. Maar ik zag het niet. En toen zag ik in één keer een reportkrop en toen ging ik terug. En toen was het Rob. Je liep wel terug ergens naartoe? Ja, ik zweer het je, want ik liep er echt net in. Vraag me, ik was echt een seconde daarvoor nog buiten. Ja, ja, dat is hard. Ik kon daar net aanlopen. Wie is de finals dinges? Wie checkt die finals? Attika en ik. Kan je daar niet... bent gemute. Dan kan je toch zien dat hij misschien nog vet lang dood ligt. Want ik was het echt niet, ik zweer het. Hij was best wel vers, toch? En ik vind Dionne ook heel erg stil. Oh ja, ik heb niet zoveel te zeggen. Dionne die stond buiten bij... Ik heb al heel lang mijn taken af. Al heel lang. Ik ook. Ja, ik niet. Ik niet. Sorry, jongens. Ja, Dionne stond buiten ook stil. Ja, ik moet naar de wc, dus ik ben over een paar seconden terug. Nou, dan stem ik op jou. Nee. Emily beschermen en Jeroen beschermen. Ik ben toch op CreaChick. Nee, ik ben het niet. Ik zweer het je. Maar dat zeg ik net ook al. Zei ik de vorige ronde ook al. Ja, ik weet dat het zus klinkt als ik erin loop. Ja, maar ik ben het ook echt niet. Ik zweer het. Ik weet dat het zus klinkt als je er net in loopt. Maar ik heb die reportknop echt... Ik kwam in beeld, maar ik zag niks. Hij lag helemaal zo onder dat tafeltje verstopt. Het is wel waar. Het was wel moeilijk te vinden. Ja, ik zweer het je. Ik kwam echt naar binnen lopen. Nee. Dus ik liep er echt net 1 seconde in. Want ik wilde niet op camps. Ik wilde alleen kijken of er iemand was. En toen zag ik die reportknop. Dus daarom ging ik terug. Maar ik was het echt niet. Ik zweer het. Maar jullie hebben nu allemaal al op mij gestemd waarschijnlijk weer. Dan ben ik er weer heel oud op de bloe gewoon uit. Ik heb al mijn taak al af. Ja, ik ben ook bijna klaar. Ik moet er nog eentje. De wildcard. Oké. Nou, die had ik in ieder geval als laatste gedaan. Guys, come on! Gaan we niet elke keer mij... Ja, maar dan vraag dan meer. Ik zei het al 6 keer hetzelfde. Oh my god. Ben jij het? Nee. Ben jij het? Nee. Nou, ik maak de taak af. Komt goed. Ik heb gelogen voor mijn leven, jongen. Ik had niet beter kunnen liegen. Het was zo mooi. Het leek zo echt. Sorry, Rob. Ik klonk best geloofwaardig. Maar helaas. Helaas. Welterusten iedereen die nu gaat slapen. Slaap lekker. Ja, Mila is wel goed bezig hè, met een swipekaartje ook. Dat ging op zich wel goed. Oké, ik kan Mila wel verhelpen. Wacht, we gaan dus zoeken, ja? Waar is Mila? Waar is Mila? Mila, 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 Mila. Wat zegt erop? Wie is de ander? Mila. Maar waar is Mila? Specimen. Dan ga ik haar even helpen. Maar dan moet ik wel even weten waar ze is. Oké, Emily die gaat nu naar Specimen. Attika is hier. Rob die zit daar te fladderen. Die is blijkbaar de Guardian Angel. Dionne. Oh, misschien was het eigenlijk niet slim om nu tegen Rob te zeggen wie het is. Want Rob is Guardian Angel, dus dan kan hij hem beschermen. Onnedi. Ja, ik denk... Hey, maar hij zal het wel weten, denk ik. Ja, lekker gevent. Ja, dat klopt. Dat kan ik. We hadden al vastgesteld dat hij de... dat is mijn skill. Serieus? Ja, serieus. Wat dan? Sorry. Je hebt het goed gezien, dus ja. Ja, ik zat op cams, of gewoon op de cams te kijken. En ik zie ineens venten, maar dat wist ik niet, sorry. Geef niet, dat is niks gezegd. Maakt niet uit. Wat ben jij dan? Ik ben, hoe heet het, engineer? Oh. Ja, maar weet je dat zeker? Nee, dat weet je nooit zeker, maar... Ja, zo met deze imposter. Nee, je kan het toch altijd zeggen? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké, nu moeten we Mila volgen. Waar is Mila? Mila de baas. Mila is ook echt een baas. Je doet het goed, Miempje. Doe maar goed, lekker iedereen doodmaken. Ik ga je helpen. Waar is mijn muis? Waarom kan ik mijn muis nergens vinden? Oh, hier. Waar is Mila? Nou ben ik haar kwijtgeraakt. Mila! Oh nee! Jongens, waar ging ze heen? Oh, hier. Mila, Emily gaat dood. Maak Emily maar dood. Hier, ik doe het licht uit. Ja. Maak Emily dood. Oh, jammer. Ze durft niet. Dit is papa. Maak hem niet papa dood. Oké. Ja. Mila, wat ga je doen? Kijk, die Guardian Angel rondvliegen daar dan, die Rob. En ze wil Emily niet doodmaken. Ze durft niet. Of ze heeft een plan. Ik weet het niet. Ja hoor, het is er gelukt. Oké, ik wil eventjes lights doen. Ja, kijk. Dan gaat iedereen lekker een andere kant op. Oké, waar is Mila heen gegaan, jongens? Ik heb niet zitten kijken. Ja, klopt. Het is inderdaad wel een beetje laat. Normaal gesproken moeten ze wel echt nu naar bed eigenlijk. Maar ze hebben net vakantie. Oh, ze hebben er gevonden. En ze wilden een keertje meedoen. Nou ja, slapen we morgen uit. Arme Emilytje. Ik was aan het venten, zoals ik zo vaak doe. En ik kom in dat kamertje waar je volgens mij brandstof haalt. Of wat is dat? Ja, toch? Dat, ja. En daar had ik Emily gevonden. Sad, Emily. Ik geloof Rick niet echt meer. Ik eigenlijk ook niet. Want je kan wel gewoon zeggen dat je de engineer bent, maar waarschijnlijk heeft hij de engineer al gekild. True. Slim. Ja. Dat zou kunnen. Was in ieder geval Special Room. Wat? Het was wel 100% kans dat de engineer erin zit. Maar Jeroen en Kitta, jullie zitten ook in elkaar rolletje. Dat vind ik ook wel. Ja, ze schrijven dat niet zo makkelijk. Ik zit Jeroen te beschermen, zodat hij niet gekild wordt. Zodat hij gewoon zijn taken kan doen. Cheaten. Maar jullie weten dat we al 3 rondes lang echt nog maar 1 taakje moeten. Ja, Rick. Daarom zit ik dus Jeroen te beschermen. Ik ga voor Rick. Ik geloof het gewoon niet meer. Maar... En hij gaat heel makkelijk mee met de rest. Arme Rick. Ja, Rick is gewoon echt een engineer. Klein beetje. Rick die kan dus venten omdat hij engineer is. Maar oké. Dat kan ik ook zeggen. Ja, dat snap ik. Ik weet niet, maar... ik ga hem skippen. Ja, ik ben het echt niet. Nee. Goed hoor. Rick gaat er echt uit. Rick gaat er echt uit. Mila, echt als ze wint, jongen. Daar ben ik zo trots op daar. Ja, Rina voor Dionne. Wat lul je nou? Wat lul je nou? Jongens, wat zijn we nog met lekker veel aan het kijken. Gewoon 2000 kijkers, zo superleuk. Hebben jullie dit gemist? De Among Us streams, vinden jullie het leuk om het weer te kijken? Ik ga in de tussentijd... ja, ik ben echt wel een beetje afwezig in de chat. Ik vind het echt wel weer lastig om zo alles weer tegelijkertijd te doen. Dus ik probeer mijn best weer om op alles te letten. Maar ik wil ook even fatsoenlijk dit spel spelen, jongens. Maar ik ben echt zo slecht. Oh, kijk, hier is mijn Milaatje. Milaatje. Oh, ik kan nog even niks doen. Mila, maak hem dood. Doe het. Mila, doe het. Doe het. Doe het, Mien. Lekker. Lekker. Oké, dat was heel nice. Zij is zo goed bezig. Zij is zo goed bezig. Oké, zodra het kan doe ik lights. Ja, lights. Kijk, hup, gaat iedereen lekker die kant op. Waar is ze nou heen? Oh, hier is ze nog. Kijk, ze gevolgd worden door iedereen. Ja, ze klinkt zo lief en innocent, maar ze weet echt wel wat ze aan het doen is, hoor. Ze is niet dom. Oké, Mila. De lights moeten gefixt worden. Ja, jij komt net aanlopen. Heel goed. Oké. Je moet er nog eentje, toch? Er moet nog maar één iemand dood, of niet? Nee, nog twee. Ik moet slapen, maar ik doe dit stiekem. Oh, Sarah. Ik wil gaan slapen. Hier is niemand, meme. Nou, hoeveel kills moet je nog maken? Even kijken, wie levert er nu nog? Oh, 4 nog. Ja, nee, dan moet ze nog wel eventjes een kill maken. Nog 2 zelfs. Dus ze moet nog wel even wat doen. Maar ik heb niet meer die... Oh, jawel. Ik wou zeggen, dit wil ik. Ik wil hebben die... Kijk, dan kan ze misschien even weer wat killen. Waar is ze heen gegaan? Oh, Adinda is hier beneden. Oh. Jeez, Sims, kon het nog? Ja, wat was dat? Dat ene. Wie waren het? Wie waren? Mila. Ja, Mila was het. En ik. En ik. Nog meer? Mila en... Ik had mijn super awesome guardian powers gebruikt, maar echt voor helemaal niets. Maar wie nog meer? Jongens, ja, geen idee. Wie was het? Samen met mama! Ja! Oh, met... Nee, ik was het niet. Ik zweer het. Ik was het echt niet. Ja, want ik was daar staan en jij saboteerde de lichten. Het was er wel, omdat je gewoon vet. Ja, jij vooral, lieve schat. Want ik heb er 1 kill gemaakt en toen was ik er al uit. Goed gedaan. Maar is het nog benieuwd? Ja, oh. En ik maak kletsen en kletsen. Oh, jongens, wat erg. Oh. Je hebt je wel goed verdedigd. Ja, hè? Ik was het echt niet, ik zweer het. Leuk potje, leuk potje. Maar Mila, we hebben wel gewonnen. Mila, we hebben wel gewonnen dankzij jou, hoor. Jeroen, ben jij zo traag met die... Nee, we hebben niet gewonnen. Hé, het is alleen al wel 22:15. Ja, het is wel tijd voor die kinderbedtijd. Kinderbedtijd? Het is wel kinderbedtijd. Dat kun je niet zeggen. Zoiets kun je niet zeggen. Nou hebben ze wel vakantie. Ja, daarom. Vallen jullie al in slaap? Vallen jullie al in slaap achter de computer of gaat het nog? Nee, nou, het gaat nog wel hoor. Ik ben echt nog klaar wakker. Ik denk dat we niet eens in slaap kunnen vallen als we zo nu op bed liggen. Waar hartkloppingen van imposter zijn. We hebben zelf gewoon heel simpel. Jij hebt nog bijna gewonnen. Ons eerste laatste potje. Is dat een goeie? Oh ja, ja. En dan doen we zo meteen een laatste potje, dan een allerlaatste potje. En dan echt een allerlaatste. Jij snapt het. Oké, hij start. En vergeet niet te muten. En vergeet niet te muten, thanks. Je moet vooral zeggen, vergeet niet te unmuten. Oké, gewoon weer even crewmate. Oh, dit was echt een heel slecht imposterpotje. Dat was echt niet goed bezig was ik hier. Hoppa, daar zijn we weer. Lekker taakjes doen. Ja, het is echt laat voor onze kindjes. We moeten eigenlijk echt slapen. Maar wat ik zeg, weet je, het is vakantie. Moet kunnen. Moet kunnen. Hopelijk slapen ze morgen een beetje uit. Ik ben het er nu echt niet. Nu zweer ik het echt. Oh, wacht. Ik hoef jullie natuurlijk helemaal niet te overtuigen. Hey, we hebben precies 2000 kijkers. Superleuk. Echt veel. Jullie zijn ook allemaal nog lang lekker aan het kijken. Dit moeten jullie echt vaker doen. Ja, het is best wel weer leuk, hè? Er was echt een periode waarin helemaal niemand het meer wilde spelen. Dus ja, dan kan ik wel zeggen van, we proberen het weer. Ik heb al een paar keer voorgesteld van, misschien kunnen we weer een keer met z'n allen Among Us potjes doen. Maar echt niemand was in de stemming. En nou ja, nu dus. Nu dat iedereen zei van, nou oké, voor een reunietje wil ik het dan wel doen. Dus, maar misschien dat ze nu zoiets hebben van, nou, ik vind dat wel weer vaker leuk. Maar kan niks beloven. Kan niks beloven. Oké, ik ben echt mega geconcentreerd bezig met alle dingetjes die ik aan het doen ben. Nou, Emily die staat hier. Dus waarschijnlijk ga ik alweer hartstikke dood zometeen. En ik zit weer totaal niet op te letten. Of dan word ik weer uitgestemd omdat ik weer niks te vertellen heb. Oh. Nou, zij doen er maar hoor. Ik moet even mijn 1, 2, 3'tje doen. Oké. Ik was met Emily in specimen. Gaan jullie ook die nieuwe map proberen? Nou, nee, dit doe ik nog even onszelf niet aan. We dachten, we beginnen gewoon weer even lekker een keertje met dit. Maar die nieuwe map hebben we allemaal nog nooit gespeeld. Oké, nou, ik moet nog Clear Asteroids en ik moet nog 2 notes fixen verder. Dus ik ben al bijna klaar. We moeten eigenlijk gewoon echt wat taken toevoegen, want het is voor de imposters gewoon te moeilijk. Tenminste, dat vond ik net wel. Ze waren toen al bijna klaar met hun taken. Terwijl... Febe en Attika blijkbaar, want Attika reporte niet. Maar... Set me. Oh. Set me. Wow. Nou, ze lag buiten. als je uit dat ruimteschip kwam, dan kwam je daar naar buiten en daar lag mama. Oh. Dat klinkt zo zielig. Ja. Dat klinkt wel heel zielig inderdaad. Ja. En ik zag niemand. Er was letterlijk helemaal niemand. Iedereen was weg. Ik was ben daar ook helemaal niet geweest. Met wie was ik daar? Met Mila sowieso. En wie was er nog meer? Was dat Rob? Ja, ik zag Mila. Maar dat was in een ander gebouw. Ik stond met Attika. Okay. Waar lag Maris? Ik had Rick, die was bij mij in de buurt en die Dionne ook, dus ik denk als je uit dat ruimteschip kwam, waar je in het begin spant, als je daar uitloopt, daar lag mama. Daarbuiten. Oh, mama, Maris. En Kitta weet ik niet. Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Mila, wat heb jij te zeggen? Dat ik papa heb gezien. Stem op, Mila. Ik heb één vraag voordat we allemaal gaan stemmen. Of zeg maar, ik bedoel, we mogen stemmen. Ik heb gewoon een vraag. Dionne, wij deden samen Fuel. Ja, ik denk dat is Attika, zeg maar, want die reporter helemaal niet. Met Febe. Je hebt hem niet afgemaakt. Nee, ik ging heel even wat anders doen. Maar ik heb hem daarna wel afgemaakt. Hebben we er bijna in schenken waarschijnlijk. Gezien, dus vandaar, ik heb even gewacht namelijk. Ik dacht van, waarom komt ze niet? Nou, ik denk nu niet. Ik kijk ook gewoon een paar uur naar een dooie waar is. Nou. Om andere taak te doen. Oké. Dus hou het niet. Ben niet altijd dood. Nee. Oh, je mag me in de gaten houden hoor, want ja, ik doe verder niks. Ik skip. Oké, nou vooruit. Ik ben het echt niet. Oh. Wow. Ja, dat zijn twee imposters. Bijna Dionne eruit. En een meeloper. En een meeloper. Oh, sorry. Dat ben ik echt. Je bent een meeloper, hoor je net? Nee, dat ben ik niet. Oké, ik ga snel gewoon mijn taak afmaken. Maar ik denk dus dat het Attika is. En sowieso Febe natuurlijk, want Febe heeft mij doodgemaakt. Maar piu, 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 piu. Maar Attika reportte niet. Dus dat is echt mega verdacht. Ik vind het ook gek dat Emily dat niet heeft gezien eigenlijk. Volgens mij had ze dat makkelijk kunnen zien. Piu. Dus of Emily is het. En die doet zich heel zielig nu zo van... Oh, maar ik denk het niet. Ik denk dat ze het gewoon niet heeft gezien. Mag ik trouwens ook gewoon zoiets zeggen? Of moet ik daar per se een meet voor doen? Je hangt er vanaf. Ja. Als je gaat zeggen ik ga naar bed, dan mag het. Nee. Dan nee. Dan nee. En ook niet voor mijn ijs. Mag ik ijs? Nee. Zaken gedaan. Ik heb een medbase scan. Ik weet dat jullie het niet kunnen zien. Maar het is zo. Willen jullie komen kijken? Nee. Nou, ik kom wel kijken hoor. Is er ijs? Ja, ook. Oh, kom, als jullie komen kijken bij de medbase scan, dan krijgen jullie allemaal een ijsje van me. Yay. Papa? Ja? Zou ik ook een fruitje mogen in plaats van een ijsje? Nee, je mag lekker naar bed. Nu, skip, hup, en dan gaan we de medbase scan bekijken. Als ik meega als spook, krijg ik dan ook ijs? Nee. Nee. Zet. Jij krijgt geen ijs. Spoken krijgen niks. Spoken krijgen geen ijs. Ik wil ook ijs. Dionne, stem even. Oh, nou, hé joh. Jongens, stem even, je hoort het. Jeroen. Ja, jullie willen ook ijs, hè? Ik wil ook ijs. Volgens mij hebben we geen ijs. Zo doe ik dat ook altijd. Oh. Maar is het echt slechter in dit spel? Nee, hé, Melisje. Ik moet even weer inkomen. Even inkomen. Ik ga mee, hè? Als spook. Dit is het bewijs, hè? Voor het ijs. Volgens mij hebben we helemaal geen ijs. Ja, Emily heeft scan. Want dan doet hij altijd zo dat drup, drup, drup. En dan gaat hij zo staan. Dus zij heeft sowieso scan. Dus dan moeten ze er wel geloven. En als er nou nog iemand is die scan heeft, dan kunnen ze dat natuurlijk ook zo checken. Nou, weet je, ik ga mijn noden even afmaken. Ja. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik de... dat deze was, dat dolfje. Die was ik net aan het doen. Die Hugo is ook helemaal niet meer teruggekomen, hè? Hij wilde hem echt niet lukken, denk ik. Die is gewoon helemaal niet meer teruggekomen in de game. Vet grappig. Oké, ik ben klaar. Ik heb al mijn taakjes gedaan. Iemand vroeg net van, hoe kan je zien welke rol je hebt? Nou, dat zie je gewoon in het begin, net als imposter en crewmate. En je ziet het niet zo in de chat, want ja, weet je, dat maakt het natuurlijk anders veel te makkelijk. Dan weet je meteen wie de imposters zijn, want dan vallen er al 4 mensen af die sowieso iets anders zijn. Dus daar kan je het niet zien. Dus dan moet je mensen maar gewoon geloven op hun woord, of juist niet. En als ze eenmaal dood zijn, dan zie je het er wel bij staan. Dus ik zie hier nu wel bijvoorbeeld bij... Kijk, Adinda, die wilde mij beschermen. Nou, hier zie je het dan niet. Maar zometeen, net in die chat, zag ik er zo'n vleugeltje bij staan. Dus dan is hij zo'n guardian angel. Daar kan je het dan zien. Oh, jongens. Ben ik slecht. Ben ik slecht, ben ik slecht, ben ik slecht. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat doe je? Je mag niet praten. Jij dat ook niet? Onze kinderen moeten naar bed. Top. Mila is echt super moe. Dan gaat ze vervelend lopen doen. Die moet echt naar bed. Oh, oké. Nou, ik heb niet zoveel meer te doen. Ik ben een beetje klaar. We kunnen kijken wat Attika aan het doen is. Waar is Attika? Attika is hier. Die is uit. Of die is dood. Ik heb geen idee. Ik heb blijkbaar weer half bakken zitten opletten. Wat hebben we hier met Dionne? Emily en Mila zijn zo schattig. Oh, lief dat jullie het zo schattig vinden. Oei! Ik kwam dus liggen. Nou, ik kwam dus security in. En ik dacht, dus niet ja, ik heb de taak af, dus ik ga op een camera. En toen zag ik ineens een report, dus ik was helemaal bang. Dus ik ging kijken en ik zag een body. Oké. Oh, wie zag je? Attika. Dood. Een dode Attika. Oh, maar ik zag... arme Attika. Laat die lieve kinderen wakker tot vakantie. Ik zag niemand weglopen. Waar, dus, ja. Sorry, waar was dit? In security. Security, oké. Security. Ik was wel bij iemand bij de lights. Dat wel, maar ik weet niet exact met wie. Volgens mij met... Ja, ik heb de, lights gefixt. Ja, met Mila dan. Ja, inderdaad. Wat? Ik ben de enige bij level 7. Komt omdat je zo goed kan liegen, Mila. Ik denk dat ik nu ook weer op je ga stemmen, hoor. Ik ga ervan uit. Ik ga ook op Mila stemmen. Ik heb mijn verdenkingen op iemand, maar ik ga dan ook mee. Ik ga heel voorzichtig... Wie dan? Rick. Op Rick? Waarom? Wie? Ik ben de hele tijd bij je geweest, man. Ik denk dat dat Emily is dan. Nou. Oh, sorry. Het spijt me. Wie dan? Op wie gaan jullie? Hallo. Mila. Op ja, Emily. Mila. Op jou. Maar ik... Mila. Allemaal op Mila. Ik niet. I mean... Oh. Wie heeft de taken nog niet af? Ik heb alles af. Één taak. Ik ook af. Dus letterlijk 1 taak. Ja. Cool. Daar wachten we op. Ik heb het voor de verandering ook af. Ik ben level 7, zo random uit het niets. Hé, maar wie is het nou? Ja, Emily denk ik, hè? Ik denk het ook. Ik denk dat Emily echt smerig goed zit te liegen hier zo. Ik denk het wel. Sowieso Febe. Sorry. Ik faal echt als een guardian angel. Ja, heel had Rob net ook. Was ik... Nee, het was niet Mila. Ja, toch? Was het hè, Mila? Het was Fiep. Nee, het was sowieso Febe, want die had mij dood. Wie was die ander? Je mocht het helemaal proberen, Fiep. Wat proberen? Oh, mute. Ik stond nog steeds op mute. Hé, maar het was sowieso Febe, maar wie was die andere nou? Huh? Mila. Rob. Mila wel. Werkte die knop niet? Nee, mijn knop werkt nog steeds niet. Oh my god! Echt niet? Nee, echt niet? Ik kon weer helemaal niks. Ik denk dat ik het spel even opnieuw moet opstarten of zo. Super vervelend. Nou, kan dat nou? Grappig, ik stond de hele tijd vlak bij Rob te dansen en de hele tijd voor zijn neus. Dat was super handig, want ik kon dus de hele tijd... Ik heb de hele tijd die knop niet kunnen uitproberen. Ik was gebeurd. Rob, jij was dus die ander. Ik dacht bij mezelf, oh chill, nu vertrouwt Rick me. Dan kan ik de hele tijd die knop proberen. Dus ik had hem ook geremapt. Even kijken of dat werkt. En ik dacht van, oh chill. Dus ik had de hele tijd zo, ja, ik zat de hele tijd te spammen, maar nee, het werkt niet. Dus ik moet even uit het spel en dan kom ik weer terug. Oh, dat is goed. Nou, dan gaan wij even onze kindjes op bed leggen. Dan doen we heel veel een korte pauze. Ja, jawel. Maar het is een hartstikke laag. Ja, willen jullie daar nog een potje doen? Vinden jullie dat nog leuk? We zijn wel met z'n achter, maar boeien. En misschien dan in de Skeld. Oh. Ja, dat is goed. Oké, dan leggen we, zijn we even een hele korte break van 5 minuten en dan zijn we weer terug. Een break van 5 minuten. Ja, is dat goed? Ja, plaspauze, beenpauze, kinderen op bed legpauze en dan zijn we zo terug. Oké, tot zo. Doei. Doei. Dag liefies. Hey, verhaal, gaan we door of niet? Ja, maar even een korte pauze. We leggen even onze meiden op bed. Dan ga ik ook even wijn jouwen. Ja, even wijn inschenken. En dan doen we daarna nog een potje. Doei. 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 Oké, zo. Nou, doe ik hem eventjes even zo in het... Oké, nou, onze kindjes die gaan we eventjes te snel op bed leggen. Even een korte plaspauze, niet weggaan. Neem ook even een korte plaspauze, pak even wat lekkers. Gaan we Emily en Mila in ieder geval voor bed leggen. Even snel tanden poetsen. Hup, hup, hup. Even plassen, ijs halen. Ah, ik krijg nog geen ijs. Arme kinderen. Dan komen we zo weer terug. Doen we zo meteen nog even een potje, want het is wel leuk, ja? Dus even pauze, we zijn zo terug. Ah! Mijn breakscherm doet het niet. Dan maar zo. Zo, daar ben ik weer. De kinderen die liggen lekker op bed. Die vonden het heel erg leuk. Vonden jullie het ook leuk dat ze erbij waren? Oh, zijn er toch een aantal van jullie weggegaan, hè? Ja, ik snap het wel hoor. Mooi moment om ook gewoon lekker naar bed te gaan. En de rest gewoon later terug te kijken. Oh, er is een superchat geweest van Ilona. Nou, Maris, je zou kinderbedtijd aanhouden. Ik ga nu wel echt slapen, want ik ben gesloopt. Dus als je dit straks leest, thanks voor deze stream. Oh, dankjewel Ilona. Dank jullie ook wel in de chat voor het laten weten. Slaap lekker Ilona, dankjewel voor het helpen. Heel blij altijd met mijn moderates. Margje is er ook vanavond lekker aan te helpen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik weinig ervan voorbij heb zien komen. Maar goed, ik heb in ieder geval wat lekkers gehaald. Dankjewel, lieve. Echt een geweldige stream. Ik heb dit zo gemist. Oh, dankjewel voor de chat, superchat. Ja, het is eigenlijk wel weer gezellig, hè? Misschien dat we nu wel zoiets hebben weer van, oh, met die nieuwe rollen, leuk. Wat mij betreft kunnen we het best wel vaker spelen. Maar het ligt dus ook een beetje aan als andere mensen het ook willen. Dus, dat. Hey, ik heb wat lekkers gepakt eventjes in de tussentijd. Ik heb even lekker een Twixje erbij gehaald. Ik zal heel veel gaan horen hoe ze in de Discord... Is er alweer iemand in de Discord? Geen idee. Volgens mij is iedereen nog... Oh, ik ben zelf nog gemute. Is er alweer iemand hier? Oh. Oh, hello. Oh, jullie hoorden me wel. Oh, ik dacht dat ik nog gemute was. Ik ook. Ik zat op de stream te checken. Je zat gewoon op de stream te checken. Oh, zo slim. Ja. Margje, dankjewel voor de superchat. Complimentjes voor de chat. Ze zijn zo lief. Ja, echt. Ze zijn heel erg lief. Ja, leuk zijn mijn kattenpootjes, hè? Ja, dat is schattig. Dat is heel cute. Maar even lekker mijn tricks aan het wegwerken, jongens. Ja, dat moet ook gebeuren. We hebben pauze. We hebben een nieuwe code nodig. Wat? We hebben een nieuwe code nodig. Oh ja, guur. Ja, ik weet nu... Oh, prima. Je kan mijn mond vol met Twix verdenken. Vriend, ik heb mijn mond vol. Dan kan ik maar mee praten. Ik heb dit wel gemist hoor. Ik vind het wel echt heel gezellig. Ben ik het mee eens. Ja. Hey, is dit het moment... Ja, dit is leuk. Is dit het moment voor die shameless self-plug? Oh, hallo daar. Doe het. Jazeker. Is dat nu, zeg maar? Ja hoor. Twitch en YouTube en ik zo. Heb je al gepromoot, al helemaal in het begin en zelfs tussendoor. Maar doe het. Rick heeft gelijk trouwens. Ik ben ook live op YouTube, maar ik ben verstopt. Oh. Nu net tussendoor, tijdens de pauze of... Nee. Ik ben de hele tijd al live. Alleen, mijn stream is verstopt. De link is alleen te vinden in mijn Discord of via mijn Instagram. Huh? Ja. Hoe zou dat? Jongens, ik ben... Eén mysterie. Hoe dan? Of heb je dat expres zo aangezet? Dat heb ik expres zo aangezet. Ik heb gewoon geen zin in verwarring. Dus ik wilde het oorspronkelijk op mijn Discord streamen. Ik dacht, dat is makkelijk. Maar dat kan helemaal niet, want ik ben met jullie aan het bellen. Oh ja, natuurlijk. Ja, logisch. Dus nee. Met ons streamen. Dus toen dacht ik echt van shit. Vanmiddag dacht ik, moet het anders oplossen. Dus toen dacht ik, dit is de oplossing. Super chill. Ja, maar ik ben inderdaad wel vaker online op mijn Twitch. Dat is tegenwoordig wel meer. Ja, snap ik. En daar doe je het altijd in het Engels. Dus dan is het ook raar als je ineens in het Nederlands streamt. Snap ik ook. Maar ik vind het wel leuk dat je alsnog meedoet dan toch? Ja, ik wil er graag gewoon meedoen, want ik vind het wel gewoon gezellig natuurlijk. En op mijn YouTube ben ik op dit moment vooral vaak gewoon veel verschillende games aan het uitproberen. En dat doe ik ook meestal in het Engels, dus hè. Is verwarrend. Wauw, Rick, jij bent moderator bij mij. Dat wist ik helemaal niet. Hey, Adinda en Attika zijn ook. Ja, ik heb mijn mond. Luister niet naar mijn mond, jongens. Mijn mond zit vol met Twix. Oh, jouw mond is zo... Het was even de pauze, toch? Oh shit, ik heb de stream alweer aangezet. Het was pauze. Ik moet wel zeggen, ik heb het allemaal opgenomen, dus... Ja, hallo. Hoor je nog met mij zo praten? Hele game lange kankerguur. Deze tussenmomenten, daar komen ze voor. Dat zeg ik altijd, ik blijf het zeggen, jongens. Het zijn deze tussenmomenten, daar kom je voor. Het is gewoon de chemie die we hebben met elkaar. Gewoon de gezelligheid. Exactly. Heerlijk. Precies, jij snapt hem. Ja. En daarom heb ik het ook zo gemist. En het was, we waren allemaal deze game zo zat. En snapte ik ook, want ik ook. En we zijn eigenlijk al zo lang op zoek naar een game die we met z'n allen kunnen doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is toch niet zoals dit of zo? Er komen wel eens spellen uit. Ik heb laatst een spel gespeeld. Dat zit in mijn laatste YouTube filmpje. Dat moet je eigenlijk even kijken, want ik speel samen met Meli. Oh, ik ga kijken. En het is super grappig. En hoeveel kan je dat spelen dan? Ja, dat weet ik dus niet zeker, want wij spelen dus met z'n tweeën. Het heet Fling to the Finish. Oké, dat zegt me helemaal niks. Ja, het is nog een early access. Oh, oké. Maar het zit in mijn laatste filmpje, ik speel daar 6 spellen. En één van die 6, dan speel ik dus met Meli, speel ik dat spel. Dan moet je het even kijken, dat is echt mega grappig. Oké, nou, ik ga checken. Ik ben heel benieuwd. Zeg maar, als we het namelijk niet met meer mensen kunnen spelen, ja, ik raad het dan alsnog aan. Maar het is nog wel een leuk ja, precies. Dus, oh, leuk. Het is wel echt een superleuk spel. Het is echt gewoon, ja, het is echt gewoon lachen gewoon. Je maakt me nu wel nieuwsgierig. Ja, en dan hebben we Pico Park. Dat is toch wel het enige wat... Ja, maar ja, of dat nou leuk is, I don't know. Dat heb ik je eerder zien spelen, maar wat dat nou is... Dat, nee, ik heb dat nog nooit gespeeld. Ik heb het nog nooit gespeeld, ik heb geen idee. Nee joh, maar dat is in ieder geval een multiplayer game voor 8 gamers. Dus dat ik dacht, oh, dat is dan misschien wel leuk. Dan moet je ook een beetje samenwerken en zo. Maar of het leuk is, I don't know. Maar ik vind dit in ieder geval gezellig. Dat is leuk. Wacht, ik pak heel eventjes trouwens wat water nog. En dan ben ik er op zich klaar voor. Volgens mij alleen Dionne is er nog niet en Phoebes is er nog niet. Ja, wel. Oh, Phoebes is er al wel. Ah, ja, maar nog niet in de lobby. Oh, jezus. Oké, wacht, ik pak even water hoor. Momentje, ben zo terug. Ik ben nog niet in de lobby. Ja, ik weet het. Dankjewel Ashlyn voor de superchat, thank you. Ja, ik zat even te kijken, dat Fling to the Finish kan van... online, zeg maar, tot 16 spelers. Ja, dat dacht ik al. Want volgens mij kan je dus met elkaar, zeg maar, racen. En teams van 2. Ja, dit moeten we spelen. Ben ik weer? I am not kidding. Dat spel moeten wij spelen, met z'n allen, op stream. Yes, ik ben terug. Freaking grappig. Oh, zit je nou weer die game te promoten? Rob weet wel alle leuke spellen, moet ik zeggen. Oké, nice. Rob, we houden contact. Ik speel sowieso 12 nieuwe games per maand, jongens. Ik bedoel, er moet toch iets leuks. Holy moly! Heb je al een keer allemaal abonnementen bij games dan? Hey, ik weet niet waarom, maar ik raak niet in games. Nog steeds Europa? Of is het Noord-Amerika nu? Dus zijn je naar een fiebloze... Oh, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik weet nog steeds niet waar die op staat. Ik denk gewoon hetzelfde als net. Heb je de code goed getypt? Het is niet een cijfer, maar een letter. Misschien dat daar de verwarring in zit? Noord-Amerika was dan. Oké, de code is WZ... K... Dit is echt not helping. Nee... X. Oh my god, manneke. Zo erg not helping. En kom je erin, Phoebes? Nee, ik nee, dat snap ik. Amerika zitten, maar echt. Hey, Europa Rick. Moet hij volgens mij. Rick? Ja? Ik ben dood. Aangezien je er net heel even was, wat vond je van de bordspellen op de achtergrond? Wacht. Wat vond ik van de wat? De bordspellen. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Ja, de code die je geeft, het is niet de goede code hoor. Dus no worries. Oké, dat is niet mis. Ja, Kitta is er weer, alleen Phoebes. Het wacht is op Phoebes. Ik zeg het ook met enige shame, maar dat maakt niet uit. Ik hoorde mijn naam. Ja, dat jij er als enige nog niet in bent in de lobby lukt nog steeds niet. Nee, het is Europa. Europa. 2 minuten, het komt goed. Nee, ik raak in paniek. Phoebes! Oh, ik heb trouwens wel 2. Ik heb trouwens wel 2 imposters aanstaan. Dus misschien een beetje overkill. Met, Jezus. Nee, ja, misschien één imposter. Ja, hè? Maar dan moet ik de room uit, toch? Of niet? Wacht, ik ga kijken. Oh nee, imposters kan je tegenwoordig aanpassen. Eentje. Dat is beter. I'm in. Hoi. Oké, en moet ik dan even iets meer taakjes aanzetten? Ja, Jeroen heeft echt een heerlijke look. Lekker zo'n eitje op je hoofd. Ik vind het geweldig. Kijk, doe nog even één short taakje bij. Een hele goede stijl in real life. Dus kunnen we morgenochtend even eten. Oh, ik heb al op start gedrukt. Oeps. Oh nee. Nee, dat ging per ongeluk. Ik drukte gewoon per ongeluk op start, sorry. Jongens, kijk nou hoe ik eruit zie. Dit kan toch niet? Ik was nog niet klaar. Het spijt me. Het was ook niet op de moeten eruit. Kijk nou, ik lijk wel een kerstboom. Ga mij weg. Jij hebt echt te veel Twixjes gegeten. De stringetjes niet eens meer te zien onder al dat groene vet. Jij bent echt een kerstboom. Ik wilde nog de matchende hoed erbij. Moeten we nog even terug? Of, nee, laat hem zo. Ja, deze look is goed. Eén imposter. Ja, oké. Gingen we nog muten trouwens? Ja, nee joh, laten we gewoon lekker alles gaan... Oh, hé, hey, moet je kijken, daar gaat iemand dood. Oh, nee. Wel, er loopt hier een dikke kerstboom, jongen. Oké, ik ga muten. Oh, ja, hey, daar ben ik weer. Zie je, hoeft niet te muten. Wat is dit nou? Kitta is dood. Nu alweer. Waar? Kitta. Adinda, wacht, waar? Laat me even uit, oké? Jullie geven mij zoveel stress. In welke map zitten wij überhaupt? Oké. Nee, stress is niet nodig. Het was in de hal, zo bij electrical, in die hal. Bij elektriciteit? Oh, ik was echt even nadenken waar dat überhaupt is. Linksbovenin is dat. Tussen security en electrical, zo dat halletje. Ja, daar. Ja. Dit ging echt pijlsnel. Oké, nou ja, is het sowieso niet Rick, want ik ben heel met Rick geweest, dus dan is hij het sowieso niet. Ik was halverwege mijn doolhofje. Ja, Rick en ik waren samen richting laboratory kant opgelopen, dus hij is denk ik wel safe. Ja, gewoon ongemute alles. Zo. Is het niet een self-report? Nee, maar... Nee, ja, nee, Febe, ik echt, jij bent zo goed vanavond. Kijk, en Rob kan het niet zijn, want Rob kan nog steeds niet killen waarschijnlijk. Nee, kijk, jullie waren bezig over de kerstboom van Rick en ik was even uit de war en toen ineens lag Adinda voor mij. Boom. Gewoon dood. Ik was het niet. Echt niet. Het ging wel heel snel. Wie is zo'n deurval? Die ja, gewoon... Sowieso Febe. Sowieso Febe. Nee. Ik vind, ja, maar Febe is toch ook best wel terughoudend? Ja, en ze is ook als een van de weinige level 6. Dat vind ik ook sus. Wie? Dus ik zeg, laten we gaan op Febe. Nee, ik weet het niet. Ik doe Skippy. Ik doe Skippy. Nee joh, ik doe Skippy. Nee joh. Ik zit gewoon te dol. Ik heb geskipt. Maris, heb jij mij gestemd? Nee, ik heb geskipt. I swear. Oké, anders ga ik op jou stemmen. Nee, ik heb geskipt. Ik zat maar wat te dol uit, spijt me. Ik heb geen idee wie het kan zijn. Ik was er niet geweest. Dat dit serieus een potje was. Toch op mijn stemmen. Ik heb niet gestemd op jou, ik heb geskipt. Nee, ik heb ook niet op jou gestemd, I swear. Ik heb ook geskipt, ik zweer. Iemand speelt ons tegen elkaar uit, jongens. Ja, de imposters, hè, de imposters. Er is maar één imposter. Nou, ik ga nu muten. Ziet er echt achterlijk uit. Oh ja, er is maar één imposter. Oh, hier, ik ga piu piu doen. Zo lekker scherp, jongens, het wordt laat, hè. Het wordt laat. Oh, niks muten! Rob zit om te kletsen. Ja, jongens, sorry jongens, maar het is hartstikke duidelijk. Wat? Daar loopt een kerstboom rond. Hallo! Laten we even eerlijk zijn met z'n allen. Dat kan gewoon niet. Met een gasmasker op. Dat is nog niet eens klaar. En dan gewoon voor de butt gooien. En ik zei, Luc is gewoon een nieuwe mode van 2021. Dit is wel pestgedrag. Helemaal aangekomen in de coronatijd. 2021 is bijna voorbij. Het is klaar. Ik weet het. Kijk, we hebben allemaal een kerstboom gecreëerd inderdaad in de coronatijden. Ik wel. Ja, daarom. Beledig mijn man is niet zo. Ik stem op Rob. Ik ook. Waarom Rob? Nee, ik doe Skippy. Ik doe Skippy. Alle vibes dat het Rob is. Oh, die vibes. Eruit! Dat krijg je als je de kerstboom pest. Karma! Oh, kerstboom karma. Oh, moet je kijken, dat is karma. Karma. Jongens, doe voor niks zo grappig. Oh, kijk. Oh, ik kom echt niet aan mijn taakjes toe, joh. Ik moest nog... Ik heb pas één... Ziet er echt niet uit. Oh, ik dacht dat die string toch wel de ergste outfit was die Rick kon hebben, maar even deze blubberbuik van Rick is niet sexy. Oh, dat is wel echt heel erg. Oké, maar Rick heeft me niet gedood, dus ik denk dat de blubberbuik 7 is. Hé, wat moet ik hier doen? Manager 3. Hey, kerstboom! Bloep, bloep. Ja, ook gedaan. Ik wacht hier wel eventjes. Ik moet fix wiring doen in de electrol. Zo snel. Ik wacht hier wel eventjes weg, ben ik. Ik moet hier even fix wiring doen. Oké, weet je wat we daarna even gaan doen? Ik ga iets doen, jongens, dat ik echt bijna nooit doe. Ik ga even op cam staan. We gaan even checken. Ik zal net zien. Kijk, Dionne die loopt daar achter iemand aan. Hé! Kijk! Daar ligt er iets. Bij office. Buiten. Wie ging die kant op? Waar is die button? Oh, rennen. Rennen, rennen, rennen. Oh. Wat een chaos. Ik stond op camps en ik zag Attika buiten liggen. Voor office lag zij. Ik was er onderweg naartoe. Ik heb het gezien. Oh, ja, ik was heel tijd bij Rick. Dat jij dat deed in ieder geval. Niet die kill, hè? Voordat jullie dat allemaal weer denken. Ik was heel tijd met Rick. Ik ben safe. Maar ik zag op camps dat Attika daar dood lag. Gewoon. Attika, die lag buiten, net bij office, zeg maar. Dat vanaf de linkerkant, voor de deur, was ze dood. Ja. Dus ik wilde daarheen rennen om er te reporten. Oh, dat heet blijkbaar Camera Zuid. Nou, dat wist ik niet, maar daar. Ik zag het toevallig. Oh, oké. En nu is blijkbaar... wie is nou nog meer dood? Rob? Nee. Kitta? Febe? Weer is het dood. Iedereen is dood. Nou, maar ik weet dat jij het niet bent. Nee. En ik vind Jeroen heel stil. Ik weet niet of Jeroen een zelfreport zou doen. Maar kan Jeroen ook zo snel zoveel kills maken? Ja, hij leert wel snel. Ik denk dat Jeroen inmiddels al beter speelt dan ik. Nou, ik was een taak aan het doen die ik niet goed kan vinden. Maar ik ben er dus net achter gekomen dat ik op die kaart kan kijken. Ja. Ja. En nou ja, daar kan ik dus nu met. En waar moest je nu naartoe? Of voor die taak? Ik moest naar die boom. Ja, die boom moest ik. Oh ja. Dat is Rick. Hey. Jij moest Rick zijn haag hier versnoeien, of niet? Oh ja. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Nou, dat wil ik al een paar rondes, maar dat Nou, alleen daarom, en ik weet dat het niet is, stem ik op Onnedi. Ik heb gewoon mijn taken gedaan, hoor. Ik denk ook dat Onnedi is. Of Jeroen kan echt al... Als jij het niet bent, dan is het Jeroen. Maar dan doet hij het wel echt goed, hoor. Het is allemaal, hoor. Doei. Doei. Wasn't me. Come and get me in my pita. No! Jeroen played us all! Oh no! Oh no! Oh no! Oh, wie is er sneller? Blijf uit de buurt! Blijf uit de buurt! Zeg, de borstjes. Ja. Het is Jeroen. Ik weet zeker, het is Jeroen. Ik hoor iemand keihard lachen boven. Of jij bent er. Nee, ik ben het zeker niet. Kan ik je wel vertellen. Maar Jeroen, wat ben je lekker bezig dan, joh. Yo. Oké, het is officieel. Jeroen is inmiddels al beter dan dat ik ben. I quit. Ja, ik heb gestemd, hoor. Ik ook. Ik ook, ik moet wel. Maar wow! Ja. Een goeie. Netjes. Jammer, nice. Ja, mooie. Ja, was een goeie. Hoppa! En het mooiste was ik heb de eerste ronde, liep ik heel de tijd rond als Dionne. Oh, echt? Ja, ik heb je maar hoe werkt dat nou als shapeshifter? Is dat een beetje makkelijk om gewoon zo'n andere skin aan te nemen? Je kan gewoon iemand kiezen en daar shapeshift je dan in. Zonde, maar het is wel voor een bepaalde tijd en dan verander je ook weer terug. Het ging best goed. Oh, oké. En wat laat je nou voor restjes achter dan? Hij wilde heet het mij zijn, hè? Maar dat willen we allemaal, Dionne. Dat willen we allemaal. Kijk. Oh, Rick, wat is dit? Nee! Oh my god, wat lelijk. Ik doe dat ook. Ik ga dat ook aandoen. Maar Rick, ik was helemaal... Hoe doe je dat aan? Hoe doe je dat aan? Ik wil ook de bosjesman zijn. Ik ben wel goede muziek aan. Oh my god, je bent het boerenmonster! Ja, mogelijk op je laptop aangaan. Rick is letterlijk het boerenmonster. Oh my god. Oh, wat erg dit. Maar ik heb die outfit niet. Hoe kom je daar aan? Je kunt het unlocken. Je hebt toch die Mira Cosmic Cube aangezet? Nee, joh. Ja? Nee, dat heb ik niet aangezet. Dat heb ik nu aangezet. Die moet je activeren en dan krijg je punten. Oh. Ja, komt hij nu mee aan het einde van de avond? Jezus! Wat doe ik dan met die bonen die ik allemaal heb verzameld tot nu toe? Ik vind wat jij met je bonen doet, dat hoef ik allemaal niet te weten, maar... Ja, ik wil toch iets met die bonen? Ik ga toch niet de chili con carne maken ofzo? Wat de hel? Ja, daar is het voor! Wat doe ik met die bonen? Ja, ik zou wel wat chili con carne lusten eigenlijk. Ja, maar wanneer lust jij niks? Lust jij niks te hier? Oreo's, wijn. Maar nou, jongens, nou moeten we dit wel nog een keer spelen, want nu hebben we niks aan die bonen. van eieren heb ik. Stel hoor, bij de... Ik ga toetjes bestellen bij de domino. Tenminste wel. Blijkbaar is tot nu toe gewoon, hebben we niks gekregen voor die bonen. De bonen sucks! En dat Rick het ook nu pas vertelt. Volgende ronde stem ik sowieso op Rick. Ja, zodat hij als enige broccoli-man kan zijn. Jonoma broccoli. Rick is mijn broccoli. Nee, maar ik kan ook, kijk, wacht, ik kan ook een heel vet pak, een business skirt kan ik aandoen. Doe het aan, een skirt? Waar kunnen jullie dat kopen? Want ik kan helemaal geen moer. Nee, wij ook niet. Rick heeft ons genaaid. Rick was de imposter of this complete game. Niemand heeft het ontdekt behalve Rick. En Rick wil het niet delen met mensen. Nee, want Rick wil als enige broccoli-man zijn. En dan zie je helemaal rechts, zie je die 4 blokjes. Die blauwe, groene, gele en rode. Bovenin een tapje. Groene, gele, rode. Ja, dat moet je eerst nog activeren. En dan moet je daar blijkbaar activate doen. En dan unlock je dus allemaal skins. Maar dat vertelde Rick pas aan het einde van de avond. Ja, sorry, ik kom er ook pas halverwege achter. Ja, ik dacht iedereen maar dat is nog steeds niet het einde van de avond. Hoe kom jij dan Hier, in mijn chat zeggen ze ook. Rick, lavalamp, zus. Mee eens. Hoe kom jij aan dat haar? Dat je dat zo had gehaald. Oh, wat? Ik zie het! Nou, wat leuk! Wat? Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Wat zijn nee, ik heb ook helemaal niks. Dit zijn niet die bonen. Dit zijn helemaal die bonen niet. Nee, dit zijn die bonen niet. Dit zijn andere dingen die je hebt een haal die brokken! Haal die chili con carne van het vuur, snel! Ja, we hebben het heel verhaal over chili con carne en je zegt niks. Het zijn een soort van glasplaatjes. Hoe kom je daaraan dan? Ja, door hem te activeren en te spelen. Oké, maar wat doe ik dan met die bonen? Ja, niks! Stop ze ergens waar ik het niet kan zien. Het unlock je met die bonen, zeiden ze bij mij in de chat. Oké, ik kan alleen maar een slippery van wet kopen en die is lelijk. Stop hem maar in het bosje. Oh, jongens. Als ik ze eet, komen ze vanzelf. Blijf in de buurt. Jongens, ik ga hem starten hoor. Kom maar op. Zo, huppa. Verhaal over bonen en glasplaatjes en... Gaan we! Ja. Oké, sst. Bonen. Bonen. Nope. Nope, ik ben weer crewmate. Oh, iemand heeft niet gemute. Het is Jeroen. We kunnen Jeroen helemaal meeluisteren. Oké, record temperature. Oké, laten we dat gaan doen. Maar daarvoor moet ik ook weer naar buiten, toch? Wie komt daar aan? Rob. Wow, Rob was ineens heel snel dichtbij. Rob en Attika. Ik hoef niet naar specimen. Oké, ik heb wel een submit scan trouwens. Nou weet ik dat ze dat niet per se kunnen zien, maar... Kijk, kom met me mee. Oh, ze komen niet met me mee. Ja, kom met me mee. Kijk, Jeroen ook. Vertrouwens voor geen meter. Maar goed. Dat kunnen ze in ieder geval zien. Nou, ik doe hem wel gewoon. Kan mij het schelen. Ze geloven me toch nooit. Maakt niet uit wat ik doe. Slaap lekker, Annelien. Nee, Annelien nog niet. Annelien is wel. Slaap lekker voor de rest. Wel rusten allemaal. Voor iedereen die gaat slapen. Nou, niemand heeft mij zien scannen. Daar had ik totaal niks mee. Rick ziet er echt niet uit. Oh, die outfits van hem altijd. Oh, wat erg. Ik ga proberen te blijven leven, Melisje. Ik doe echt mijn best. Hier is Rob weer. Want staat Rob hier te dwalen. Rob gaat me doodmaken. Rob gaat kijken of hij me kan doodmaken. En dan gaat hij me doodmaken. Ik ga snel weg. Ik vertrouw hem echt voor geen meter. Kijk, dan gaat hij de lichtjes doen. Omdat hij me dood wil maken. Hou de Rob in de gaten, ja? Do not trust Rob. Ik doe de lampjes wel. Kijk, Rob had al lang bij de lampjes kunnen wezen. Hij was me aan het zoeken. Hij heeft de lampjes niet gefixt. Terwijl Rob is altijd de lampjes fixen. Hij is hier nog steeds. Hij was mij aan het zoeken in het donker. Wat denken jullie? Wat denken jullie? Ik denk dat dat Rob is. Rob is dood. Nee. Oh nee, Dionne. Ik heb haar vermoord. Tenminste, zo lijkt het. Het is Kitta. Wat? Oké. Rick, waarom heb jij als enige een bosjesachtergrond? Ja, omdat ik dat heb unlocked natuurlijk. Holy shit. God. Hoezo? I am the boss. Jij bent echt de moerasmonster van de avond. Letterlijk een moerasmonster. Ja, maar wel een coole. De lookwerk voor ging. Maar hey, ik heb er gevonden. Ik dacht ik ga nog even snel vitals checken. En toen lag daar iemand. Wacht, wat? Hè? Skippen we gewoon het feit dat Kitta zegt dat Kitta heeft gezien? Ja, maar ik ga ervan uit dat ze bedoelt dat er een imposter of hoe heet het is. Ik ben mezelf een shapeshifter. Ik ben niet vermoord. Ik ben jou ook tegengekomen, maar ben ik jou tegengekomen of de andere jou? Hey, wij waren wel wanneer kwam je iemand anders tegen? Dat is een goede vraag. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want dan kan ik al wel wat mensen uitstaan. Wanneer kwam je jezelf tegen? Hoe lang geleden ongeveer? Dus het moment. Net eigenlijk. Oh, oké, nou dan denk ik dat Rob wel safe is. Want Rob zag ik namelijk bij O2 de hele tijd. Ik vind eigenlijk dat Rick moet stemmen alleen voor dat achtergrondje. Jeroen, jij snapt hem helemaal. Nee. Daarop gebaseerd denk ik dat het Jeroen is. Maar omdat je zo snel hijst, denk ik nu nog meer dat jij bent. Jeroen zou juist Onnedi zijn. Nu opeens denk je dat ik het ben, maar net als ik het was. Nu, ik stem op Piep. Ja, gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet. Maar niemand weet het, dus. Nee, ja, ik weet het niet. Ik was aan de andere kant bij O2. Ik heb de lights gefixt, dus ik heb geen idee. O2, we waren bij O2. Ja, met z'n toe. Met z'n toe, O2. Met z'n toe bij O2. You know. Attika, waar was jij? Ik was ondergelaten. Oh, dat kan niet, want daar was ik, trouwens. Dus het is Attika. Ik was er nog niet. Dan is het Attika, want ik was daar met Dionne en ik kwam Dionne daar volgens mij tegen. Oh, Rick, zo close. Bosjes, man. Hoezo zijn er nou twee stemmen op Rick? Come on. Because the background, we are jealous. Is een straf voor het ons niet vertellen van deze mooie unlock dingetjes. Nou, mooi, mooi, hè? Ja, mooi zou ik ze inderdaad misschien ook niet noemen, nee. Even kijken, hoe werkte dit ook weer? Omdraaien, scannen. Ja, hoppa. Oké, nou, ik heb alleen nog een node, weet je. Maar ik ga gewoon dat ding fixen. Maar hoe kom ik ook weer tappen, hè? Ah, daar. Kijk, ik weet het nog, ik weet het nog. Maar eens, wat doe je? Batoe, patie, batoe, patie, batoe. Laat, jongens. Dan ga ik altijd rare dingen zeggen. Dat weten jullie nou toch inmiddels. Oep. Nou, laatste. Dan ben ik er alweer doorheen. Ja, en Rob zat dan inderdaad... Hij liep ook raar. Zag je dat? Hij liep heel raar. Hoezo liep hij zo raar? Het is Jeroen. Het is weer Jeroen. Jeroen. Waar gaat hij heen dan als hij daar doorheen vent? Hier ergens toch heen? Ik weet het eigenlijk niet. I am so good in this game. Why am I so good in this game? Het is Jeroen. Het is Jeroen. Hij liep echt raar. En ze is weer dood. Ja, oh jongens, ik ben zo slecht. Ik denk dat ik Jeroen moet uitnodigen om dit over te nemen hier. Want ja? Oh, ik weet helemaal niks. Niet zien aankomen dat iemand dood was. Ik schrok bij er iemand dood was? Ik 2 Jeroens gezien. Ja, same. Oh, want ik was met Kitta. Maar dat is natuurlijk wel heel slim om je dan te vermommen als mij, nadat we de discussie net hadden. Wacht. Maar waarom denk je dat je 2 Jeroenen hebt gezien? Nou, luister, ik was met Kitta, want ik liep de hele tijd achter Kitta aan. En toen zag ik Jeroen en deze Jeroen was beneden. Raar. Even kijken. Ja, ik was bij, zeg maar, bij die Tesla coil, die was ik aan het oplossen, die duurde heel lang. En ik was nu net, heb ik die blaadjes gedaan en ik wilde nu weer naar rechtsboven gaan. Ja, Mila lijkt op jou, Simon. Wordt je ook vervelend. Ja, Mila lijkt ook wel op mij inderdaad. En waar liep je dan? Toen ik links onderin bij dat Tesla coil ding. Ik weet niet of iemand Red Alert heeft gespeeld. Maar... Ja, zeker. Ja. Red Alert! Yeah! Oké, nou ben ik weer dood. Oh, lekker. Ja, lekker daar dus. Want ik kwam je tegen in... Office. Ja, maar heeft Jeroen mij gehoord of was het shapeshifter Jeroen? Dus dan heb ik je 2 keer gezien. Ja, dus dat betekent ook dat je... Attika is wel heel stil, dood. Ik was links onderin. Het enige ik weet is de mannen zijn echt met elkaar... Ik vouch voor Jeroen. Jeroen zo niet. Hij is safe, hij is fantastisch. Oké, klaar. Hij is fantastisch, hoppa. Maar dan is de vraag, wie is er nu vermomd? Dus het is sowieso Rick. Nee. Ja, Rick of Attika, denk ik. Rick of Attika, maar ik ga eerst voor Rick. Ik denk eigenlijk Attika, want... Ja, kijk, dus ik ging naar... Ja, maar Attika is zo stil, hè? Ik ging die ene taak doen met die kaart. En Attika kwam zo aangewandeld en zij ging naar die vent en ze zag mij en jullie stonden zij terug weg van die vent. Precies, of er was niets gebeurd. Kijk, dat is nou hartstikke sus. Ik ga voor Attika. Sorry, Attika. Sorry, Attika. Attika denkt, ik heb hier niets meer op te zeggen. Attika zegt ook gewoon niks. I love you. Precies. Ik wilde nog een kans geven, maar ze heeft zelf ook op zichzelf gestemd, of niet? Nee, ze heeft op jou gestemd. Waarom zegt ze niks? Ze zit aan het lachen. Ligt er wifi eruit? Oh, joh. Nee. Ligt er wifi eruit? Ze ligt er wel zelf uit. Ja. Lekker. Oh, lekker bezig. Ik werd gekild door een hele... Ik werd gekild door shapeshifter Jeroen en die bewoog heel vreemd. Want shapeshifter Jeroen die liep achteruit namelijk. Oh. Die liep, maar dat kan niet. Kijk, zie, je kan niet achteruit lopen, maar dat Jeroen, shapeshifter Jeroen, liep achteruit. Dus ze doen wel rare dingen blijkbaar. Dus shapeshifter Jeroen was motorisch niet helemaal in orde. Of er zat niets in mijn Twix, jongens. Of er zit geen water hier in mijn flesje, dat kan ook. Nee, maar hoe krijg ik nou die coole outfits? Ik kan alleen maar zo'n stom bord kopen. Ja, nog meer potjes spelen. Er zijn paarse kristalletjes. Paarse kristalletjes! Cosmic Cubes heb je unlocked. Ik heb niks geunlocked. Ik heb het unlocked, maar ik krijg het niet. Oh, snap. Ik kan wat kopen. Oh, ik heb iets unlocked. Ik ben ook van dingen aan het kopen. Ik heb een hoofddeksel. Oh, ik kan het hoofddeksel doen. Oh, jongens. Dan kan je naar de volgende. Je hebt een pakje persiksap. Hé, maar hoe kan het? Want bij mij staat alles op zwart. Maar die kan ik niet betalen. Ik kan niks kopen. Je moet sowieso eerst of de linkerkant of de rechterkant op start. Je moet gewoon door unlocken, zeg maar. Je kan niet in één keer nu de laatste kiezen. Wat? Kijk, want ik wil die bad sticker. Die heb ik echt nodig. Oh, dus ik moet de rode string maar eens. Ja, dit is ook leuk. Red blue board. Wat hebben we hier? Maar hier hebben we wel mooie pakjes. Wat die ziet eruit als slippery when wet. Die moet ik dus eerst kopen voordat ik naar de volgende ga. Ja. Oké, ik ga voor links. Ik wil dat melkpakje. Het is ik heb niet genoeg plaatjes. Jongens, ik moet nog een potje doen, want ik wil een rode string. Dus ik heb meer cubicles dingen nodig, want dat is het Cosmic Cube. Ik kan de nameplate veranderen. Ik heb een rode strings. Ja, en dan heb ik ook een bad sticker. En good. Ja, die is ook leuk, hè? Die is leuk. Oké, gaan we nog? Ja. Ja, kan ons schelen. Slapen doen we wel weer als we weer een Among Us pauze hebben. Who needs sleep? You can tell by the way I use my walker. Oh, jongens, ik zat niet op te letten. Ik ben shapeshifter, of niet? Oh, jeetje. Wat ben ik? Jongens, wat ben ik? Ben ik een scientist? Oh, ik ben een scientist. Oké, ik zat net niet op te letten. Ik was aan het zingen. Kijk, ik ben scientist, dus ik kan nu overal vitals checken. Oké, ik ben helemaal in de war, jongens. Ik ben nog helemaal niks geweest vanavond, behalve imposter. Scientist, ja, dank je. Oké, dus ik kan nu... Kijk, check op vitals. Kijk, kan ik nu gewoon kijken? Nee, ik zie niks. Nog een keer checken. Oh, kijk, hij is op. Oh, shit. Oké. Ja, dat is dus ook zo, hè. Ik moet dan wel taakjes doen. Ik laat hen die dingen wel doen, hoor. En dan is het... was Maris. Zeker dat het Maris was. Nou, ik ga wel naar deze linker, want dat duurt echt vet lang. Er is ook helemaal niemand. Oké, nice. Ja, ik heb hem gedaan, hoor, jongens. Hé, ik heb nog geen volle vitals. Nou heb je die hier in deze game eigenlijk niet eens nodig. Want je hebt hier gewoon vitals. Dus je kan altijd naar vitals om te checken. Maar in een andere map lijkt me dat een heel stuk handiger. Zeker in een map waarin je... Ja, de scientist kan dus alleen maar kijken op vitals. Die heeft een soort van vitals op zijn mobiel, zeg maar. En kan altijd op vitals kijken. Maar je hebt hier gewoon vitals. Maar je hebt natuurlijk ook van die maps. Zoals de Skeld. Daar heb je geen vitals. Dus dan is dat een heel stuk logischer. Hier voegt hij niet zo heel veel toe, denk ik. Maar misschien zeg ik rare dingen. Kijk, zie, want ik kan nu hier kijken. Hey, ik zie nu net Jeroen doodgaan. Ja, hallo, luister. Ja, hallo. Nee, nou, Jeroen. Ik heb dus... Nee. Oké, ik stem op Rob. Ik heb namelijk zo'n vitals ding, want ik ben scientist. En ik zag echt heel vers. Ik pakte net mijn mobieltje. Ik deed het net aan. En precies op dat moment ging Jeroen dood. Dus het is heel vers. Dus wie was er in de buurt van Jeroen? Of heeft iets gezien? Of... Idols. Maar ja, kan wat iemand... hebben we hier nu aan? Ja, ik wou net zeggen, want waar was hij dan? Oké, wie heeft er allemaal een alibi? Dat weet ik niet, maar wie was er met wie? Want als je kan zeggen, ik was de hele tijd met die was het dan sowieso niet. Dan kunnen we al uitsluiten. Ik zat in een laboratory. Ik heb, Dionne daar gezien. Maar... Ik jou ook, met je bladderige zakkie. Ik was... pardon me? Ik zat die oxygen tanks te vullen. Met je rot. En Attika stond bij de boom. Oh, geweldig. Maar was je met iemand? Kan je voor iemand foutje? Ik was met Attika. Ik zat oxygen tanks te vullen. En ja, dus Rob en Febe waren alleen. Ja, ik wou net zeggen. Nu kan ik dus, zeg maar, puur alleen omdat ik alleen ben, ben ik zus. Ja, maar sowieso. Dat is gewoon wat het is. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ik denk dat dat is het enige wat ik kan doen als ik scientist ben, toch? Wat is anders mijn doel? Nee, ik bedoel meer, zeg maar... Ik was alleen, maar ik heb niemand gezien. Ik heb Jeroen ook niet gezien. We weten niet eens waar die dood is gegaan. Ja, volgens mij een admin. Nee. Oké, gebaseerd op... Mijn chat. Ja, hallo. Zo werkt het niet, hè? Het is een beetje nee. Mijn chat had iets gezien dat ik weer eens niet zag. Maar oké, ik zal dan... weet ik niet. Oké, ja, ik weet het niet. To be honest. Rob, was jij een admin? Nee. Oh nee, dan ben je het niet, denk ik. Ik heb die Asteroid Shooty unit gedaan. Oh. Ik moet even sorry zeggen. Ja? Hoorde je net het intense geluid? Dat was mijn... Oh god. We hoorden niks. Nou, ik doe skip hoor. Ik vind dit niet handig. Ja, sorry, ik weet niet wat ik anders met mijn functie moet. Maar, ja, maar dat is toch hetzelfde als met dat feest. Ja, maar dan weet je het gewoon niet. Ging ik toch ook emergency button doen? Probeer ook maar wat. Jeetje zeg. Ja, nou vanuit, oké, nou ja, ik weet het verder ook niet. Jullie zagen dus blijkbaar die body vallen. Achter mijn admin. Had ik dat niet goed gezien? Hadden jullie er ook iemand bij gezien toevallig? Want dan gaan we natuurlijk gewoon vet goed opletten. Natuurlijk, dat snap je wel. Want ik heb blijkbaar weer niet goed op zitten letten. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, we zijn om 8 uur begonnen, dus al best wel een lange tijd. Maar volgens mij vindt iedereen het best wel leuk. Want we zijn het nu al een tijdje aan het spelen. Oh, kijk. Nice. Fix het dan. Nee, Jeroen is nog steeds de enige die dood is. Oké. Laboratory. Ja, ik weet ook niet hoor. Ik loop hier gewoon maar rond met die finals. Als ik iets raar zie, dan gaan we gewoon huppa. Reporten. Oké, hoppa. Ja, dat hondje is leuk, hè? Dat is Dionne door hondje. Die is echt heel schattig. Maar ik heb nu gewoon een hamstertje. Dus weer is dat anders. Oké, ik ga even hier mijn wiring doen. Please don't kill me. Please don't kill me. Nee, te veel mensen om dood te gaan. Oh, laat mij naar binnen. Ik wil ook naar binnen. Ik zing weer lelijke liedjes hier online. Beheers jezelf maar eens. En dan erachter komen. Die is aan het hijgen in de microfoon. Joel. Ik was het niet. Ik was zo lekker bezig. Jeroen, waarom bescherm je mijn hou niet? Ik ging dood, zo heel erg dood. Jeroen, is dat waar? Oké, jongens, ik was nou. Het was Rick. Het was Rick. Het klonk niet als Dionne. Nou, waar is communications? Ik vergeet het steeds weer, joh. Waar is communications? Oh ja, hier, hè? Ja, kijk, hoppa. Nou, ik maak mijn taakjes, maar ik ben weer dood, jongens. Ik ben gewoon weer... Oh ja, moet je over een tijdje hier terugkomen. Dat is ook zo. Wat erg. Nou, Rick is wel lekker bezig. En nog niemand heeft door dat ik dood ben. Oh, ja, nu toch. Rick. Ja. Wie doet er alweer? Ik ben vet in de war. Als mij. Rick vindt je gezellig, maar niks blijkbaar. Ja. Dus ik ben mezelf weer in specimen room. maar echt helemaal in het hoekje. Er is wel iemand die een langzaam tempo heeft. Het licht was uit en zij lag echt zo helemaal... Rick! Want ik kreeg ineens mijn report knop, dus ik had haar eerst niet gezien, maar zij lag dus in Specimen Room. Specimen. Die heb ik daar gezien. Oké, het is dus niet Fiep, want ik ben een poster tegengekomen. En die zat dus niet... Die kan niet zo snel naar Specimen zijn gelopen. Maar die kan wel shapeshiften. Ja, daardoor weet ik dus dat het de imposter was, want ik kwam mezelf tegen. Ik was samen met jou. Ah. Ik verdenk Attika. Rick is nog steeds de bosjesman, ja. Ja, heel veel. Die moet je niet vertrouwen, hè, die bosjesman. Nee, omdat ik weet niet... We beginnen ook allemaal zo moe te worden, echt niemand is meer scherp. Maar wacht, Dionne, heb jij dat niet gezien, wat Kitta nu zegt? Nee, dit heb ik niet gezien. Ik heb geen dubbele Kitta gezien. Dodelijk gezellig. Maar ze zijn geen imposter. Ja. Want ik denk dat Attika gewoon... Ik ben het ding dong dong. Ik denk dat Attika gewoon als Kitta ging. En dat ik haar daarom niet eens tegenkom. Maar was... Is het lang geleden? Waar was jij? Specimen Room. En waar was Attika? Ja, nergens, want ik kwam die nooit tegen. Ja, ik was overal. Dus dan is het Attika misschien. Ja, ik was overal. Zoveel lijken onder de kerstboom maar is. Ik zat op kerst. Ja. En ik heb dus letterlijk 2 mensen zien lopen. Ja, Jeroen is inderdaad een vriend van Onnedi. Mag jij maar geen scan doen? Ik zag... Mag ik even? Ja, tuurlijk. I'm in the middle of my life story here. Oké. Het duurt lang. Oké, ik heb 2 keer zien lopen. Daarna schakelde ik van camera's. En toen zag ik Greg lopen. Rond dezelfde locatie. Doei, Lindsay. Ja, dat weet jij nu dat we hebben gestemd. Ja, want niemand luistert. Ik zou het echt niet weten. Dan gaat Attika eruit. Ja, is goed, Febe. Als het Attika niet is, dan is het mij. Als het Attika niet is, dan... Oh god, nu voel ik me echt schuldig als dat... Oh, fuck. Oh, nee. Nou, ik moet alleen die wifi nog rebooten en dan heb ik alles gedaan. Dan heb ik in ieder geval... Are you kidding me? Was hij nu, omdat er een meeting was, dat hij weer opnieuw moet doen? Oké, nou, dan moeten we hem zo meteen nog een keer doen. The meeting master. What up? Ja, dan is het Rick. What? Het is Rick, ja, dan zoals Rob zegt. Omdat Rob het zegt? Ja. Omdat Rob het zegt. Nee, omdat Rob zegt van die... dat zo is, hè? Dat Jeroen het al als het Rick niet is, dan is het dus Rob. Wat? Ja, nee, als het Rick niet is, dan is het Rob. Het is de bosjesman. Ik vouch letterlijk jouw verhaal dat niemand anders kan backen. En dan heb ik het gedaan. Thanks, Kitta. Ja, maar waarschijnlijk wel. Nee, ik zeg ook nog niet zelf. We stemmen eerst Rick eruit. En als het dan nog steeds niet goed is, dan is het Rob. Maar ik kan het toch niet zeker weten? Ik denk Rick. Ik zeg alleen maar gebaseerd op... Ja, dan zijn we er zeker van dat het Rick is. Gebaseerd op jouw verhaal, wat ik kan vouchen omdat ik het heb gezien op camera's, kan ik alleen maar zeggen dat het waarschijnlijk Rick is, omdat ik hem rond dezelfde locatie heb zien lopen. Hij zegt nu alvast aan het indekken voor de ondergang. Het is imperfect. Ja, maar kijk, ik weet zeker dat Fiep het niet is en ik weet zeker dat Dionne het niet is. Als jij het zeker weet, dan is het... Ik vertrouw Dionne ook, echt. Dan kan het niet, want dan kan het niet anders. Het is gewoon Rick, kom op. Ja, het is gewoon Rick. Het is gewoon Rick. Rick zegt ook niks. Jullie hebben het fout hoor. Nee. Nee. Bye bye bosjesman. Bye. Ja. Op naar de wardrobe. Weet je wat het was? Ik had het weg. Ik had een heel masterplan, maar dat ging helemaal mis. En toen shapeshift ik terug, zeg maar. En toen zag ik net dat de camera aanstond. Dus oh nee, als hij het maar niet heeft gezien. Ik zag toevallig... Ik zag je niet terugwisselen. Ik zag alleen, zeg maar, jou lopen rond diezelfde locatie. Okay. Ja. Ik wist niet of je van diezelfde plek kwam, dus ik wist het niet zeker. Nee, nou, het was... ik kon niet bedenken hoe ik me hieruit moest... Hey Rob, we hebben dezelfde string! Funky outfit! Oh, nice! You and me, same string! Sorry man. En nu lijkt het bij mij wel echt alsof ik een string aan heb. Even serieus, check van een afstandje. Van een afstandje, sorry. Ik ben zeker een chickie in een string. In een string. Ik ben even naar een afstandje aan het kijken, maar... Ik zou nog steeds niet zeggen dat het een string is. Maar jawel! Ik heb blote benen, ik heb zwarte sokjes aan en een string aan. dat tangetje. Oh, omdat je... Ah, dit is geen string. Het kan wel een tankini zijn. Ja, het is gewoon zo'n... Het is een... Het is zo'n tanga-slipje. Of een slabbetje. Nee, ik ben het eens met een... Ja, ik zou jullie heel graag mijn billetjes willen laten zien, maar ik kan niet omdraaien met dit poppetje. Maar ik heb hele lekkere kontjes in dit pakje zo. Hij is aan de achterkant echt een micro. Oh, sorry. Ik weet dat het laat is, ik weet dat het weekend is, maar dit gaat me echt te ver. Oh, sorry. Sorry, Dionne. Het spijt me. Ik zal nooit meer hebben over mijn stringetje. Kinderen zijn naar bed, het gaat gelijk helemaal koud. Ja, erg hè? Ja, dat duurt de hele tijd, joh. En gewoon blijven proberen. Wees blij dat dit bij jullie in het Nederlands staat. Ik krijg gewoon honger van het ei op Jeroen zijn hoofd. Echt, oprecht. Ik heb zin in chips, ik heb zin in eten. Of een chips die heb ik net opgegeten. Moet je op... Dat meen je niet. En alle drank opgedronken. Gaat lekker daarboven. Hij heeft de tijd van zijn leven. En Dionne is hier. Echt thuis. En Dionne maar in die kelder streamen. Ja, geld verdienen. Breng die arme vrouw even wat chipjes of zo. Ik heb de champagne net bijgevuld. Ook nog! Ja, nou, wel gezellig, Jeroen. Klinkt gezellig. Geen leuk. En Dionne helemaal uitgedroogd, uitgehongerd, alles. Ons was inderdaad helemaal fucked up boven. Nog potje? Ja. Nou, laatste wel hoor. Ik ben echt helemaal kapot. Oké, laatste. Ah, kom op. Oké, laatste pot. Eerste laatste. Je hoeft geen marathon te rennen, hè? Kom op. De eerste laatste. En dan de laatste. Ja, en dan de allerlaatste. De eerste laatste. En dan de allerlaatste. En dan moet Dolly uitgelaten worden. Ja. En dan de allerlaatste. Oh man. Oh, vet grappig. Oké, ik ben blijkbaar weer scientist. Niemand weet wat je daarmee moet, maar goed. Let's do it. Ik ga gewoon weer heel de tijd vitals checken. Dat kunnen we. Hey, wat gaat Jeroen doen? Oh, die moet daar nog even wat doen. Oké, nou vooruit. Ik ga vooral even goed opletten. Volgens mij zeg ik dat altijd en het lukt nooit. Jeetje, meer dan 1000 mensen nog steeds aan het kijken. Wat gezellig. Hebben jullie ook vakantie? Nou, in ieder geval weekend. In ieder geval geen slaap. Dat is zo overduidelijk. En voor de mensen die vragen, wat doet Dionne in de kelder? Daar heeft zij haar streamkamer gebouwd. Dus dat doet ze altijd beneden. Ik ben gewoon echt super actief taakjes aan het doen. Ik ben echt totaal niet aan het opletten. Zei ik niet net nog een paar seconden geleden. Ja, ik ga echt vet goed opletten. Nou, ik ben echt niet goed aan het opletten. Oh. Adinda is dood. Nou. Nee. Nou. Ja. Wie was waar? Zo. Zo bij Office. Zo bij Office daarnaast. Buiten. Dus zo eigenlijk tussen. Ik zag Rick een shapeshift aflopen. Hij was Rob. Ja, ik heb mezelf zien lopen. Hij is... toen zag ik ineens dat hij wegvloepte en het is Rick. Weer Rick? Rick, yes. Lekker, weer Rick? Lekker, luister. Oké. Nee, ik heb al gestemd. Luister. Wacht, stop. Voordat jullie allemaal gaan stemmen. Let op. Ik liep achter Rob. En Rob shapeshifte in Onnedi. Dus het is of Onnedi, of het is Rob. Nee, het is één van die twee. Ja, dus als stemmen eruit... Maar je stem nou maar, want iedereen heeft al gestemd. Alsjeblieft op Onnedi of op Rob. Alsjeblieft. Ik was in mezelf shapeshiften. Ik heb letterlijk mezelf zien lopen. Ik zag Rick dan is het Onnedi. En dan is het Dionne. Waar zag je dat gebeuren, Onnedi? Waar zag dat gebeuren? Dat was bij... ergens onderin. Oké, ja, dan heeft ze gelijk. Ik weet het niet, midden onderin. Daar. Ja, dan heeft ze gelijk. Rick, stem, want we hebben allemaal al gestemd. Maar het maakt niet meer uit wat je zegt. Jongens. Ja, maar dat maakt niet meer uit wat je zegt. Je belicht er toch uit. Kijk, unaniem. Ik ben zo unaniem ook. En jullie hebben zo hard fout. Ja, echt? Zelfs op jezelf zo unaniem. Ja. Het kan niet unaniemer. Het moet wel. Oh. Ja, ik ging er helemaal in mee. Ik ging er helemaal in mee. Maar wat dan? Attika zeker weer. Wie dan? Jongens, wie dan? Ik had echt zoiets en dit klonk zo overtuigd. Oké, iedereen, je zag het ook. Bye bye Rick. Maar wie is het dan? Dionne? Zelfreport, ja, denken jullie weer? Febe? Ja, Febe is wel bezig vanavond, hoor. Het zal niks verbazen. Ik wil even vakantie hebben op dit moment. Wil ik op de basisschool zitten. Oh, Febe komt wel trouwens meteen weer achter me aan, jongens. Even kijken wat ze gaat doen. Febe is wel weg. Dat was spannend. Oké, Ena, ze komt niet terug. Adinda is nog steeds als enige dood. Rick is er uitgestemd. Oké, Rob is daar. Ik ga naar Boiler Room. Waar is Boiler Room? Is dat Boiler Room? Nee, dat is hier. Attika, don't do it. Don't do it. Jeroen. Don't do it. Don't do it. Don't kill me. Oké, Jeroen is het niet, denk ik. Oké, we gaan naar dingen. Even checken, hoor. Oh. Hadden jullie het gezien? Ging heel snel. Dat moet je mee doen. Replace water jug. Oké. Ik ga wel vitals checken daar zo. Oh, ik heb hem weer. Nee, is nog steeds niemand gekild. Oké, nou, dan moeten we alleen nog een swipe kaartje en dan ben ik klaar. Dan heb ik al mijn taakjes weer gedaan. Nice, got it. Ah, gewonnen, dat was de laatste taak. Woehoe. Het was wel Dionne. Okay. Het was wel Dionne. Wow, yo, Dionne. Wat een lekkere. Je moet vaker de hele avond droog staan. Ik kon door die schachten gaan. Oh, en ik zat ook al een tijdje naar jou te kijken door die schachten. Maar je stond een hele tijd stil te loeren op iemand. Dus ik had jou ook al in de gaten. Nou, dat sloeg nergens op, want ik had een plan, maar ik wilde gewoon een groepje vinden. En dan wilde ik obviously met mijn eigen skin iemand doden en dan zeggen dat iemand in mijn shapeshift was. Wow, dat was geen groepje. Zo slim. Dat was wel een goeie geweest. Zo slim. Dat was wel een goeie geweest. Zo evil. Ja. Veranderen jullie jou ineens terug, zeg maar. Mila die zat trouwens net ook boven te vertellen. Hij liep af. Hij liep af. En ik dacht dat ik het zag. Dus het enige wat ik kon doen was Rick verdacht maken. Framen, ja, slim. Nou, het was je goed gelukt. We gingen allemaal unaniem op Rick. Mila die zat trouwens net boven te vertellen dat toen zij shapeshifter was, toen wist ze dat Rick engineer was. Toen was ze gewoon expres als Rick geshapeshift om door die fans heen te gaan. Zodat ze gewoon dat niemand het door had. Oh, ja. Dat zei ik ook al. Wat slim eigenlijk. Ja, ze had joh, ik heb het helemaal nog niet door. Maar ik ben alleen nog maar scientist geweest en dat was het. Ja, en twee keer imposter. Party. Ik was scientist en toen werd ik als eerste vermoord. Like ik ben best vaak Guardian Angel geweest. Ja, dat ben ik ook nog helemaal niet geweest, die Guardian Angel. Is dat nou ook al een keer gelukt? Ja, ik had met die Guardian Angel, daar was ik net om Dionne heen aan het vliegen om haar te redden. Ik heb één keertje Emily heel mooi gesaved, maar toen bleef ze zeg maar letterlijk, ze had het niet door en ze bleef heel lief bij de moordenaar lopen. Ja, ik zag het. Ik was het aan het volgen als spookje inderdaad. En toen heeft Mila er alsnog gekild. Ja, dat hielp niet helemaal. Maar het werkt dus wel. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb dat helemaal nog niet gehad. Wel, ja. Ik voel me gewoon een engeltje om dat karakter heen vliegen die je beschermt. Ja, maar ik zie jullie wel dat het voorbij vliegen met vleugeltjes. Gekild wordt, zeg maar. Dus de imposter hoeft eigenlijk gewoon 2 keer te klikken. Ja, Ja, maar je hebt, hoe heet het toch? Cooldown. Ja, blijkbaar niet. Want ik heb al meerdere keren gefaald. Nou, ik ben allerlaatste potje. Nee, dan hebben we nog een allerlaatste. Allerlaatste, maar dan is het allerlaatste. Ja, dit is de allerlaatste. Oké. Oh, je crewmate. Maar geef me een leuke rol. Oeh, ik ben engineer. Ja, we kunnen nu door de fans. Oh, dat is leuk. Dat heb ik nog nooit gedaan. Kijk, ik ga lekker als eerste weg. Dan weten ze meteen dat ik safe ben. Want anders zou ik wel bestaan wachten. Ik ga lekker swipekarten. Is het lang geleden? Is het lang geleden dat we met z'n allen Among Us deden? Ja, dat rijmt. Nou, dat is het liedje voor deze avond. Hey, ik kan dus nu door die fans. Maar wat heb ik daaraan? En ze zeiden al wel van, het is handig als je snel ergens iets moet fixen, zeg maar. Dat snap ik. Dus ik kan ze nu gebruiken. Maar het is ook wel gevaarlijk, want mensen denken heel snel dat jij het bent. En is het nou zo handig om dingen zo snel te fixen dan? Oh, dit ding. Oh, ik haat het zo. Je wordt er steeds beter in, Maris. Ja, ik was even een beetje roestig, net als dit vat. Maar even weer een beetje inkomen. Oh nee, jongens, ik ben het nou. Leuk man, engineer zijn. Ik ben vanaf nu Guardian Angels, crew engineer. Oeh. Ik heb iemand geprotect, want ik dacht even dat ze eraan ging. Maar hij heeft natuurlijk nog een cooldown. Ah shit, nou heb ik echt ook een minuut lang cooldown. Oh, oké. Jongens, nou, ik laat gewoon even alles zien. Engineer. Ik heb niet echt kunnen laten zien. Ik kon venten, maar heb ik niet gedaan. Want ik ben alweer dood. Uiteraard. Oh, zag je dat? Hij werd net Adinda. Ja, rip Maris. Oh, nee. Again. Altijd, ze moeten altijd mij hebben. In boiler room. In de boiler room. Yep. In de boiler? Ja. Je doet hem maar niet zo, Rob, je weet dat je me daar hebt gekild. Helemaal linksonder, bij die water. Oh ja. Oh, ik ben alleen maar een specimen. Ik dacht dat ik 2 Robjes zag. Eh? Oh. Ik had het gevoel van déjà vu. Maar... Nee, dat kan niet. Ik heb jou helemaal niet zien lopen. Ik heb niks gezien. Oh Rick, ga nou niet verwarring zaaien. Je hebt mij niet zien lopen. Je bent 2 keer voorbij gekomen. Waar? Wanneer? Bij admin. Ik stond de kaart swipen. Oh, dan liep je net langs. Dat is echt net. Ja. Ja, oké, yes, ja. Yeah. Maar daarvoor zag ik je ook al een keer daar langs lopen. Dus ik weet niet of je bent teruggelopen. Hoe lang geleden is dat? Ja, echt, waar is daar dit potje? 4, 5 ik was net als eerste dood. Nog een potje? Ik was het al aan het denken, weet je dat? De laboratorium. Kom ik net bij je dood. Anouk altijd. Helemaal rechtsonder, zeg maar. Ja. Oké, dus ja, maar... Dan heb je iemand zien lopen. Ik heb niemand gezien, ik was alleen maar een specimen met taakje aan het doen. Ik heb verder niemand gezien. Was je toevallig tussendoor ook verkleed als mij? En toen heb je wel mensen gezien? Nee. Nee. Oké, duidelijk. Of was jij verkleed als jezelf? Ik ben constant verkleed als mezelf. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ga hem skippen, ik weet het niet. Ik weet ook... Nee, ja, ik weet helemaal niks. Ik ben wel bijna klaar met... Maar hebben we überhaupt... Wie heeft er waar gevonden? In Boilerroom. Attika heeft er gevonden. Die heeft er verder niks aan toe te voegen. Nee, die heeft er uitmaats gegeven. Die heeft zichzelf gemute in de laatste tijd. Ja, ik zag op Fidos dat CreaChick dood was. Ging zoeken en toen zag ik Boiler. Oh, oké. Oké, nou. Ja. Nou, ga nou maar skippen. We worden er niet veel wijzer van. Jullie stemmen toch niet op Rob? Nee. Sorry. Wie? Oh, wie durft er met zo'n mel? Oh. Zoveel nog op Adinda. Hè? Is Kitta nu dood? Nee, dus 3-3, maar waarom Kitta? Oké, ik ben wel nog steeds Guardian Angel, dus ik kan nog wel mensen beschermen. Maar dan moeten we wel even Rob volgen. Waar ging Rob nou zo snel heen? Hier. Kijk, want Rob heeft een cooldown. Is Rob hier nou zijn eentje? Nee, dat sowieso niet. Kijk, Rob heeft een cooldown. Ik heb een cooldown. Volgens mij is die van Rob net even iets korter dan die van mij. Hoezo kan ik Rob ook protecten? Het was toch Rob die mij had doodgemaakt, of niet? Of was het niet Rob? Oh! Guys! Was het niet Rob? Was het Adinda? En veranderden ze dus terug, daarbuiten? Was dat wat er gebeurde? Want waarom kan ik Rob anders protecten? Als het dan dus Adinda was. Waar is Adinda? Hey, ja, het is Kit. Oh, jongens, ik kom ook achter dingen, hoor. Jeetje, ik ben zo snel lerend, joh. Echt niet normaal. Waar is Adinda? Waar is het? Nou, sorry dat ik je niet heb kunnen protecten. Jeroen? Het spijt me, Jeroen. No. Die mijn man. Het is Adinda. Het is Adinda. Ik kwam hem tegen in het gangetje van naar Specimen Room. Nee, je kan iedereen protecten. Oké, maar weet iemand hoe die shapeshifter... Is iemand zichzelf nog tegengekomen? Ja, dat wil ik zeggen. Is iemand zichzelf tegengemen? Of is er iemand geweest? Nee, het is Adinda. Het is Adinda. Hoor die Jeroen schreeuwen boven. Nope. Het was echt een keiharde kill. Wie is er allemaal, zeg maar, vlak bij de boiler room geweest? Daarbij op Border Room 02. Daar is die deur maar van buiten naar binnen. Wie is daar allemaal in de buurt geweest? Of daardoor die deur geweest? Ik ben bij jou geweest. Jij stond op camps. Daar ben ik nu. En toen ben ik daarna naar boven langs via laboratory gegaan. Ik weet niet of hij de chatfunctie al weet te vinden. Ik zit bij O2. Verder nog iemand bij O2? Is er iemand bij O2? Ze veranderen terug. Oké, ja. Ik denk ook dat het Adinda nu is. Ik ben met die flessen bezig. Wie was er wel? Ik, maar ik Maris in het wiel. Ja, ik was in het begin nog heel stroef, maar nu echt niet meer. Maris 1 seconde later, oh dood. Yep. Nope. Nee. Waarom zegt Adinda niks? Dus Febe is er niet omdat geweest. Adinda zus is. Nee, ik ben niet nu niet meer. Ik sta niet Febe, ik heb je letterlijk van de boiler room zien lopen en ik heb je zelfs de freaking waterkan zien vullen. Nee, het was dan dus denk ik niet Rob. Het was shapeshifter Rob. Het was dus Adinda. Maar Adinda was zich verkleed en dat klopt ook, want Rick die zag 2 Robjes slopen. Dus dit makes sense. Ja, maar dat is toch niet de O2? Ja, maar daarvoor ben je toch eerst bij de boiler room geweest om water te halen? Ah ja. Wel. Wauw. Wat lekker dit, jongens. Maar goed dat dit het laatste potje is. Ik wilde namelijk zeggen van, oh, tenzij Febe echt de saaiste imposter is zij het sowieso niet. Febe noemt hetzelfde heet het de boiler room, volgens mij. En nu weet ze niet wat de boiler room is. Maar nee. Anyway. Nee. Ik was in de office die water kan aanvullen, ja. Dat is. Maar... Kitta, jij bent niet daar geweest. Nee, maar echt waar, serieus. Ik weet, dat is echt wat ik heb gedaan. Ja, we moeten toch een beetje met losse floors gaan schieten, anders komen we er niet. Ja, ik ga eruit nu, maar... Losse floors. Kitta, waarom Kitta? Het is Kitta. Niet los. Ze is nee, dat was geen... Nee, inderdaad. Maar is het Kitta? Kitta. Ja, ik ben het. Oh, ja, zeker. Ja, maar ik dacht dus echt dat het Rob was. Oh my god. Oh man. Ik werd dus gekild door shapeshifter Rob. Weet je waarom ik op je heb gestemd? Omdat ik te weinig zei. Ja, je zei niks. Ja. En toen, ik zag dat je microfoon aan was. En het is gewoon te laat. Zet mijn microfoon uit. Het is te laat om te winnen, jongens. Nee, ik was daar niet. Ik zag jou terug veranderen, Adinda. Toen ik een spookje was, zag ik jou terug veranderen in Adinda. Dus ik dacht, wow, Rob verandert zich in Adinda. Ik was zo ervan overtuigd dat Rob mij had gekild. Dus ik was helemaal gewoon daarna echt... Ik zat tegen de mensen, ja, ik ben op dreef hoor. Ik ben nu niet meer zo roestig. Ik ga nu goed. Dan ging ik sowieso meteen dood. Daarna echt na een kwartier... Oh, het was Adinda. Oh. Was te moeilijk voor mijn brein. Het was te snel. Ja. Snel lerend ben ik, jongens. Echt zo snel lerend. Wauw. Oké, maar ik ga snel weg, want anders dan is het alweer... ja, maar in dit potje was ik meteen dood, hè. En precies. Ik heb al een koptelefoon. Dolly uit. Nice. En ik was in dit potje meteen dood. Dus ik vind eigenlijk... Het was super gezellig. Ik ga even mijn streampje afsluiten. Ik zie je hopelijk weer met een andere game weer. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, was leuk, hè. Ja, en als we kunnen nog wel een keertje Among Us spelen als iedereen het leuk vindt. Ik vond het wel gezellig. Among Us is ook zeker voor herhaling van waar. Among ook. En Jeroen ook. Je mag volgende keer weer lekker meedoen. Volgens mij vond je het wel leuk. Je was er in ieder geval goed. Ja, maar echt. Ja, het voelde niet alsof je het voor de eerste keer speelde. Nee. Nou, ze voelde het voor mij wel de eerste paar potjes. Ah, snap. Nou, maar je leert snel. Hij zegt het eerste levende persoon dat Red Alert zegt, dus ik ben enorm blij met hem. Yes. Yep. Jeroen mag blijven. Jeroen is goed gekeerd. Nou, daar wil ik graag meedoen. Ja, en Jeroen geeft de goede tactics, hè. Je moet gewoon lekker aan de zuip voordat je gaat beginnen. Dat helpt. Ja, precies. Gewoon een paar wijn. Blijkbaar wel, ja. En heel veel vreten. Ja. En dan precies gewoon... Zeg maar een raging alcoholic word ik hier over. Ja, gaan we elke dag streamen, weet je wel. Jij elke alcoholic. Laten we het toch maar niet doen, jongens. Nee, dat gaat niet goed. Dat zegt hij heel voorzichtig. Hey, thanks allemaal voor het meedoen. Was echt heel erg gezellig. Dat was leuk. Snel nog een keertje. Yo. Doei doei. Bye. Doei. Zo. Hoppa. Nou. Dat was het weer. Een keertje weer eens Among Us. Ik was weer echt super goed, jongens. Maar goed, jullie zijn niet anders van mij gewend. Ik geef nu gewoon de schuld aan dat ik nog een beetje roestig was. En weer even moest wennen. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik vond het verrassend leuk om hier lekker zo met z'n allen te spelen. En volgens mij iedereen wel. Want er waren lekker veel kijkers. Jullie waren ook lekker actief. En iedereen wilde ook lekker lang doorspelen. Waar Hugo de hele avond is gebleven. Nobody knows. Hij was er in het begin wel, hoor. We zaten in het begin altijd al in de Discord met elkaar te kletsen. En hij had Airpods gekocht van de Action. Speciaal voor vanavond. En ze deden raar. Dus hij was eruit gegaan. Maar ik denk dat hij ze gewoon niet meer aan de praten heeft gekregen. Dus, moraal van vanavond. Koop niet je Airpods bij de Action. Want dan kan je niet meedoen met Among Us. Leuk dat jullie het ook leuk vonden. Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Het is wel een beetje laat geworden. Voor onze kindjes ook. Ik moet zeggen dat ze trouwens echt verrassend goed deden. Want je moet je bedenken dat zij ook al... Nou, ze hebben het vroeger wel eens een paar keer gespeeld. Maar echt niet mega vaak. Maar ze hebben wel eens op onze Discord gespeeld. Met wat mensen die ook in die Discord zaten. Maar niet, echt niet vaak. Ik denk echt dat het op 2 handen te tellen is hoe vaak ze het hebben gedaan. Ze hebben af en toe wat van die streams van mij zitten kijken. Maar nou, ik vond echt niet dat ze het slecht deden hoor. Mila was de ster. Ja, echt hè. Ze deden het echt supergoed. Ze deden het beter dan ik. En Jeroen deed het ook beter dan ik. Dus... Of het zegt echt iets over hen, dat zij vet goed zijn. Of het zegt echt iets over mij, dat ik echt niks van heel goed ben. Waarom kijken jullie allemaal deze streams ook best zo slecht? Maar ja, was wel echt heel gezellig. Ik vond het ook heel leuk. Leuk om weer zo lekker met z'n allen te zijn. Oké, ik ga de stream afsluiten tussen middels 12:10. Dus ik denk dat jullie ook wel lekker willen gaan slapen. Thanks allemaal voor het kijken. Dank jullie wel voor alle donaties. Dank jullie wel voor alle lid worden van de member. Mocht je trouwens lid willen worden, dan kan dat natuurlijk. Hè? Dan mag nog steeds. Voor €2,99 per maand kan je lid worden van de CreaChick Crew. Dankjewel Laura voor de superchat. Het spel was echt superleuk. Ja, het was gezellig hè. Ik vond het ook echt leuk. Ik zal ze proberen weer te overtuigen om het nog een keer te doen. Jongens, je wil niet weten hoe vaak ik het afgelopen tijd heb geprobeerd. En uiteindelijk had ik echt iets van, nou, laat maar. Maar het was hartstikke leuk. En nu eindelijk iedereen weer een klein beetje enthousiast was. Moet wel zeggen, het geeft wel een hoop stress. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen al op het allerlaatste moment af. En dan heb je te weinig spelers. En dan moet je weer heel snel mensen regelen. En je moet iedereen achter elkaar aanzitten, berichtjes sturen. En dan zorg dat je een team krijgt. Maar goed, hè? Hoort er ook bij. Dus ik ga mijn best doen om het weer te organiseren. Maar het hangt dus helemaal vanaf of iedereen er zin in heeft. Maar het was wel weer heel erg leuk. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Hey, mocht je geabonneerd zijn op dit kanaal, dan spaar je dus automatisch mee voor CreaCredits. Hier is de top 10. Listje staat nog steeds op nummer 1. Nice. Toch maar aangezet tijdens de Mask Singer kijken. Sorry dat het weer was tijdens de Mask Singer. Dit was de enige avond waarop iedereen op zich wel kon. Dus dan maar vanavond, hè? We wilden eerst donderdagavond, maar dat was niet. Bibi was er inderdaad ook niet, maar die had inderdaad net voor de stream afgezegd, omdat er iets tussen was gekomen. Maar bij Hugo was dat niet de bedoeling, maar... Hè? Ja, kan gebeuren. Dat maakt helemaal niet uit. Was gezellig zo. Hey, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Hele fijne avond. Wij hebben hier volgende week vakantie. Dus ik heb geen idee hoe we het dan doen weer met streamen. We hebben natuurlijk in de week eerder kerstvakantie nu. Vanwege de coronamaatregelen. Dus we zien het allemaal wel. Maar abonneer. Want dan mis je het nooit. Rip Hugo. Ja, Hugo was gewoon de hele tijd dood. Ik heb me inderdaad aangehaald tijdens Mask Singers. Ik ga morgen even goed terugkijken. Ja, leuk. Mijn listje, doe maar. Hey, slapen lekker allemaal. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Tot heel snel weer. Doei! Hij doet het niet. Hij doet het niet. Oh no. Nu wel.